Dames en heren, van harte welkom op uh, de Wedergeboorte van twee man en een paardenkop. En vooral van harte welkom in onze nieuwe podcast studio, mede mogelijk gemaakt door uh, Henders en Hezel. Van harte welkom, Pieter de Vos. Van harte welkom Louis de Klene. Jongens, wat vind je ervan? Zeg jij het maar? Luister, ik ben uh, bijzonder vereerd dat ik uh, ja, in zo'n uh, mooie setting hier mag uh, vanavond jullie gast zijn. Ik. Uh... Ik ben echt verrast door de professionele megastudio hier. Ja. Dat is gewoon zo. Het is dus, ja. dus, 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 uh, ja. echt abnormaal. En ja, Louis, nu nog aan ons om even professioneel te zijn als de omgeving. Uh, het um, leent zich toch tot meer professionalisme, Ja, ja absoluut. absoluut. Um, het is echt, uh, ja, wat je een wedergeboorte. Een yeah. renaissance. Twee man en een paardenkop. 2.0. Ja, uh, trouwens, over twee man en een paardenkop gesproken. Um, eigenlijk is het nu één man... En twee appelboeren. Want we hebben hier ook um, in het midden van de tafel wat appels uh, staan. Welke appel hebben we hier liggen? En wat voor een appel? En wat voor een appel, ja? <laughs> um, ja, dat is uh, ons, ons, ons nieuwste paradepaardje, zal ik zeggen, dus uh, Ruby Gold. Yep. Paradepaardje. <laughs> mooi. Ja. Voilà. Um, ja, een nieuwe appel die wij ja, gaan uitrollen. Over... Appel uitrollen. Dan, de... dan was je er de... op um, rij. Ja, uh, ik denk echt een, een bijzonder goede appel. En um, hopelijk een succesvol verhaal waar we aan gaan beginnen. En uh, tot nu toe uh, zijn de meningen daarover um, zeer positief. Dus um, we gaan erin vliegen. Ja. Um, wat, wat maakt de Ruby Gold? Ruby Gold. Je moet dus altijd denken aan die hengst Ruby's Roos. Dat gevoel heb ik nog nooit eerder. Nee, dat kan ik begrijpen. Maar, ja. uh, wat, wat, wat maakt hem uh, bijzonder? Ja, de kleur aan zich al. Hè. Um, dus in principe is in um, België, of laten we zeggen, in Noord-Europa heeft een gele appel eigenlijk een uh, negatieve connotatie. De mensen denken, uh, die is melig, uh, die is niet krokant. Maar deze appel uh, is dat juist wel. Dat is een van naast de kleur, een van zijn sterkste punten. En met dat verschil we hebben we daar zo op ingezet, omdat uh, tegenwoordig, als je naar de supermarkt gaat. Dat ligt vol met rode appels. Ik heb vandaag nog eens gezien: als je dan ene gele appel daartussen hebt liggen, dan denken wij dat dat echt um, qua herkenbaarheid, wat ook belangrijk is voor een consument, uh, dat dat echt um, ja, de enige gele, gele appel in het schap is, en de mensen gaan hem één keer meenemen. En daarna gaan ze volgens mij herkennen en terugblijven, mee. Ik ja, ben wel mega onder de indruk van uw uitleg. Ja, ik was ja. zeggen, dat is, dat is dus de reden waarom door ja. wie mijn commerciële rechterhand is. Ja, ik heb die uitleg nog al een paar keer ja, gedaan. Ja, dat kan ik wel geloven. Uh, maar uh, ja, ik geloof dat verhaal ook echt. Ik vertel dat verhaal zo omdat ik het ook echt geloof en omdat we normaal geloven dat het zo gaat zijn. En waar ligt hem? Want ik, ik doe Va geen inkoop, dus ik ben er nog nooit. Vandaag tegen. ligt hem alleen hier op deze tafel. Ah ja. Voor de rest zit hem nog in de frigo. Ja? Um, maar hij komt de komende weken, slash, maanden. Uh, in uh, menig Belgisch retailer te liggen. Ja, noem eens wat naam. Maar jullie hebben dus de primeur. Oké, okay, cool. Ja. Noem eens wat namen. Waar? Uh, ja, en ik, 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 ik uh, Sowieso ligt hij bij Lidl. Uh, hij ligt ook bij Colruyt. En uh, oké, okay, we hebben natuurlijk... Dat is, dat is, dat is niet zo eenvoudig, want je begint met, met, met een nieuwe appel en daar is nog niet zoveel vo volume van voorhanden. Dat moet groeien. Jaarlijks wordt dat telkens oh. meer. Oh. Yeah. Groeien. Ronde. Dus, um, vandaar, ja, dus je moet met iemand in zee gaan. En, en, en zij waren de mensen die toch eerst mee op de kar gesprongen zijn. Um, en zo gaan we telkens elk jaar uh, naar de volgende retailer gaan. Omdat we uiteindelijk toch onze, mag ik zeggen, droom is om toch ergens de, 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 de tegenhand van Pink Lady te worden. Maar dan Belgisch product in plaats van import. Ja. Omdat we allemaal weten dat Waarschijnlijk niet weten, maar bij deze weten dat Pink Lady geïmporteerd is. Ja, <laughs> dat is goed. Dus um, ja. bij deze, als je een Pink Lady hebt, die komt dus zeker niet van België of Nederland. Um, en we met deze appel wel het verhaal willen brengen dat we toch echt een appel brengen van hier, uh, lokaal. Ja. Jullie willen dus binnenkort de vruchten plukken van jullie inspanningen. Oh, ja, weer eentje. dat is de bedoeling. Dat uh, is echt uh, de appelbingo. Um, Hey, we moeten heel even, we uh, zitten dus op een nieuwe locatie in Antwerpen, op ons uh, derde verdiepje, helemaal in, in, uh, ja. in het zolderkamer. Dat adres gaan we niet zeggen. zien de fans uh, nee. voor de deur komen staan. Maar dus, um, her en der liggen er boeken. Um, de meeste zijn van ons, maar bijvoorbeeld Karin de Schepper, ja. de Elzenakker, ja. um, heeft ons haar collectie uh, Sport, Horse, Horse Sport, Breeding, Sport Horse Breeding uh, cadeau gedaan, waarin trouwens een mega-artikel staat met je uw, met uw grootvader. Dus mensen die um, nog... Van hun boeken vanaf willen, um, kunnen die opsturen en dan gaan we onze collectie en onze decoratie hier, uh, hier uitbreiden. En moesten er nog links of rechts in kelders unieke stukjes staan, zijn het boeken of andere uh, memorabilia, dan willen we die graag in ons Twee Man en een paardenkopmuseum um, ophangen. Niels dus die gaat ons iets uh, brengen. Piet gaat ook al iets geselecteerd. Je hebt nog niet mee, maar wat komt er? Uh, ik ga de... ja, dat is al volledig misgelopen, maar goed. Mm. Um, Goed duo jullie. Ik ja, <laughs> dat was het een eerste keer in vijf jaar dat er iets <laughs> ja, misloopt. Ja, dat is misloopt. Dat weet iets vergeten, ja. dat is raar. Uh, nee, ik wou eigenlijk... Uh, de lag klaar om het, het, het lint dat um, Candy bij de winst van de grote prijs van Calgary gedragen heeft, vind ik ay, voor mij in mijn carrière, zo straks waarschijnlijk, misschien nog over hebben, wel een, uh, een, een zeer belangrijke mijlpaal geweest is. En uh, ik ben blij dat ik dat lint hier Mooi. mag achterlaten. Ja, cool. Cool, dat is echt waar. Want dat gaan we Um, hebben we, ja, Olivier Philippeaert zou ons zo'n lint kunnen uh, sturen. Um, als Belg. Dat moet nu niet meer, hè? Um, zijn er eigenlijk Nederlandse winnaars? Ja, Jos Zoals heeft was het hem waren. gewonnen. Als Pumano, uh, ja. hè? Als Belg zijnde. Ja, als Belg. Nederlandse winnaars van, uh, van Sproes moet al, moet al ver teruggaan, yeah. denk ik. Um, ik kan het ook niet zomaar zeggen. Voilà. Um, Horst Imo. Uh, met, het, met het verbouwen en het verhuizen. Horst Imo. Uh, sprak ik laatst. Um, en ik dacht, wow, twee van mijn paardenkop super interessant om hun panden um, in te adverteren. Ze um, zeggen nee, wij zijn, niet op, wij zijn niet op zoek naar klanten. Klanten hebben we genoeg. We zoeken panden. Um, dus mensen die um, hun woning, landelijk wonen, um, iets dat landelijk is, en liefst, natuurlijk met uitbreiding voor met materiaal voor de paarden, viervoeters. Um, maar landelijk wonen, hoogst immogratische waardebepaling zonder verplichtingen. Um, Immo, nee, hoos Imo.be. Dan doet een van onze partners ook nog eens een um, plezier. Pieter, mm -hmm. um, vertel moonjump. Moonjumper. Hem? Ah, moest is moonjumper? Ah, ik kwam moonjump tegen. Moonjumper. Uh, moonjumper. Daarmee is het allemaal begonnen. Ja, toch wel. Het um, okay, was niet met een eerste pony, ik denk met een tweede. Maar wel de eerste pony waar ik echt uh, wedstrijden mee beginnen rijden. Proberen beginnen rijden te hebben, want dat was nog niet zo'n succes vooral uh, initieel. Maar ja, wel een pony die fja, misschien toch wel een beetje typeert doorheen mijn carrière tot nu toe. Het ja. um, was geen een eenvoudige pony. Um, maar ik heb ja, wat doorgezet en uiteindelijk hebben we er toch echt iets van kunnen maken. En uh, was ik er uiteindelijk uh, ja, toch. Succesvol mee op, op lage, laag niveau. Hè. Maar uh, dat was zo het ene, de eerste echte uh, wedstrijdpony die ik, uh, die ik had en daar reden we dan regionaal mee. Ja. Is dat die pony waar die video van is dat je in de binnenpist ja. eraf valt? Oh, nee. ja. dat, dat was mijn eerste pony. Die noemde Beske. Ah. Ja, maar dat was, dat was geen wedstrijdpony. Dat was gewoon. Te, Spelen. Ze hadden uh, ja. uh, een normale video. Je hebt die ook al gezien, denk ik. Nee, denk ik denk het niet. Jawel, jawel. Ja? Nee? Ah, die gaan we toch wel even delen. Hey, je, kunt dat bijna, je kunt hem bijna niet zien door het stof in de binnenpiste. Ja? Maar je ziet hem wel. Uh... Toen hadden we nog zo'n binnenpiste met van die, die houtschoor ja? ja. Omdat, ja, oh. nee, Dus dat was een en al stof natuurlijk. En dan. Uh, ja, als ik die video zie, dan, dan krijg ik eigenlijk rillingen. Dan denk ik van ja, oké, okay, dat dat niet misgegaan is. Dat kunnen we eigenlijk niet, niet inbeelden. Hè? Maar ja, het is niet misgegaan, gelukkig. Ja. Waren je een bangrik aan Schruiter? Uh, eigenlijk niet denk ik nee ook niet als begin zo nee, nee ik heb eigenlijk nee ik ben niet echt uh, vandaag ben ik banger als uh, toen ja, ja. Zou we het daar bij ons niet aan hebben hadden wij niet allebei een zekere vorm van voorzichtigheid als ruiter ik ben veel te laat begonnen en ik uh, ik was al te bewust van pijn toen ik uh, er begon af te vallen ah. en dat vond ik echt niet leuk maar ik denk wel dat je inderdaad um, als klein manneke of klein meisje Vaak hard moet kunnen vallen zonder gevolgen. Ja. En dat heb ik mm -hmm. niet meegemaakt. Ik ben hard gevallen met gevolgen. Ja. Ja. Dus... Zeker mentaal ook. Is... Zegt u? <laughs> <laughs> wat? Nee, ben... Zeker mentaal ook wel. Ja, denk, ik had ja. net een, een, een tik meegekregen. Ja. <laughs> uh, uh, Liefsoens uh, kwam ik ergens tegen. Je eerste trainer, eerder dan tegen Meersman. Trainer, niet echt, maar wij gingen vroeger altijd. Uh, ik en mijn broer gingen altijd op ponycamp. Bij de familie Liefsons in uh, Hasselt, ergens. Uh, ja. Spalbeek? Uh, Spalbeek, juist. Ja. Die naam was ik aan het zoeken. Just. En dat was wel iets waar we altijd naar uitkeken. Daar ben ik toch een keer of drie, vier op ponykamp gegaan, denk ik. Ja. Ik samen met mijn broer. en dan, ja, dat, was, dat was wel ja, een van de eerste kennismakingen, natuurlijk. Met, 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 uh, met rijden en met... met ja, enerzijds toch een beetje dressuurles, een beetje springles, een beetje ja, uh, wandeling. Echt, dat was zo ja. wat van alles. Het was een goede mix. En uh, ja, dat was altijd leuk. Ja. Je komt eigenlijk wel uit een paardenfamilie. Uw moeder, uw vader. Uh, zijn toch allemaal actieve ruiters geweest. Paardenfamilie. Geen professionele paardenfamilie, maar wel, moet ja, ik dat maar zeggen, hobbyruiters. Uh, mijn ouders hebben beide. Dus papa en mama hebben allebei uh, LRV gereden. Uh, tot op ja, zwaar. Um, succesvol. Um, en dan later na zijn ze eigenlijk gaan regionaal rijden, puur en alleen door het bedrijf. Uh, want ik heb zelf nooit LRV gereden, uh, maar dat is gewoon puur en alleen omdat door de timing van de wedstrijden, ik weet dat nog goed als wij, um, als wij klein waren, dus de, de, de meeste LRV-wedstrijden begonnen zo wat ja, augustus, september, waren die, eigenlijk, uh, ja. waren die het meest, uh, vonden die het meest plaats en um, toen was bij ons het hoogseizoen van de pluk en, en, en ja, dus... Dat ging toen niet, dus, ja, mijn ouders hebben dan besloten aan een tijd van: oké, okay, we gaan regionaal rijden. kunnen we zelf kiezen wanneer we op concours gaan, want dat was gewoon niet meer haalbaar professioneel. Um, en dan zijn wij ook mee meteen regionaal gaan rijden. Ja. Uit een teugel in een tijd. Um, zo zijn we eigenlijk begonnen, ik en mijn broer. Ja. ja, want wie natuurlijk wie dat, um, inzicht wil krijgen in de um, familiegeschiedenis van Familie de Vos, moet eigenlijk naar de podcast van Dirk de Meersman luisteren. En dan krijg je eigenlijk alles mee over, hoe noem je dat weer? Um, het paard waarmee dat Dirk... Ja, the Kelly. Ja. Dat was het paard van... Zullen ja. vader zei, ja. jongen, dan kan ik het beter. Ja, mooi. Hè? <laughs> Schitterend. Zou je dachten dat je het ging zeggen? Nee, nee. Ja, nee. Maar, om, dat, om daarop ja. terug te komen. Mijn ouders hebben het eigenlijk ja, niet professioneel, maar aan de andere kant hadden ze toch wel altijd wel hier of daar een goede paard, denk ik, dat ik mag zeggen. En dan een paard van ons mama. Zij reed dan dressuur eerst. Zij heeft ook gesprongen, maar ze reed ook dressuur. En dat was dan ook een beter paard, die noemde, als ik me goed herinner, Douglas. Daar heeft dan Arlette Holsters mee gereden. En dan uh, Ikelli was dan een paard van, van, van ons papa, daar heeft hij zwaar mee gereden. En die hebben, hebben ze dan bij Dirk de Meersman gezet om eigenlijk de stap naar het andere niveau te maken. Uh, en dan zijn die paarden uiteindelijk ook altijd goed verkocht geweest. Dus dat was wel, I mijn mean, ouders waren op dat gebied ook wel meteen mee om, 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 om te verkopen en dan terug te kunnen herinvesteren in andere paden. En, en, en zo uh, ja, zijn ze wel... Uh, zo zijn we natuurlijk wel mee opgebracht. Ja. Um, de naam Aled Holsters... Ik, ook, ik was ook... Vertel uh, wat je denkt. Mijn uh, vader heeft daar vroeger ook heel veel les van gekregen. En die vertelde er altijd horrorverhalen over. Als in, dat was fantastisch goed. Ja. Maar We moest uh, uren rijden zonder beugels en dat dat zo ja. hard was als ruiter. Uh, dus... Ja? Ik, ken, ik ken die vrouw eigenlijk zelf niet persoonlijk maar ja, ik, ik heb wel... er zoveel over gehoord heeft zij niet Fortuin Z gereden ja dat weet ik was... zeker die schikke oh hij was een kraag man oké dat was hij was super succesvol hè ja Olympische Spelen gereden Mijn, ah, ja. als mama heeft daar ook ik weet dat nog het einde zo heeft ze daar ook veel les gevolgd dan weet ik dat ze vroeg ze stond dan om vijf uur op of zo en dan ging ze om zes uur vertrokken Zij om zeven uur in de lessen zitten s morgens bij Arlet daar een, in de over zand op ja dat ja, ja, klopt en dan, om dan terug te zijn om acht, negen uur voor ons dan. Uh, dus zij heeft ook, zij hebben wel dan ook die dingen wel gedaan. Hè. Um, dat weet ik nog. En dan uiteindelijk, ik heb zelf, wij hebben zelf ook nog, ik heb ook nog les gehad van haar uh, Een paar keer, niet, niet echt regelmatige basis, maar wel zo'n keer een half jaar, uh, twee wekelijks of zo, als ik me goed herinner. Maar dat was ook wel al op later leeftijd, toen was ik al samen met Caroline. Dus dat was toch als ik oh, ja, twintig, eenentwintig ja, okay. was, ja. heb ik daar ook zo'n keer nog eens, zo, zo een, keer een kuur van gehad. Ja. Uh, en dat was wel oké okay, dat, okay, dat was ja dat, daar heb je toch wel wat van opgestoken hè? maar blijkbaar um, ik heb we hebben wat mensen gebeld en jij waart al in je einde pony begin junior periode iemand die zijn paarden al uitzonderlijk voor elkaar had Oi? ja werd gezegd dat jij echt al toen al een scholer waard ik ben blij om dat hoor. Ja? ja <laughs> um... Ja, okay, ik, ik denk wel dat ik een klein beetje zo in elkaar zit dat ik wel wil controle hebben in alles wat ik doe. Of, of, of. Dus ja, ik denk dat dat van jongs af aan ook al waarschijnlijk was op die ponies of die paden. Dat je wel wilt ergens. En dan terug te komen op daar straks. Ik had geen bang. Nee, maar ik had wel ergens het gevoel dat ik het wel redelijk onder controle had. En ik, ik denk, ik krijg bang als ik het niet meer onder controle heb. Um, en in dat opzicht denk ik wel, ja, dat ik van vroeger van wel altijd. Uh, meegekregen heb van dat het belangrijk was om je paarden goed voor elkaar te hebben en dan het springen dan vanzelf komt. Um, een beetje tegenovergestelde van mijn... In de, nu spreek ik van in de tijd, met ja. de ponies hè, van mijn broer. Mijn broer was eigenlijk meteen heel veel competitiever in de ring. En de paarden sprongen ook veel beter bij hem dan bij mij, paardenponies. Bij mij sprongen ze minder goed. Maar dat is mensen ze... altijd, hè? Ja. Dat, Wouter... ja, dat was ook zo. Veel... Abnormaal talent. Ja, veel getalenteerder was, hè? Ja. Abnormaal talent. Met gevoel en, en, en die, pa die ponies die vlogen met hem. En bij mij, ik had het dan beter voor elkaar tussen de sprongen. Maar ze sprongen niet zo goed. Natuurlijk, op termijn, ja, denk ik wel dat dat voor mij heel goed geweest is. Want ja, uiteindelijk, is dat, als het dan hoger en moeilijker en technischer wordt, is dat wel nodig natuurlijk. Ja. Maar als je het op de korte termijn zag, was hij veel competitiever dan ik. Ja. Hoewel dat, jij wel Belgisch kampioen ja. pony bent geworden bent, ja. Codor. dat was eigenlijk mijn eerste echte, ja, echt een hele goede pony, denk ik. Ja. Um, dat is ook wel een mooi verhaal eigenlijk. Die, die pony die, um, die kochten we in een tijd van Bart Kenis. Dat ja? was toen ja. nog de vertegenwoordiger van CWD, denk ik. Of De Vocou, ja. ja. sorry. Um, en, daarna, en later na Topjumps denk ik. Ja, maar heette dat ervoor? Ja, dat noemde dan 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 anderen, dat, maar dat was, was Kennis en Nelis. Ja, Kennis en Nelis. Ja, ja, ja. Gunter Nelis was dat. Radioprogramma op zich. Ja, uh, <laughs> <laughs> Kennis en Nelis op zondag ook niet. <laughs> uh, en dat was eigenlijk toen, toen, oké, okay, toen uh, had ik al les van Dirk. En uh, Dirk zei toen, Dirk zijn paarden stonden toen gestald in vliermaal rood op de manege bij Gerrits, ook actief in de fruitsector. Uh, die hadden toen een manijzen in vliermaal Rood. En Dirk had zijn paard daar staan. En uh, die had die pony daar gezien. Die, die was daarmee komen trainen. Hij had die pony gezien. En die belt naar mijn alles. Dirk zegt: Als je dus echt als Le Piet of de Woud wil met de pony gaan rijden. Als je eens dus een goede pony wilt kopen. Ik heb een echte goede pony gezien. Maar hij zegt ja, die kent niks. hè. Groen en alles. En... Dus wij gaan kijken naar die pony. Ja, we hebben die dan. was geen een dure pony of zo. We hebben die gekocht. Hoe oud was hij um, toen? Ja, dus dat was uiteindelijk het, 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 de, de clue van het verhaal. Die was veel jonger dan we dachten. Want eigenlijk, uiteindelijk dat was, 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 was hij <laughs> nog. Maar, ja, maar die was eigenlijk nog maar niet langzaam Maar in het begin, dat was natuurlijk in het begin niet verteld. Maar eigenlijk kochten we die toen voor mijn broer. Uh, en uh, ja, later na, dat was echt ne, was meer paard dan pony eigenlijk. En die, werd, die nam het iets over van mijn broer, want die kreeg toen al met de paarden. En uh, toen, toen, ja, die pony was eigenlijk, die had zoveel kwaliteit dat we dan beslist hebben dat ik dan toch eerst met die pony ging proberen te rijden. En uh, dan ben ik met die pony begonnen en, en zo stil ik is opgebouwd. En dan ben ik met hem Belgisch kampioen geworden. Maar die was toen maar zeven of acht als ik Belgisch kampioen werd ermee. Die, die was heel... Die, die kende niks als wij die kregen. Want die had ongelooflijk veel vermogen. Dat was eigenlijk een paard. En achteraf zijn wij we te weten gekomen dat die afstamde van een boerenpaard. Mo, kun je dat geloven? Echt gebeurd. Dat moet blijkbaar een merrie die over een draad gesprongen is en, en zo en... en ja, het juiste weet ik niet, maar, want ik weet het ook helemaal niet meer juist in detail. Dus dat is me wel bijgebleven. Want dat, dat was ook echt zo'n hele zware pony, maar wel heel veel bloed en heel veel erin. En dan uiteindelijk dan ben ik Belgisch kampioen geworden met hem. En dan heeft mijn broer me overgenomen en die is dan ook mee naar de EK geweest en zo. Ja. Als we nadenken over hoe dat uh, vulkes gemaakt worden, um, kan het niet zijn dat een ponyhengst een boerenpaardmerrie gedekt heeft. Ja. Dus dat is in de omgekeerde richting ja. is. Dus even toch een minuutje stilte voor dat ponymerrie. <laughs> ja, maar nee, serieus. Goddamme. Maar dat was wel... Nou, dat was echt een... Ja, dit is toch Louis? Ja. Ja? Ken ze? Ja, nee. Ik ga daar een geen, da geen beeld bijschrijven. Dat cartoontje kar, da zo. Van die trein. Dat veel te kleine. Nee, veel te kleine berg zo in de nee. Ah, nee. Wat ja. <laughs> <Nee. lacht> zijn. Ja, dat is het. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar Corridor was wel. Ja, ja. Was, dat was ook eigenlijk de eerste keer, denk ik, met hem. dat wij op, uh, op internationaal concours gingen. Dat was ook een heel belevenis voor de familie de Vos. Want dat was iets helemaal nieuw. Wij kennen dat niet. Dat zou ik wel mooi om misschien eens te vertellen. Dat was dus, ja, we hebben dat eigenlijk allemaal leren kennen van Dirk. Want um, okay, ik moet zeggen, zonder Dirk uh, had ik hier waarschijnlijk vandaag ook niet gezeten. van een podcast te doen in, in, in de padensport. Um, Dirk reed dus het paard. Maar ik weet niet ik dat, moet ik zo ver op ja, vertellen oh, oh, oh. Dirk dus reed re, re dan Ikelli, het paard van mijn ouders van ons papa en Dirk was, was vriend aan huis bij ons en Dirk reed toen ook die reed toen paarden van campeneers dus Platina, de cumul ja, ja. en uh, zodoende is hij zij gaan rijden met Ikelli ook omdat wij, zijn, wij wonen in dezelfde streek en uh, Dirk kwam dan lesgeven ook nog vroeger aan de club van Bekkenvoort, toen reed mijn ouders wel nog LRV. die kwamen dan bij ons thuis wel hadden een binnenpistje mijn ouders hadden hadden vroeger een, een, we ja, hadden een eerste loods gezet voor het fruit. En dan onderin hadden ze een klein stuk voorzien. Uh, daar lag dan houtschors in. Ja. En dat werd dan voorzien voor machines te zetten en zo. Maar in de winter gingen die machines aan de kant en dan konden we daar waar rijden. Um, en dan kwam de club van Bekkenvoort daar ook zelfs trainen, Omdat ja, dat was er toen nergens niet. Hè? Binnen piste of ja, toch niet in onze buurt. En dan gaf Dirk daar ook af en toe les. En zo zijn wij ook natuurlijk, ben ik in contact gekomen met Dirk. En zo heeft Dirk eigenlijk altijd een beetje ons ondersteund en de weg gewezen. En dan dus eerst van met paard en dan met die ponykotten door. En dan uiteindelijk zei ik: ja, Oké, okay, dat, dat is echt een goede pony. Je moet dat echt proberen. Je moet een keer internationaal gaan rijden. En dan gingen we in het eerste internationale concours naar Moorselen. Dat zal ik nooit vergeten. Maar wij kenden dat niet. Dus toen hadden wij, om maar te zeggen, een vrachtwagen met twee, er konden twee bakken opzetten. Dus één bak was voor het vooruit gaan te lossen in de veiling. Ja. En dan konden die op, van die, uh, ja. ik kan nu dialect spreken, pikkels, dus uh, van die Baal afzetten. steunen zetten. En dan konden die de dan onderuit rijden en dan pakten we een paardenbak. Mijn vader had die, als papa en die had hij helemaal omgebouwd. Allee goed, uh, en daar was zo'n klein zadelkamertje in van voor. En daar zaten ook twee, bed, twee op een houten plank, twee berken in. En, maar dat was gewoon de zadelkamer, hè, dat had niks te maken met een mobiloom vandaag of zo. Hè, dat was ook geen keuken of geen douche of niks in. Hè. En uh, dus ja, wij gingen dan internationaal, maar ja goed... We gaan slapen ja, daarin, hè. Ja, want ja, wij kenden dat niet. Dus wij met die camion naar de concours. En wij kwamen eraan en die man van de, park, van de parking zei, we komen de doen. Ja. Ja, wij, ja, maar het is hier internationaal concours. Hè. Ja, wij kwamen met, zo met een camion aan. ja Goed, vandaag kun je dat niet meer voorstellen. Hè. Dus dan sliepen wij alle vier in, die, in dat bakje. En ik en onze Wouter op een matras van achter in een bak. In, in de krullen aan de kant met een borstel. Matrasken op de grond. Daar sliepen wij. Dat was als eerste een internationale concours, dat zal ik nooit vergeten. En goed dat, was een hele dat was een heel belevenis, dat was mooi. Hè? En daarna hebben we een andere vrachtwagen gekocht, dat was dan zo'n omgebouwde bus. En dat was Wat? ook ja, om, een... Om, een omgebouwde bus. Ja, die, kwam met, die kwam van die Roger, uh, Roger kwam die dat, dat was eigenlijk een vrachtwagen toen, volgens mij, reed Dominic Hendricks toen voor Roger, maar ik ben niet zeker, maar ik denk het. Zo'n Bordeaux bus, daar hebben we heel lang mee gereden. Oh, ja. Ja. Die zo? Nee, nee, nee. En er waren oké. twee grote, dat was een grote zijklep aan en een achterklep. Okay, dat was super gedaan. En van voor had je ook een, een tafeltje gewoon en ik kon dan we naar beneden doen, daar kon op slapen. Ja. Mijn papa sliepen dan daar en ik en onze Wouter sliepen achter in een bak van de paarden, maar dan konden ze zelfs niet van de mobilom naar de paarden gaan. Dus wij moesten dan van achter deurke binnen, een matras en daar sliepen wij. Zo hebben ja, wij misschien twee, drie, vier jaar op concours gegaan. Maar ja. nou, oké, okay, dat had ook iets, hè? Ja, ja. zeker. Dat is mooi, hè? Als je spreekt over bus, dan denk je toch. al. zijn eerst dat je aan gaan denken. James Peter. Ja, dat is niet normaal. <laughs> Wat een geweldige ja, dat, bus ja, dat, dat was. dat was een hele grote. Hè? Ja. Ja, dat ja. Maar dat was een dubbeldekker. Ah, dat was een, 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 ja, een heel hoge. Een heel hoge. Een van, van Lamicel. Ja, ja. 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 En hoe, hoe heette de bitten van Lamicel toen? Metalap. Zond stond nog een sticker op. Metalap. Metalap, ja. 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 Nee, dus zo zijn we eraan begonnen. Hè? Ja, chic. Er is nog een verhaal, blijkbaar. Uh, uh, denk wat met de ponies was. Ik op internationaal concours bij de familie Lavers, kan dat? Ja, in Diest. Ja? Maar dat was, dat was Westred, zo zogezegd. Ja? Daar won ja. ik dan de grote prijs, ja? met Cotter door. Dat was natuurlijk wel ja, dat was mooi, hè? Dat ja? je dan daar ja, kon winnen. Dat was, uh, in Diest, internationaal? In Diest, ja. Mijn. Een graspiste, zo achter, dat was achter het slachthuis in Diest, denk ik, ergens. Ja, dat was altijd ponyconcours. Maar blijkbaar, en d'Or was een hele goede pony, maar blijkbaar waren nu, um, werd mij verteld, waren nu juniorpaarden um, iets minder, met um, iets minder kwaliteit op de wereld gezet. Kan dat? Ja, dat is zeker zo. ja. Goed, okay. Die waren niet zo, get... die waren niet zo uh, ja, die hadden dat niet meegekregen laten we zo zeggen. Um, ja, dat was ook een moeilijke periode voor mij, omdat goed bij de ponies. Ja, we... Je rolt daarin. Hè. Je gaat dan internationaal, je gaat dan BK. Ik heb ook EK gereden met de ponies. Belgisch kampioen. Eh, goed, een paar grote prijzen gewonnen. Je zet dan ergens een beetje op een. Maar jij won alles, net schijnt. Ja, dat de ik Bij een Cotte won ik heel veel. Hè. En dan, okay, dan ging ik met de pony naar mijn broer. En dan moest ik het met juniorpaden doen. En dan ga de, denk je van oké, okay, je gaat nu ook. Hè. Dat was toen in een tijd. Beatrice van Pasen, was toen... de, de, dus de vrouw van Stanni, was toen de chef de kip. Dus dan. Je hebt het eigenste gevoel ja, dat dat gewoon doorgaat. Maar dat was dus niet. Hè? Want ja, die paarden van mij dat waren. Ja, mijn ouders hebben, no we hebben nooit duur ponies. No die pony ook. Dat was geen dure, dat was een die we zelf gemaakt hebben. En dan met de paarden hetzelfde. Ik heb nooit... Mijn ouders hebben nooit duur paarden gekocht. Of zo. Dus uh, we moesten al een beetje roeien met de riemen die we hadden. En op die moment bij de juniors had ik gewoon geen goede paarden. Uh, Daar konden we mee meedoen. Maar ik was natuurlijk gewoon om van voor mee te doen. En nu moest ik gewoon meedoen om de hoop aan te vullen. En ja, nou, daar had ik het wel heel moeilijk mee. Um, als ik junio was. Maar aan de andere kant ja, heeft me dat waarschijnlijk ook sterk gemaakt. Om een keer even terug... Met ja, de voeten op de grond. Met de voeten ja. op de grond te vallen. Maar oké, okay, mijn voeten op de grond denk ik dat ik wel altijd gebleven heb. Want daar heeft Dirk wel altijd voor gezorgd. <laughs> dat was dan niet zo moeilijk. Um, maar uh, ja, dat was wel even de harde realiteit. Hè? Ja. Dat waren dan net niet goed genoeg en je wilt dan toch ook blijven meegaan, maar ja, dat, 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 ja. Dus dat was een moeilijke periode, ja, de juniorperiode. Um, op die moment hebben je ouders wel al hun fruitbedrijf en ja. dat is zeker niet denk ik wat dat nu is, ver van. Um, maar je zet dan de juniors, dat is eigenlijk richting de 18 mm -hmm. gaan. Mm -hmm. je, je, het, het loopt niet zoals dat het echt loopt dus dat je het zou willen, zeker nu dat jij in elkaar zit, mm -hmm. is er dan een moment dat je denkt ja, dat paardrijden, het zal wel. Want ey, toen, toen liet het lag er toch kansen, denk ik, binnen het bedrijf, of niet? Ja, uh, toen hebben mijn ouders ook echt aan mij en mijn broer gevraagd van kijk jongens, ga je alle mee in het bedrijf? Uh, hoe, hoe gaan we het doen? Uh, want ja, wij, zij hebben van nul begonnen ook. En zij hadden tot dan toe al een heel mooi bedrijf opgebouwd, echt een teelbedrijf. En oké, okay, dan moesten als, we verder wouden, als zij verder wouden doorgroeien, want zij zijn ook altijd mensen, mijn ouders zijn altijd mensen geweest die vooruit dachten en altijd blijven investeren. En um, op die moment ja, moesten zij de stap maken van of echt een doorgroei te maken, terug herinvesteren, nieuwe, nieuwe gebouwen, alles. En dan hebben zij wel gevraagd aan ons, van kijk jongens, ze zijn erg geïnteresseerd om, om mee te gaan. Um, of, of hoe zie je Geland het? Um, en dan hebben wij, ik en mijn broer gewoon unaniem gezegd, ja, we gaan mee in de zaak. Um, gewoon eigenlijk zonder na te denken. Dat was gewoon... Eigenlijk was dat logica. Ja. Uh, dat, was, dat was een logisch gevolg van alles. En we hebben ook altijd mee in bedrijf. Van jongs af aan meegeholpen. En, en, en uh, ja, er altijd mee ingezeten. Hè. Uh, dus wij gingen mee in bedrijf sowieso. En daar langs bleef ik dan rijden. En, en ja, dan besefte je we wel van uw eigen... Oké, okay, ik heb altijd een droom wel gehad om, om, om op hoog niveau te rijden. Maar ja, dan moet je die toch een beetje opbergen op die momenten. Maar ergens stiekem hoopte wel van ja, ik blijf gewoon doden. En ik zie wel waar ik kom. Ik blijf gewoon verder rijden. Maar aan de andere kant wou ik wel die zekerheid hebben. Voor mijn carrière, voor mijn leven op dit moment waarschijnlijk. Hè. Om, om toch die stap te maken om mee in het bedrijf te gaan. Maar ja, dan moest ik ook nog, dat waren dan waren ook nog de studies. Uh, want ja, mijn ouders hebben allebei gestudeerd. Dus het was ook logisch dat ik ging verder studeren. Uh, en dan. Uh, ja, dan was dat wel allemaal een niet zo'n makkelijke beslissing. Want ik wou dan eigenlijk gaan handelsingenieur studeren. Als ik, uh, als ik uh, 17 of 18 was. Um, en um, dan hadden we wel gezien want kijk, als je echt wilt ook nog blijven rijden en mee, ondertussen ook al een beetje in bedrijf en handelsingenieur, dat ging allemaal te veel worden. En uh, mijn vader heeft mij altijd gezegd: je moet naar school gaan om iets bij te leren. Je moet niet naar school, jij moet niet naar school gaan. Ai, ik zeg niet dat, dat, ik wil dat zeker niet veralgemenen. Maar, ja, maar onze, onze podcastgeschiedenis leert ons dat de meesten zeer vroeg gestopt zijn. En dat het ja, dus niet noodzakelijk slecht is uitgereikt. Ik doe het al heel goed. Hoewel maar, dat we wil, wel willen zeggen, uh, stay in school. Ja, ja, ja. kids ja. Ik ja. ga mijn doen kinderen, drugs. dat toch ook zeker, uh, hey, zeker uh, aanmoedigen om dat te doen. Maar uh, dus, ja, mijn vader zei, ga, ga naar school, zoek iets dat je iets aan hebt. Dat je met ons nog in het bedrijf kunt gebruiken, dat je wel hun horizon verbreedt. En dan heb ik gekozen om handels, uh, handelswetenschap optie marketing te studeren aan de hogeschool. Dus dat heb ik dan ook nog gedaan, er wel bij. Maar ondertussen was ik ook al actief in het bedrijf al. Ja. Uh, en dan deed ik ook nog paardrijden erbij. Dus wij gingen toen ook al nog wel vaak. Uh, ik had wel veel paarden om te rijden. Die waren misschien niet goed, maar well, ik, ik, deed wel, ik deed wel door. Hè. Ja. Het is niet dat ik dacht van ja, pff, die zijn niet goed genoeg, ik rijd er niet meer mee. Ik deed wel door en we hebben dan toch een oplossing gezocht om die te verkopen en dit en dat. We deden door. En dan op een bepaald moment is dan ja, de ju het juiste puzzelstukje gevallen natuurlijk met de, met de komst van uh, Tequila D. Um, dat was als ik jongrijder uh, was. Um, toen uh, is Pitu van der Linde, ondertussen ook een hele goede kameraad van de familie, um, die uh, was ook teler van Primo Appels ook. Uh, een appel die wij exclusief vermaakten, eigenlijk. Uh, en uh, hij was er ook teler van. En wij kennen hem goed. En uh, die, had, die zat ook in de paarden. En Rick Hemery kreeg tequila. Ah, ja. En uh, ze wouden we dat paard dus verkopen. En ja, we wisten het allemaal niet. Maar zo, die Mary was dan geweest... Uh, ik denk bij Stefan uh, waren ze geweest. En bij Peter Postelmans En telkens als ze die probeerden, die op de eerste of tweede... En dat was ook echt zo. Op de eerste of tweede sprong dat er met Stopte die Mary. Dus je... Je ging ermee springen en die, die stopte gewoon. Dus ja, die klanten die stapten af en dat was niks. Dus ja, ze zaten een beetje vast. En uh, ik weet ook niet of Rick dan, misschien was Rick waarschijnlijk ook niet meer zo gemotiveerd. Omdat ja, ze konden ze toch niet verkopen om me verder te rijden. En dan zei Pieter, ja, wilde de Pieter dan niet eens proberen? Ja, ik had toch niks, dus ik zeg ja, ik wil dat wel proberen. En die Mary is dan bij ons gekomen. Uh, en ik ben erop gestapt. En dat was eigenlijk, ja, dat was eigenlijk een, een, een soort van op die moment was het een soort van giraffe die een nek die liep van boven en ik kreeg daar geen vat op maar ergens had ik met dat paard ik weet dat niet ik ben daar gaan opzitten ik had er een klik mee en uh, toen is dat eigenlijk wel heel snel gegaan uh, en dat is eigenlijk wel het paard geweest wat eigenlijk echt mij laten voelen heeft van oké okay, ik kan toch ik moet mijn professionele droom in de paardensport toch niet opbergen je moet gewoon blijven doordoen en dan, dan krijg ik er wel. Want die Mary heeft dan wel kort een tijd ben ik dan met haar ook Belgisch kampioen geworden bij de Jongrijders. Maar binnen het half jaar of zo, denk ik. En oh, ja. ben ik het EK geweest in Athene was dat toen, van die jeugd. Dat was ook een. Dat was weer ook de next step voor ons natuurlijk, want dat was een heel reis. Ja, en, ik hoorde de boot op. Ja. ja. Daar ben ik ook zelf mee geweest met de vrachtwagen naar daar. En, en ja, dat was, wat was dat, allemaal? dat was ook een heel gedoe. Want toen, ieder, blijkbaar, um, vloog iedereen. Ja. De paarden vlogen, maar jij ja. en Kevin Spees is niet, denk ik. Nee, we zijn toen met de. Met de ja, juist, dat was met Kevin. Dat was met Kevin, zijn vader was er ook bij, denk ik. Ja, ik weet het huh? niet meer zo. Goed, maar dat was inderdaad zo. De Kevin was toen ook mee in die jeugdreeks. En, en wij zijn toen met de vrachtwagen, ja, als een van de enigen, dat klopt. En uh, omdat. Jaar ervoor of twee jaar ervoor waren er de Spelen. Ja, ja, ja. En Dirk was toen met Clinton ook met de vrachtwagen gegaan. Ja. Dus Dirk zei tegen ons: ga toch met de camion En je die, die pijl op de vlieger zetten. Dus ja, we hebben natuurlijk ook ja. gedaan en zijn we met de vrachtwagen gegaan. Maar dat was een heel reis. Voor ons toen, ja. Wij waren toen wel internationaal gaan rijden, maar ja, dat was om de Kerktoren en dat was een keer in Moosel en een keer in Over en een keer in Frankrijk, maar voor de rest uh, en in Hagen en, en, en Wierde, maar dat was het. Maar dat was toen wel. Ja. De, de Marco Polo Equestrian ja, ja. Een Goede EK geweest voor u? Goede EK. Uh, bij die jeugd, een goede EK. Nee, dat was niet zo goed. Ik weet dat eigenlijk altijd weer heel goed. Maar heel goed zal het niet geweest zijn, want dan zou ik het me herinneren. Maar ja. dat was um, ook niet slecht, denk ik. Uh, maar ik heb er iets heel goed aan overgehouden naar de EK. Ja. Daar heb ik uh, mijn, mijn vrouw leren kennen. Ja, echt. Dus, <laughs> meer dan een gouden medaille. Ah, mijn voor life. Dat was een win voor life voilà. Dus um, nee, trouwens, maar... jij bent hier aan het scoren hè man. Ja, ja. Dat was wel mooi. En dat was dus niet, dat dus echt die is echt niet... de onder camera's ook. Ja, <laughs> voor, voor je, uh, geen voorzet. Ja. Maar wel, wat wel, nu, als je dat net aan het vertellen was, in de juniorperiode. Zo ken ik uh, jullie eigenlijk wel niet. Zo doen om de hoop te vergroten. Hey, weet je niet meer nee. hè? Maar, yep. ik zou zeggen, hey, zoals ik jullie ken, mm. uh, redelijk goed. Is dat iets wat je eigenlijk niet, uh, nee, nee, zeker. niet gauw nee. doet? Hè? Maar ja, goed, dat je het niet anders kunt. Ja, op die moment was het zo. Onze Wouter reed toen nog bij de ponies. En die was toen ook met de ponies succesvol. En die ging dan nou wel nog naar die jeugdwedstrijden. En die reed wel echt mee. Ja. Die, want die had ook veel gewonnen bij de ponies en zo. Ja, en ik reed dan bij de juniors. Dus ja, weet je, dat, 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 dat doet je ja. mee dan even. Hè? En, en, en ja, geprobeerd. Hè? Want ja, natuurlijk, nu kan ik zeggen, dat was op een hoop te vergroten. Maar op die moment... Denk je dus zo niet, dan denk je van ja, je denkt dat het toch eens gaat lukken. Hè? Ja, en je traint, en je doet en je probeert. En, 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 maar oké, okay, dat was gewoon net niet. Die paden waren gewoon net niet. Ik kon er Marijnen nog oh, wauw, ja, dat was gewoon net niet. Maar aan de andere kant, goeie, ik ben er wel heel hard van geworden, denk ik. En dan, ja, datzelfde met die pony voeren, met die moonjumper, om er nog eens op terug te komen. Goed, die, daar zei ook iedereen van in de paddock tegen mijn ouders: Je gaat het zot. verkoopt die pony, dat is levensgevaarlijk. Wil je gaat de verongelukken. En ik weet dat nog, ik wou, daar, ik wou die niet afgeven. mijn ouders wou je paar ook zeggen, van, die ging altijd omhoog. Die ging kaarsrecht omhoog ik ben daar afgevallen. En van, van de welke? Van, van Moonjump. Yeah? Ik weet dan nog, zelfs dat Dirk ooit thuis er is opgekropen. En zelfs volgens mij is hij daarvan afgevallen. Dat was echt... Een, ja, je kon echt smerig doen. Echt, ja, echt niet braaf. Maar ik wou die niet afgeven. Ik weet niet hoe dat komt. Ik wou die toen niet afgeven. En uiteindelijk heb ik dan doorgebeten. En uiteindelijk is het dan gelukt, witte. En dat is toch, denk ik, een klein beetje de leidraad door... Mijn carrière, ik heb mijn verschillende paarden wel, als ik de klik had, heb ik wel echt uh, proberen door te zetten om er toch iets van te maken. Dus toen dat tequila kwam, toen sprongde jij wel 1,40 meter proeven? Ja, ja. ja, dat is heel anders dan nu, hè. Nu, die, ja, die jonge mannen van die echte paardenfamilies, ja, die springen nu al, of zelfs niet eens paardenfamilies, die springen nu al 1,45 meter, had niks te zijn, maar dat was toen niet. Hè. Want ik weet dat nog, toen reek ik EK op in, in Athene. Het zal dan ook niet zo slecht geweest zijn, want toen belde Lucien Sommers uh, mij op. Dat was toen de bondcoach ja. van de seniors. En die zei, ja jongen, op pijl springt goed. Ik uh, um, wilde niet meegaan naar... Ah nee, sorry, nu ben ik mis. Dat was een ja. kader na. Sorry, sorry, ja. sorry. sorry ja. Uh, ik zag trouwens Jan Vlemmings, vierde. Ja, met Kum, uh, Kuntago. Uh, Meibooms, Utago. Utago, ja. Maaike van der Vleuten, vijfde. Uh, Gemma Pater Noster ja, won Felix Haasman, 2 Charlotte Plat 3 wel schoon wie, wie? Uh, Charlotte Plat um, Engels hè? Ja, met een zes. David six. Platt, nee? hè? <laughs> uh, Gaudiano 7 wie is Echt? nog die we kennen? Patrick Lemmen 11e, 12 Olivier Perrault. Angelica, Auguston Zanotelli, 14e, allemaal generatie Thomas Weinberg. Ah, ja. uw, uh, uw chef is een uh, zoon. zoon. Le Mercier, wie zit nog allemaal in die, in die groep. Andreas Kau. Met Agenda. Mm -hmm. Juist, tiger Agenda. Tiger Agenda. Ja, ja. Uh, we zien hier nog staan Julie Pascal met talent. Ja. Een legendarisch talent. Sofia Kroon, Gucci. Wel well cool. Wel cool. Yannick generatie Allemaal generaties, Nee. Ja. 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 Libia. Jans Breer, oh. Thomas Ryan. Hé, hey, was uh, ze wel een generatie Amai. Filippo um, allemaal... Weishaupt, Conterno Grande. Ah, Weishaupt ook? Ja. God, oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja. Conterno Grande. Ja. Hé, hey, dan moet het toch al... al... Was dat een Hengst van Beerbouw? Ja, halen, of... dat lijkt dan toch zo, ja? Amai. ja eigenlijk... We spreken over 2004, 2005. Uh, zes. Zoiets. Ja. En dan, dan. Het EK was dat dan nog de week... het jaar daarna was het dan EK in over, of niet? Ja. ja. Dat was, dat ja. Was Want heb je ooit een medaille gewonnen op een nee. EK? Nee. Dat had, Daar dat had, dat had ook winnen. kunnen gebeuren. Ja. Ja. Toen ja. had ik alles nul gereden, denk ik. En toen was ik in de finale. Moest ik als laatste binnen? Een van de laatste, ja, Tweede ja. of derde laatste. Ik weet dat ik, ik mocht twee fouten maken en dan stond ik nog op het podium. Dat weet ik nog dat ze mij inspraken in het wegsken naar de piste. Ah, jong, hè? Geen stress. Je mocht er nog twee omspringen, dan staat er nog op het podium. Hè? Weet je wel, om mij ja, een ja. keer rust te stellen. Um, en ik kom buiten met negen. Nee. Door de ja, maar wacht, eenvoudige ja. reden dat we een beugel brak. Hè. Ja. Ja. Dus mij sprong ongelooflijk goed toen. En uh, ja, oké, okay, in principe, die ging misschien eens een fout gemaakt hebben, dat kan, hè. Maar die ging niet uh, drie fouten gemaakt hebben, dat weet ik zeker. Um, en, en ik kom, want het was niet meer veel. Nee. Op het einde van het parcours, drie sprongen, en ik spring uit, en drie sprong, en ik land met een rechterbeul. Moet naar links, ja. Een bocht naar links, en met een rechterbeul knak. En dan moest ik naar een plank. Want ik weet, met een beul brak ik af, en ik lag er bijna vanaf, want dat was echt in de landing. En ik hong je naar een nek, en ik, ik, ja, ik lag er zo, eigenlijk vanaf, maar dan kon ik me dat toch nog zus ophouden. Trek me erop ondertussen was die plank er, want ik was aan het draaien ondertussen. Ja, ik, ik, ik moest een volte rijden, dat ging niet, anders dan mijn met één beugel afgereden. Ik kreeg, nog, ik kreeg dan een volte en een fout, en dan tijdsfout, denk ik, of zoiets. Eh. in ieder geval, ja, alles bij je. Dat was wel echt. Ja. Dat was toen, uh, ja, ik, ik mag dat misschien niet zeggen, maar dat, waren toen die, dat was toen dat nieuwe systeem van... Uh, dat waren toen klikkers, klik, hè? Dat waren die ja. klikbeugels, like, like, de, like de coureurs, hè? Dat was, toen, dat was toen in, hè, en daar hadden ze mij gevraagd of ik daar ook mee rijd. Ik reed er al een tijdje mee, en dat ding brak al, hè Dat was goh, free jump? Ja, free jump ik ja. was ook aan het denken. Hè. Maar, toen, maar toen was dat echt klikken. Ja, ja, ja. Allee, vastzitten, vastzitten. Dat, dat was gewoon een, een staaf naar beneden, en dan een plaatje horizontaal. En daar klikt je voet op. Klik, echt letterlijk, gelijk en... de coureur. Ja ja, ja. ja, ja, En dat brak. Oh, man. Die weg naar buiten doen, dat was onbeschrijfelijk teleurstellend. Goh. Geloof ik. En toen... Nu kom ik terug op Lucien Zomers. Toen ben ik echt, wow, toen was ik echt, ja, ik weet niet wat ik toen was, woedend, verdrietig, alles samen. Um, ben ik in een camion, ben ik in de vrachtwagen gaan zitten en ik was echt, pff, ik wou even niemand zien. En een half uur daarna of zo, of een uur daarna, ik weet het niet, toen meldde Lucien dus me op Hij zei, hé, hey, om maar je hebt pech gehad, dit en na, uh, jouw peer springt zo goed, jij mocht mee naar Dublin. Ja, nee. ik zat op, nee, ik nee? ging Dublin, Dublin. En toen, ja, dat was wel voor mij zo n... Ja, dan was even alles weer. Vergeet en niet, maar dan kon ik het even relativeren. En dan, ja. En dan ben ja. ik mee naar de dubbelen, denk ik. Ja. Dat was dan de eerste keer. Nee, niet de eerste keer. Ik ben. Ja, ik, ik... Het zijn ook allemaal vlaarders die nu binnenkomen. Ja. Hè, maar ik heb ook nog. Ik... De eerste keer dat ik met de Cenas weer heb was in Poddebradi. Ja. in Tsjechië. Dat was met Henk Labots in de ploeg en Dirk. Ook een regiogroep, Ja. Um, dat was toen Lucien. En dan heb ik ook nog eens gereden in Kopenhagen, maar dat is er na geweest in. Ja. Kopenhagen heb ik uh, gereden. Met tequila toen won ik de grote prijs. Ja. En dan denk ik dat Dublin een van de eerste grote um, ja, concours was zo ja. op het hoogste niveau. Was zijn Klabots toen al met Quicksilver? Ja, 100%. Het is ook een van de langste carrières die er ooit is geweest. In. Ja, precies. Heel mijn leven. Dat me en ergens er is wachten nog altijd zo'n resultaat te zien van dat paard. <laughs> ja, die sprong toen altijd wel. Ja, ja. 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 ongelooflijk. Ja, dat, ja. ja. dat was mooi. Elk jaar in de startlijst van BK Lannaak zie, denk ik. Allee. Ja, maar ja. Ja. Is, ja, ja, is hij? Ja, ongelooflijk. Ah, ja. Maar tequila, wat heeft tequila u gebracht uh, als ruiter? Het gehoord. Ja. Goeie appel, hè? de technische dame. Ik Maar echt dat een blikje cola was. Nee, 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 nee. dus het is dus gewoon een, een appel. beet in een gold. Oh Uw tanden breken er bijna vandaan, zo hard is hem. Hè? Ja. Er is dat, um, Mega crunchy, hè? Is dat, dus, Nu op sociale media, er is zo dat, uh, dat blond vrouwke, Russisch, of toch Oost-Europees, die dan zo... Bentley. Ja. En nu is er ook zo'n met Mercedes. En blijkbaar is dat ASMR of zoiets. Ik moet het opzoeken wat dat precies is. Maar het komt erop neer dat het... Um, een audio is ASMR, noem het zoiets. Meaning, um, autonomous, autonomous, sensory median response. Het gaat over gevoeligheid van het oor voor bepaalde geluiden. Ja. Een borstel heel dicht bij een microfoon of zo over een grill gaan met je, met je hand, um, dat mensen daar heel opgewonden of gevoelig of dat dat je kan stimuleren. Mm -hmm. Misschien ligt dat ook bij het kraken de bij Ruby Gold. Ja. ik word er toch door getriggerd als ik dat hoor. Ja, blijkbaar. <laughs> Um, het jaar later worden ook meteen talent van het jaar. Jij zit het tweede talent ja, na Niels. Denk. Ja, Niels was eerst en ik tweede. Ja, dat ja. Komt. Ja. Maar jij bent geen, geen echte generatiegenoot van Niels, hè? Nee. Hey, trouwens. Nee, want ik heb nooit bij Niels eigenlijk in de jeugd in de ploeg gereden of zo nooit. Nee. Um, wanneer, uh, wanneer is uw verjaardag? 8 februari. Ja. Ja. Dus als je gaat kijken naar Team Belgium, de website van. De Belgische ploeg in de breedte, hè, ik denk net dat het BOIC is, mm -hmm. staat er. Ik ging je bijna gelukkige verjaardag wensen. 5 december 1983. Dat is wel een redelijk groot foutje. Ja, toch? Hè? Ja. Ik, toch nog drie, ik heb nog drie jaar te gaan toch, om daar te geraken. Ja? Ah ja, dus van 86 zei je. Ja. En, uh, nog een pluim op je noed. Ik ging op zoek naar je grapio overwinningen. op de website van de FVI En dus ook in alle databases staat niet dat je de grote prijs van Doha hebt gewonnen. Ah, oh, Ja. Dus ik heb een FVI een bericht gestuurd om te vragen hoe dat zit, omdat dat ook invloed heeft op de World Ranking natuurlijk toen. Ah ja, schet. Ja, dus la los, los van twee fouten. Eh, ja. Uh, ah ja, er moet een keer iemand uw Nederlandstalige Wikipedia-pagina aanvullen. Oké, Louis, we gaan dat regelen. Jij jij niet, maar ik We gaan dat regelen. Ja. Ja. Gaan dat regelen. Um, Glenn Maas vroeg: uh, vraag is aan ja. Pieter de Vos. Heeft de titeltalent van het jaar, toen nog vlp talent um, en alles wat eraan vasting, heeft dat iets gebracht? Dat was echt een serieuze ja. vraag gisteravond. Ik denk, wel dat dat, ja, ik denk wel dat dat op die moment zeker een enorme erkenning was, ja. Dat was toch wel echt eervol dat je dat kon gaan. Dat je die naar waar kreeg, zeker in Mechelen. Wordt dan toch een beetje in de kijker gezet. En, 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 ik weet dat nog. Dat was toch echt iets waar iedereen toen, zeker in me, in uw leeftijd, in uw generatie dan naartoe leefde van ay, wie gaat dat talent worden en, en, en dat was toch wel uh, zeker toen was dat echt een uh, hot ja ja want dat waren straffe groep ruiters die in, uh, ja, en dat was ook niet zo hadden, evident hè? om dat te worden toen um, dus dat was wel uh, ik had daar dat was echt een, wel een echte erkenning toen ja maar respect is dat nu niet Iets minder uh, hot of is dat gewoon omdat ik daar verder vanaf sta? Ik weet het niet. Ik kan er niet eens Mijn gevoel is dat ook iets, als ik dat mag zeggen. Toen was dat echt uh, ja, ja, ik hot. weet het ook nog. Toen ja. ja. dacht oh, uh. ik, wie gaat het worden? En, en, terwijl en dat als als het als iemand het niet werd. Ja. 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 En terwijl dat doet niet nu af nu nog van het talent, ja. uh, talent dat er nu ja. Als je de erelijst gaat zien, ja. iedereen die daarop staat... Ja, Gilles heeft, Thomas. ...heeft nu al een grote carrière of gaat een grote carrière hebben. Zonder meer, hè? Ik denk dat het is om er feit vanaf staan, het minder ja, beleven. kan leven. Ik denk dat dat ze ai, zeker moet blijven. Ik vind dat wel echt een, een, ja. Ja, een, een meerwaarde. Ja. Beetje, een beetje golden boy uh, hey, kun je dat... ja. in het voetballen. Kunnen daar rechtstreeks iets aan koppelen? Nee, maar dat heeft wel een impact denk ik op uw carrière, on onbewust. Ik ja. denk dat wel. Het is eigenlijk een beetje uh, als zijnde: uh, ja, het is een titel die je krijgt. Uh, of een erkenning die je krijgt, die je heel het jaar daarna weer met je meedraagt. Hè. Ja, ja, dat is toch? Als je dan ergens binnenkomt op ja, ja. een feestter, uh, ja. dan zeggen ze: ja. spreken ze over talent van het jaar. Ja, volkomen. Ja. We hebben het daar dan over tequila. Die wordt dan succesvol. Trouwens, ik, ik had opgezocht waarom dat tequila bij de Geemrik stond. die komt ook uit de Soort van ja, de Lozelle. Ja, Feo, ja, 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 ja. of Godspe, Skippy. Ja. En de um, moeder heet Nistria de Lozelle, zeker? Ja. Ja? Ah ja, Skippy 2. Ja, inderdaad. Nistria, Jessica en Marcia. Is Marcia niet ergens een stammoeder? Ook die bij de ja. um, dat is waarschijnlijk. waarschijnlijk hè. Een vrij bekende stammoeder, denk ik. Ja. Grootmoeder of voorgrootmoeder van SP, van Tof van Eversen, van Vicky van de Poel. Lobri heeft daar dan natuurlijk een tak uit. Ja. Marcia. Um, tequila, ja, ik, ik zie ze nog voor mij. Ja, er is denk ik in de wereld weinig zo oncomfortabel als dat. Leek voor een buiten... Maar dat was helemaal niet. Alleen. Je had een abnormale galop. Dat zat op, lekker like een koning zat daarop. Je had zo'n soepele, um, zachte... En je ziet ook met al, alle nakomelingen of alle paarden uit die lijn. Die hebben allemaal... Bijna allemaal een goede galop. En dat had zij ook. Zij was zo echt. Ja, ik weet dat niet. Ze, had, ze was heel sport. Toch wel. Ze was heel competitief. Ze was heel nee. snel. Uh, en die kon haar zo. Ik weet dat niet. Die kon haar op bepaalde momenten zo heel lang maken wanneer het moest. Dan denk je, oh, dan ook ze ooit oh, gaat breed worden. Woep, en dan maakte hij daar zo lang. Zonder dat je het gezien Ja, zo echt een harmonica in haar, in haar lijf. Maar die natuurlijk, ja, je moest niet proberen om, die, om dat hoofd te. Allee. In de juiste positie te zetten, hè? want ja, dan moest hij kunnen leven dat zijn hoofd er uh, een beetje bovenop stond. Hè? Ja. Maar ja, is dat een probleem, maar ik vond dat niet. Ja. Um, maar die was, was wel een heel speciaal paard. Hè? Wat ik straks zei, die klanten voor mij, die merrie. maar dus dat was bij mij effectief ook. Ik heb ooit landenwedstrijd gereden in Lummen, dat ik in de paddock geen sprong heb kunnen doen. Hè? Dus ik kreeg naar Kruisk, in de paddock in la landenwedstrijd Lummen, dus dat was toch een beetje all eyes on you, hè. Um, dat was voor ons ook al wat thuis, de man ja. was dichtbij. En dan, en dan in de paddock, iedereen zat er te kijken, op naar boet, stop. Allee, nog eens, boot, stop. Maar tien keren, hè, er niet over te krijgen. En dan had ik uiteindelijk toch over recht een keer gesukkeld en dan binnen, want ja, dan moest ik binnen. Hey, dat, dat was zo en dan sprong die nul. Hè. Dat, was, dat was een heel speciaal paard toch wel. Hè paarden inzicht gekregen van haar, van zo'n van zo Mary. Ja, ik denk dat wel, hè. zeker en vast. Ik denk, ja, leren uh, een paard, leren omgaan met het paard hoe dat ze zijn en niet willen veranderen en, 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 en proberen het beste erin naar boven te halen. En je eigen aanpassen aan je aan paard in plaats van andersom. Maar hoe was dat thuis dan? Daar rij hey, uh, dus, je, er zijn een paar gasten die zeggen, de Piet, je kon scholen, die had ze voor elkaar. Was die Mary dan voor elkaar? Kon die thuis dan wel? Ja, kon die thuis wel, je dus, kon daar wel mee, ik zal niet zeggen dat je die. Ja, hoofd was waar het was. Maar je kon wel naar voren terug. Je kon naar wijken. Ah ja, schouder binnen. Maar, je, weet je, je kon daar wel dressuur mee rijden. Ja. Die was op die manier wel voor elkaar. Maar enige keer als je in de pis kwam, moest je die hoofd gewoon naar boven laten en, en lekker was, en op de kwaliteit rijden. Ja. Um, ja, zo heb ik ze altijd gereden en gekend, maar het heeft mij heel veel bijgebracht. Ja, je, je moet, ja. Die kwaliteit was wel mega, hè? Dat is heel veel kwaliteit, ja. ja. Slim, hè? gruwelijk slim paard. En, en, en zien we vandaag ook. Allez, ik denk dat alle goede paarden die ik gehad heb, die waren heel slim, intelligent. En dan, ja, ik denk dat dat de kunst is hè? om, om, om de intelligentie van je paard te gebruiken, die naar boven te halen. Ja, al het, al het goede naar je paard naar boven te halen. Hè? Principe, in principe spreken we over sport van tien jaar geleden. Mm -hmm. Vandaag gaat hij die nog graag. Ja, nog... die kon ik die die vandaag nog gebruiken. Yeah. In, in, in de sport van vandaag stond die zeker niet... Uh... Allee, ik heb andere paarden gehad die vandaag zeker niet meer mee konden en die toen succesvol waren, maar zij was toch wel een paard dat nu ook nog mee zou kunnen. En zij is ook vandaag de grootmoeder van Casual. Ja. ja. Nee, hm. de tante. Ja. Ah nee, dat ja, klopt. Ja, uh, just Me. Me is De groot-tante. Me zus is een van... zus van Tequila, dus ja. een tante Ja. Een ja. 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 tante. Ja. Sorry. Um, maar zij heeft nu, we hebben nu een zesjarige Aganics rechts, rechtstreeks uit haar, en ook weer wel speciaal genoeg. Maar ja, ik heb ze vandaag ook nog zien springen, was toch wel echt heel goed. Maar ook een paard waar je geduld moet hebben en, ja, um, elke was dat in de paddoxtrek en ja, ik, ik snap dat hè. Paarden, die die doet dan wat speciaal en dit en ik zeg, ja, ik zeg, je weet dat ze zo is, laat ze zo zijn, zoals ze is. Je moet dat niet willen, je moet je dat niet aantrekken. Zij was, dit moet in de pist gebeuren, hè? Ja. Sommige paarden moeten toch zo mee omgaan. Als je die probeert te dwingen, komt het er toch niet, ja. denk ik. Ay, zo heb ik het altijd benaderd. Als ik me niet vergis, is casual er ook een voorbeeld van. Allee. Ja. Uh. Casual is, uh, was wel, ja, was ook, is ook heel speciaal. Hè? Vandaag zie je dat niet meer zo. Maar dat is ook geen paard die je moet dwingen of die je moet in, in een hokje plaatsen of die je moet zeggen, we gaan dat nu een keer zo doen en niet anders. Ja, geen kans, hè. Je moet een compromis zoeken met dat paard. Maar het is een van de beste paarden die ik ooit gehad heb. Ja. En die is nu acht, acht. Dus mensen gaan nu zeggen, alleen maar Pieter de Vos die vertelt dan dat je je paard wat moet laten zijn en die je neus eruit. En, en die heeft les gehad van, uh, van Dirk de Meersman. Mm -hmm. Die eigenlijk heel, heel paarden uh, rond en diep en lagen. En daar dat, 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 dat komt wat contradictorisch over. Ja, of dat zien kan ik, wij ergens in uh, Dat kan ik begrijpen, maar ik moet eerlijk zeggen: Dirk heeft mij nooit. Uh, Dirk heeft heel, mij heel veel geholpen. Hij, nu, de laatste, nee, nu niet meer zo, maar in het begin heel intensief. Uh, hè, van als ik ponyruiter was tot als ik, laten we zeggen, eerste stappen als senior maakte, uh, heeft hij me heel intensief geholpen. En Dirk, vind ik persoonlijk, dat gaat hem nu misschien niet graag horen, maar geeft heel anders les dan dat hem. Dat veel mensen hem soms zien rijden. Ik zie wel wat hij aan het doen is en ik zie wat hij wil bereiken, omdat ik hem natuurlijk zo goed ken en ik weet hoe dat hij denkt. Uh, maar het, het, het ziet er soms anders uit, maar hij geeft juist op een heel andere manier les, vind ik. ik vind dat hij juist, anders zou ik het ook zo niet doen, want ja. heeft niemand anders met zo gezegd. Dus probeert wel juist heel, ja, heel licht, heel luchtig, heel... Ja. Uh, de paden, ook als, als jong paden, makkelijk, luchtig, niet... Ja. Toch wel zo, zo benadert hij ze wel. Dat is wel interessant om te horen. Ja. ja. Natuurlijk, ja, ik heb heel, heel, veel, heel veel aan hem te danken en heel veel van hem, op, van hem opgestoken. Maar natuurlijk, door de jaren heen vormde je eigen, ja, dat is logisch, hè. je krijgt van, van veel mensen input en, 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 en je maakt ergens een beetje je eigen, ik wil niet zeggen een eigen systeem, want ik vind niet dat ik echt een eigen systeem heb. Want ik blijf zeggen dat ik probeer altijd mijn eigen. Systeem aan te passen aan mijn paard. Dus dan kun je niet zeggen dat je een eigen systeem heb, maar dat is misschien juist mijn systeem. Hè? Om me aan te passen aan. Um, maar ja, de, 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 je maakt toch ergens je eigen weg of je eigen gevoel dat je paard vindt dat je goed moet laten springen of hoe dat je met een paard het meeste kunt bereiken. En dat vind ik ook het mooie eraan. Dat ja. vind ik een hele interessante benadering. Uh, want ik, ik dacht daar uh, op voorhand over na, uh, over deze podcast en welk gesprek gaan we hebben. En. Je kunt verliefd zijn op het systeem Niels Bruinsels. Houding en positie en, en schone verbinding. Of Daniel Deusser of wat dan ook. Maar je wordt nooit verliefd op het systeem Pieter de Vos. Hè? Het, als, als je van buitenaf bekijkt. Ja, dat klopt. Kun je niet verliefd worden op de manier dat jij rijdt? Mm -hmm. mm -hmm. Omdat dat niet, ook niet in één ding, te, in één hokje te zetten is. Um... Ik heb dat ook maar ontdekt doordat ik het thuis uh, af en toe zie. Weet ik hoe straf het eigenlijk is? Ja. En daarom kunnen we dat veel beter. Dan worden we daar wel verliefd op. Als je dat, dat, die manier van omgaan met paarden en. en uh, dat is niet van bloemen gooien, maar dat is ook zo. Hij past zijn eigen. Ook echt per paard rijd je ook anders. Hmm, dat uh, denk ik, ja. Dat zowel ik soms zelfs puur positioneel ja. uh, als, als uh, ja, gewoon nadenken over. Ik, je zei daarnet compromissen zoeken, en dat is eigenlijk zo'n mooie uitdrukking. In, in, Omgaan met paarden is dat toch wat je de hele tijd moet doen. En dat doet jij uh, extreem, denk ik. Ja, ik vind dat uh, zeer, uh, ja, uh, zeer bijzonder. Um. Ik, ik, ben ook, ja, ik vind, Als ik soms video's van mijn eigen zie, dan denk ik ook, ja, ik zou, ik zou ook liever hebben dat ik er soms mooier op zat, hè, dat ik er ook erop zat, zoals Marcus Zening. Dat is zo mooi. Ja, Allee. dat zou ik, ik ja. liever. Ik, ik zou dat ook liever zien, maar ja, dan zit ik erop en dan voel ik wat ik moet doen. En dan mm. denk ik niet meer aan. Oké, okay, ik moet mijn benen stillen. Dan, 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 mm. dan voel ik wat ik moet doen. Ja. Ja, en, en natuurlijk, ik denk wel dat uh, mijn positie en, 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 en dat echt stilistisch rijden, is wel zo gevormd. Omdat ik ook in die periode die echt die minder paden gehad heb. En dan, en dan wilde ergens toch succesvol zijn. Dus dan beginnen manoeuvres te doen hè, om ze erover te rijden. Uh, en dat is natuurlijk ten koste van je positie dan. Ja. En je kunt dan ook mooi blijven stilzitten. En ze er vier uit de lepels laten springen. Of je kunt dan toch wel manoeuvres doen en ze erover rijden. En ik heb dat ook vaak moeten doen, vroeger, omdat ik geen andere. Ik, ik had geen beter paden, dus ik moest roeien met de riemen, met die had. Maar dat is natuurlijk wel ten koste gaan van uw positie. En die positie, ja, vandaag ben je er zover, je, je kunt die niet meer veranderen. Hè? Je kunt nee. er wel op letten. Dat en vind ik let dat erop. Gij, ik vind dat jij toch nog de laatste, ik weet het niet, uh, ja, ja. zeven, acht jaar of zo. Dat vind ik wel echt. Je... verbeterd. Ja, ja, vlak, ja, dat is wel dat is raar. Is... Nee, maar dat is ook zo, want als ik, als ik mijn maar videos nu soms terug zie van. Als je gewoon in 40 rijdt of zo, mm -hmm. of in 45, dan let je wel Ja, ja, ja dan let op ik dat op zien. Ja, ja. Want ik vind, dat, allez, ik, ik vind dat zelf ook uh, soms. Ik zou dat ook liever anders zien, hè? Maar ja. Ik volg ja. mijn gevoel dan, hè? Ja, ja. Terecht. <laughs> als je. Als je, als je voetballer bent, dan zul je hem ook liefst altijd in de winkel Maar Ja, maar binnen is dus binnen. binnen. Ja. Ja. Ik vind het een, een mega interessant. ook is gewoon dat je dat zo, zo uitlegt. Um, Dirk, die hij natuurlijk zo uh, intensief mee is bezig geweest, zegt ook: um, u, Er zijn weinig mensen zo betrouwbaar om een resultaat te rijden, een foutloze ronde te rijden, als jij. Vindt hij zelf? Dat is een mooi compliment. Ja. ja, want ik ga, ik ga het opzoeken, ik heb dan net aan de lijn. Ja, en als je tegen Pieter zegt: nul, moet nul, dan is het nul. Ja, dat, dat, ja, dat is wel van vroeger zo altijd een beetje er bij mij ingegaan. Dat heb ik ook van hem geleerd, denk ik. Want hij was ook wel een heel effici efficiënte ruiter. Hè? Nee. En um, ja, vroeger, als ik bij de ponies of ik moest landwedstrijd rijden, en ik kende dat allemaal niet, en, en oké, okay, heeft hij mij wel geleerd. oké okay. Als je, moet, als je voor de ploeg moet rijden en je moet nul, dan moet het nul rijden, hè? dan moet je niet denken om je nee. benen stil te houden. Hè? Zorg dat ze erover zijn, hè? Ja. dat je nul aan de meet komt. Ay. En dat is wel een, in, een bepaalde instelling die je dan krijgt, hè? en dan, ja, door die landen bij die jeugd en zo te rijden, en, en, en... ja, dan, 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 dat groeit zeker. En dan, ja, als, ik dan die, als ik dan die druk had en, en ja, dan denk er ook alles aan om nul te rijden, hè? ja. Klinkt bijna als um... Zo de, de ideale combinatie van eerst paarden die net niet goed genoeg zijn mm. te rijden, en dan plotseling dat uitzonderlijk talent van tequila tegen te komen. Mm. Ja, en tequila is dan, uh, is dan maar de eerste stap. Hè? Dat was, daarna is, zijn er nog... Ik heb dat, dat weet je ook, als we dat filmpje gemaakt hebben van een paard dan zei ik ook, dat was voor mij de next level horse. Daar blijf ik ook bij, dat was nog een kwaliteit, dat was nog een andere kwaliteit. Hè? Het is dan pas echt aan mijn carrière, ook voor mijn gevoel, dat ik echt heb leren rijden, ook met, met echt paden met kwaliteit. En, en dat, is, ja, dat is toch anders. Hè? Mm. Ja. Om, ik de heb dan. Ik dat was u, u, uh, uw entree ook, ja, echt, ja. maar Espoir was de bevestiging. Allee, Weet, als je mee, meer... Wat ik denk is, als je met een paard zoals Espoir, met die, die slimme paden die, 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 die zo voorzichtig zijn. Dan kunnen binnenrijden en als je het goed doet, kunnen vertrouwen dat zij gewoon nul springen voor u. Nee. En daar had ik tot dan nooit met paarden gehad. Ja. Ik moest elke sprong toch het nog ergens doen. Ik kon niet 100% op hun vertrouwen om, om, het laten te, om, om te laten gebeuren dat je nul gaat witten. Omdat en, en het niet ging gebeuren. Vanaf Espoir was dat wel, als ik het goed deed ik, maar, en ik, er goed, ik, zet hem, ik zet hem op de goede positie eraan en ik zit hem niet in de weg, met wijze van spreken. Ja, dan springt hij er gewoon nul over. En dan begin je dat vertrouwen te krijgen. En dan krijg je andere paarden die ook die kwaliteit hebben. En een apart. En, 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 en Claire en, en Jade. En o, hoe speciaal die ook allemaal waren. Maar die wouden wel nul springen. Hè? Als je dat goed deed, sprong je die nul. Hè? Dan kon je erop vertrouwen dat die dat deed voor je. Hè? En dat vind ik vandaag zo. Ja, dat vind ik, ja, dat vind ik het zo mooi aan, 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 aan die sport. Dat je daar vertrouwen kunt krijgen van die paarden. Dat, dat je binnen gaat en dat je weet als je het goed doet, springen die nul. Maar dan moet het natuurlijk goed doen en je moet het, ze, ze moeten je goed voelen en ze moeten het moet wel allemaal voor elkaar zijn, natuurlijk. Hè. Maar, ja. Wie vergezelde er eh, tequila op de op de trips? Wie, wie was je, wie waren je tweede paarden? Daar rondom. Was een keer de prima's als ik me niet vergis. Ik heb nog even prima's gerezen. Is ja. dus prima's? Prima's was onga, een Hongaar, denk ik. Ja, Primas was een Ogaar. Uh, maar Primas was ook van iemand. Hè? Ja. En John Diamond is ook... dat, dat was laat. Was JaDiamond heb ik gekregen, ja. Dat was ook wel een goeie paard. Ja, dat ja, was een heel goeie paard. Was ook een paard met een halve doel van uh, mu Muscaris, nee? Uh, nee, ja, uh, de stam van uh, Opaline, toch? De ah, ja. <laughs> kleinzoon klein van Opaline. Uh, ja, de Galoeb uit Quistria. Okay. Uh, en Quistria is de zus van Opalin. Ja. Ja. Dat is ook wel een echt goeie paard. En wie hebben we dan nog allemaal gereden? Ik zou hey, dan eigenlijk naartoe goed. moeten, um, op een gegeven moment, gezet je, je er aan het, uh, het rondspringen met, uh, met tequila. Uh, Kopenhagen was, ik moet even opletten, Kopenhagen was, dat gaat dan 2009, 2008 geweest zijn, die periode. Zoiets, daar kon ik geen resultaten van vinden. Maar wanneer komen paarden als utopia, of hoe komen paarden als utopia en Jeet. candy in je leven? Ah. Dan is eerst utopia gekomen, denk ik. Oh, jongens, dat moet ik ben, zo moeie, moeilijk, ik ben zo moeilijk in, in die wetenschap onder te hebben. Ja, die kan um, ik denk dat eerst utopia was en dan candy. Hè? Ja. Ja? Mm -hmm. Utopia is bij mij gekomen, ja, Gustav Kuntelier. Um, Ongevraagd. Ongevraagd. Hoe ja, wil jij die, wil je niet rijden? Of. of en wie reed Utopia voor die? Koen. Koen ja. Ah, ja, oké, okay. ja, ja, zo. Het is niet omgekeerd inderdaad, ja, klopt. Dan weet ik nog dat Utopia bij mij kwam. Maar die kon gewoon niet wisselen. Hè. Die kon dat niet, hè. Dat was ook speciaal, hè? Die kon gewoon niet wisselen, maar die had er alles in. Waarom brengt Gustave Quintelier Utopia naar Pieter de Vos? Ik wil maar zeggen, op die moment, behalve dat je daar in Kopenhagen hebt gewonnen. Ja, ik had dan ook. Ik was tweede in Higzed met de Kila geweest. Ik ben tweede in Antwerpen geweest in de Grote Prijs. Ik had wel met de kila ja. wel wat succes, denk ik, dat ik mag zeggen. Dus ik was in België wel wat toen wel een, ik weet niet, zei het niet graag van mij maar wel een opkomend talent, hè. Ja, maar ik vraag me dan af, uh, net als dat Dirk Beemersman bepaalde paarden krijgt ja, en, en, en ook en ook op een gegeven moment. Ja, ja. Krijg jij, Utopia ja, e topia, omdat en, ze en Candy, ja, 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 ja om, om, omdat ja, ze ja. ook met, met haar hoofd en en, en niet gemakkelijk en waarschijnlijk ook omdat die mensen, want ik heb een heel goede, samenwerking met Gustaaf gehad, maar waarschijnlijk ook omdat... Die moment er ander ook waarschijnlijk er niet, niet wou mee rijden. Idem ja. kent die. Hè. Maar um, ik heb uiteindelijk wel heel ja, veel aan de paden gehad. Met Koen ook, ook al wat gedaan. Hè. Ja, die? ik weet eigenlijk niet waarom dat toen. Waarom dat toen zo gegaan is, dat weet ik niet. Nee, maar daar heeft ik... dat toen gevraagd en ik heb dat toen gedaan. En um, ja, die kon niet wisselen. Dat was een heel moeilijk verhaal. Maar die meri had wel ergens kwaliteit veel erin, maar die ja, ja. was gewoon heel Ehm... Maar ergens had ik die wel. Ik had die wel graag. Want die heeft toch bepaalde goede dingen voor mij gedaan. Ik ben geselecteerd geweest voor het WK in Kentucky. Dus ik ben daarmee als vijfde man geweest naar. Um, na Windsor EK. Ja. Juist. Dus dat is toch een teken dat ik daar wel. toch iets mee gedaan heb. En dan als. Eh, nee, nee, ik... staan hey, Voor DK. Hey. Uh, die sprongen landenwedstrijden wel regelmatig 0-4-0-0. Denk ik. Ja, want uh, jullie wonnen Gijon. Ja. Ja, klopt. Wat toen de laatste wedstrijd voor het. WK was of toch? Allee, ja. België toen. Want toen dat dat ook... was toen iets, hè, promoveren eindelijk een keer uit de tweede reeks. Want toen ja, we waren, toen uh... moesten we ook winnen of zoiets. Dat was ook heel belangrijk toen, dat weet ik nog. Dat moest, toen moest ik nog nul of ik was. En, um, ja, dat, maar dat, was, dat was natuurlijk geen competitief paard. Hè, want ja, die wisselde dan niet en zo. Je moest die ook pakkelijk zo was. Je moest ook niet proberen te, te veranderen of want geen kans. Maar die werd dan ja, heel sterk. En ik ben dan zelf, ik ben een, Ja, Ik ruimgewicht, hè? Ik ben maar, een uh, uh. pink breed. Ja, voilà. Dus, uh, dus ik moest het oplossen, niet met de kracht. Hè. Maar uiteindelijk had ik die Merrie wel heel graag en heeft heel goeie, hebben we daar heel goede dingen mee gedaan. Maar dat was natuurlijk een beetje een atypisch paard. Heel even terug, um, want je gaat daar heel licht over. Um, en veel mensen gaan zich dat niet meer realiseren. Jij waart wel geselecteerd om naar Lexington te gaan, mm -hmm. eerst Windsor als vijfde man ja? onder Stani van Pasen en Lucien Somers toen en dan Lexington, um, dat was toen dat was Filip Gerda, ja. Um, ja. Toen uh, en toen heeft zij daar de eerste dag, um, uh, toen heeft zij daar de eerste dag voor de warming up zelfs met haar been, ay, dus belden ze me s'nachts op uh, met een groen. Ja, dat is niet goed met Utopia. Ja. Die heeft uh, door de. Dat waren houten, stal, oh, houten stallen. En die, sloeg met haar been, die was hengstig en die sloeg met haar been door de stal. En die trok terug en die had een heel, Ja, die haar been was helemaal ja, geblesseerd. Uh, dat was niet dramatisch, maar ja, niet om nog te kunnen rijden. Dus dat was mijn. Dat was mijn WK-verhaal toen al toen. Dus niet aan de start kunnen komen. Ja. Allee, da, da, o, dan, dan zei je ergens een jaar of 25 of wat? Ik denk het, ja. ja? Dat is, wel, dat is wel een klap. Dan dan, 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 je, dan de, de wereld over en ga je ja, daar naar je eerste dat was, WK. Ja, dat was, wel, dat was ook weer, ja, dat was ook wel weer een heel belevenis. Hè. En... Um, maar ik heb... To, ja, ik, ik heb toen niet kunnen rijden, maar ik heb daar ook weer zoveel opgestoken. Ja, hey, ik heb... Hey, nog eens, ik heb heel veel te danken aan Dirk, maar ik heb ook natuurlijk heel veel te danken door dat ik altijd mijn ogen overal heb opengedaan en proberen van iedereen wel iets op te steken door te kijken en te... Um, en uh, ik heb daar ook natuurlijk veel geleerd. Filip werd daar dan wereldkampioen. Ja, hoe dat hij dat aanpakt, hoe dat hij dat deed. Hij weet, al, al die dingen krijg je wel mee hè, als jonge gast. En dat, 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 dat maakt u ergens ook wel weer. Hè. Als dat, uh, ik bedoel, ja, vandaag ga je daar licht over, maar als je daar echt tussen staat, Mai. dat is een enorme bron van wetenschap die je dan krijgt. Hè. Ik ga als 25 jaar in mijn Land, zin in mijn Je kunt meegaan naar de WK. Jos met toch... Valentina is morgen in ah, ja. de palk niet hoger als een meter en tien. Uh, allee, van die dingen dat je allemaal ziet dat je denkt, hé jongens je, je weet het, ieder zijn manier van, hmm. van... dat is wel ook uh, wel uh, ideaal als je als jonge gast, als vijfde man zo eens mee kunt uh, ja ja dat is, dat yeah. een droom uh, hè? vijfde man is eigenlijk niet je bent niet goed genoeg om mee te doen hmm. vijfde man is eigenlijk, jongen, kom mee en zie en dat hier gebeurt bij mij is dat wel echt zo geweest Want ik ben ook als ik ben zo ik, was op, ik, heb een, ik heb wel een, uh, een uh, moet ik zeggen, in de lijst van vijfde. Want ik ben dan nog eens als vijfde meegeweest, ook naar uh, Herning. Ben ik ook als vijfde meegeweest. geweest. Met Candy toen. Ja, Je was toen weer al team. Ludo met Challenge. Dirk. Gubro, Joske met Domino. Ja. En. Hm, hm, alle hm. jongens. Dat kan het toch niet. Uh... Jos? Nee. Historische resultaten. Zo gaan we het opzoeken. oh Dat kan toch niet. Dat moet je toch weten. Ja, ja, maar als je dan zo. Wat jaar was dat? 2013. Dat was het eerste keer dat Joske toen echt meeging. Hè? Dat was bij Kurt maar 2013. Ik denk dat ze van een. World Question Games. Nee, sorry, Europeans nee, ja, was hij. Ja, 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 Post die won toen. Ja. ja. Castle, Forbes, Libertina. Nee. Herning, Myrtil, Polois. Myrtille, en Polois. Uh, God, ja. de Belgen. Hadden in de ploeg zitten. Ludo, Joske en. Dirk en. Alle jongens, dat vind ik nu ook wel. Dat dan dat niet weten. En Nicola met Cortés. Ah ja. Juist. Ja. Klopt. Ja. Hé, hey, maar um, even. Omdat je hebt zowel Windsor als. Cortez. Uh, uh, Cortez. Cortez, uh, ex-Lisa uh, Dredder toch? Die Cortez? Die kwikstar. Die, die quickstar. Die, die, ja, Quickstar die die Kito. Ja. Quickstar, ja. Die kwam naar Quickstar. Die hebben we verkocht aan. Uh, Mexicaanse de vrouw van uh, Fernando. Ja, Mariel. Ja, Mariel. Ja, Mariel. Ja. Mariel. En, maar gij hebt um, Vigo dan gezien in Windsor. Sorry, Vigo gezien, Vigo gezien in Windsor. Waar Dalejeun van zegt, daar heb ik mijn plan gemaakt voor Lexington. je daar toen iets van opgestoken, van zijn, niet, niet opgestoken, maar opgemerkt, van zijn reactie, zijn belevenis van. Ja, ik kan dat nu niet in detail zeggen, maar ja. Ik weet wel dat Philippe toen echt, die, die, ja, dat was echt een plan dat hij had. Hè. Toen, dat weet ik nog. Ja, dat was, dat was op in, 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 met oog naar het jaar daarna. Um, ja, dat was ook, dat was ook een speciaal EK toen, hè, toen in de warming-up viel. te oh, veel Peter eraf en Judy, denk ik. Kan, ja, ja. ja, dat was dus, een uh, 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 beetje uh, Judy betwist dat trouwens. Dan zei er in de. Nee. In de paddock, in de, de, de warming-up, zou zijn afgevallen. Maar goed, maakt niet uit. Iets is er gebeurd in de warming-up. Ja, in elk geval... U... Peter uh... is er afgevallen, ja, dat weet ik. Maar top. ik weet niet, Judy weet ik ook niet zeker. Nee. Maar goed, maakt niet uit. Ja, dus ik heb wel wat kampioenschap oh, eerst aan de zeilen meegemaakt. Maar ik denk dat dat ook wel heel leerrijk geweest is voor mij. Ja. Mm. En nogmaals, vandaag is dat weer allemaal anders. Maar toen, in die tijd, was dat wel... Als je, toen, toen was ik jong, hè? vandaag is dat logisch. Al die, ja, like Nigel, al die jonge mannen gaan mee. Maar toen was dat niet. Hè? Toen, dat was de generatie van Dirk, Ludo, uh, uh, Lejeune, Postal. Van Pasen, Lansing. Ja, ik was, een van de enige, ik was altijd als een van de enige jonge mannen daartussen. Hè? Ja, en natuurlijk was er ook nog een periode van. Uh... Een vijfster om de twee weken. Ah, ja, ja. Niet twee vijfster ja. in het weekend. Het waren altijd hun hè, en ik, ik, was dan wel altijd, allee, ik was er wel altijd hier of daar een keer bij, maar ja, dat, was heel, dat is heel anders dan nu. Hè. Nu is er meer een mix, vind ik toch? Ja. Van, van jeugd en, en generaties. En... Ja. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nooit echt, ik heb daar alleen maar positief ervaren. Ik heb daar niet, uh, allee, ik, vond dat, ik vond dat heel leerrijk toen. En we hadden denk ik, een, uh, een vraag over Utopia. Mm. Robin Z. Ja, ja, maar ik heb ze precies niet opgeschreven. Um, Robin Z uit Ramona. Ramona van de, van de Gavers. Gavers, ja. Chin. Chin Zadok, nee. Of uh, rechtstreeks Zadok. Ja, yeah. uh, wacht hè, w Hier staat Thomas Rombaut. Um, wat voor een paard was Utopia? Wat zou ze betekenen in de hedendaagse sport? Ik denk dat zij wel zou kunnen nul springen. Maar ja, ik denk dat je vaak buiten de tijd zou zijn vandaag. Want ze was gewoon... Pas op, die meer instellingen. Die had een heel goede instelling. Die wou heel voorzichtig zijn. Die had er veel in, maar die was gewoon door haar lichaam iets stijf. Dan niet dan die wisselen, ja, dat, dat kostte je altijd tijd. Nee. Hè? En dan soms in die wissel, dan werd die wat sterk. En dan ging die een beetje lopen. En dan moest ze dat wat proberen te organiseren. Maar dat was dan niet... Maar vandaag denk ik dat dat wel moeilijk zou zijn, ja. eerlijk gezegd. Ik heb ze trouwens laatst nog gezien, vorig jaar denk ik, bij uh, Kattenheijen. Nee? Ah. Stond ze bij dat Kan. Ja, dat ja. ja. Stond ze uh, in goede gezondheid. Okay. Uh, Ook moeder van Allegro, nee? Allegro ja. C. Ja, ik, heb, ik heb dan landenwedstrijd geregeld in Linz ooit. Met ik in mijn Utopia en dan Koen met Allegro. Dat was moeder en zoon in, de, in dezelfde pub. Dat was wel chic. G grootmoeder van Don Juan van de Donkhoeve. Ja, juist. Ja. Mooi. De stijvigheid is er toch wat van afgegaan die ja, amai. doorheen. Daar de... zeker. Ja, maar Don Juan komt dat een gegeven. houtbreker. Ja. Die heb ik ook even op stal gehad, die moeder ja. van Don Juan. Diva. Diva van de Donkhoeve, ja. ja. En ik zie bijvoorbeeld um, Belano van de Wijnhoeven, ja. met die Spanjaard. Ja, ja. Die sprong dit jaar ook het EK in ja, Milaan. Ja. Ja, is ook uit een zus van Utopia. Ja. Van de stam, Nee. Milano is Berlin, denk ik, hè? Jean-Christophe Grande. Mm -hmm. Ja. Just. ja, ja. Delano, Mariano Martinez Bastida. Ja. En toen kwam Candy, hè? Ja. Is dat dan om... om uh, ik wil niet alles op dezelfde degen schuiven, maar is dat dan hetzelfde verhaal? Nee, Candy was toch. Was een... Nee, nee. Ik bedoel, een atypisch paard. Ja. Op de degen, ja, ik was op zoek naar ah, een woord en ik vond het niet, okay. dat ik gebruikte toen dan maar. Nee, nee, ik, ik heb het nog nooit gehoord, oké. Okay. Ja, um, tja, Joris die vroeg toen aan mij, ja, ik heb, ik heb, ik heb toen gevraagd, jij, heb, heb, want ik had er nog niet genoeg paarden, heb jij niks voor mij ofzo? Of heb je niks staan dat goed genoeg is voor mij of dit of dat? Volgens mij zei hij toen, ja, ik heb wel iets, maar je ja, moet er wel wat bijdenken. Maar die Mary eh, die kan wel springen. En toen, ze die, ik was toen, in, toen was er nog concours in Hulsterdoor. dat was op een winter zo op zo'n zo ja, indoor uh, mm -hmm. criteria concours noemt dat? En toen bracht, ze die, bracht hij die daar mee dan moest ik daar voor het eerst rijden in de paddock en dan eh, parcours rijden dat was oké okay. als je nu morgen hier uh, in de wei in het platte en in uit de wei, dan had hetzelfde gevoel denk je dat was gewoon nee niet om, niet om af te toe dan nee. dat paard in C maar die was gewoon ja die kwam uit, net uit de wei... die was die, 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 dat, was, dat was niks of niks atleet of niks of niks sportiviteit in op die momenten. Dat was gewoon... Maar dan toch wel in de pist. Ja, ik weet dat niet. Ik had daar wel een klik mee. En ik dacht, tjuh ja, die zit zit gelijk. Dus die kan toch springen. Want die had dan... Dat gevoel op de sprong was dan toch wel weer goed. En dat zal er niet uitgezien hebben. Hè? Maar ergens had ik wel een gevoel erbij. En dan heb ik daar wel een project van gemaakt. En dan is dat toch uiteindelijk wel gelukt. En die Mary had... Dat is nu is wat iedereen waarschijnlijk niet denkt. Maar die was... Ongelooflijk voorzichtig, hè? Die was mega voorzichtig. Die, hoe dat die, die, had gewoon, die had gewoon te weinig bloed. Maar die had toptechniek. Ja. Toptechniek, alles erin. En top voorzichtig, Dus dat had al heel veel, hè? Alleen als het te weinig bloed. Maar dat is, dat is ook het enige wat ze niet had. En natuurlijk, en om terug te komen op de sport van vandaag... ...is dat natuurlijk het enige wat je zeker moet hebben. Vandaag, ja. Dus dat, vandaag zal dat ook wel weer moeilijk geweest zijn... Maar um, die heeft wel veel nul rondes gesprongen. Hè? Op haar kwaliteiten. Ja. Normaal is dat een gevaarlijke combinatie. Hè? Heel voorzichtig en geen bloed. Ja, klopt. Maar Allee. die had zoveel hart. Dat een leeuw, yeah. van, Die had een hart van een leven. Uh -huh. Dat bappen, uh, ja, die die, pff, etretta, die. Ik weet niet, hè. Dat is zo'n echt degelijk. Degelijk klassiek paard. Met, met de kop. Met het haard en de kop op de juiste plek. Hè? Hoe zag die Mary eruit zonder zadel? Als je die nu... viel eigenlijk wel mee. Ja. Die was hoogbenig. En, en, en die, als, die, als die echt in conditie was, was dat wel... Uh, een knappe Mary. redelijk atleet is om te zien. Zo, ja. Mm. En uh, ja, daar heb ik dan toch ook best veel landenwedstrijden mee gereden. Dat was ook echt een landenwedstrijd, de paarden. Ja. Toen dat je daarmee naar dingen trok, naar Spruce, mm -hmm. met welke ambitie zette dat paard de vlieger op? ja van oké okay, uh, mega blij dat je is in Sproes mocht rijden hè. weer een unieke ervaring weer, weer voor mij ja ik had toen ook nog niet in Aken gereden. Nee. Um, dus ja dat is toch iets wat je in je carrière Aken Sproes ja Aken was toen ook geen optie want dat was wat ik net zei dat was toen altijd uh, de generatie, wat ik, wat ik net gezegd heb. Um, dus dat was ook geen kans op die moment. En dan Sproes, was er dan wel een plekje vrij. Dus mocht ik dan naar, 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 naar Calgary... Ja, Oké, okay, dat heeft Ludo toen tegen mij gezegd. gooi jongen je moet naar Calgary, dat is abnormaal. Oké, okay, dat is natuurlijk ook helemaal Ludo's favoriete concours. mijnen ook nu. Maar ja, toen weet je niet goed wat je daar moet van verwachten. Want ja, er wordt veel van gezegd. Maar ja, wat, wat is dat dan? Hetzelfde als je, je kunt veel over haken praten. Maar heel eerlijk, als je daar zelf nooit echt de ring binnengerezen hebt... En je dat niet ervaren dat is heel moeilijk om dat uit te leggen Dat datzelfde met Olympische Spelen. Ik hebben hem ook gezegd, oh, dat spelen en dat is speciaal en dat ja, je kunt dat niet uitleggen als je dat niet, niet gevoeld hebt, weet je wel. Ja. En dat is eigenlijk met Calgary ook wel. wat. je rijdt daar die, die berg. die Ik kwam daar toen aan en dan met dat golfkarretje op, waar rondrijden en een keer gaan verkennen, hij het spel een keer gaan bekijken daar, want dat, een, een, ja, dat is een mega domein. En uh, kwamen we voorbij die paal waar al die namen op staan van de grote prijswinnaars. Ja, dat, dat is een, dat, dan krijg je al wat kippenvel als je al die namen ziet. En dan denk je... wow hè? En dan denk je... Ja, als je daar ooit ook eens zou kunnen opstaan... Hè, dat zou dan toch wel echt een droom zijn. Hè? Um, en dan ga je verkennen... Ai, dan ga je, kom je in dat stadion. Dat is dan zo naar beneden. Ja, dat is wel een dat is wel een, 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 een... dat is wel een arena. Ja, een arena. Maar ook een arena waar je... Daar zit, daar zit traditie, gevoel. Gevoeld als je daar komt. Dat is, dat is pure traditie. Maar dan de eerste dag... Uh... De eerste dag uh, moest ik me dan kwalificeren, gezegd voor de grote prijzen, dat was kwalificatie. Ja, dat was niet de enige, maar dat was een van de kwalificaties. En toen uh, op de laatste, ik weet dat nog zo goed, dat was de schaduw voor die sprong, en die ging een pas te vroeg af. Hè. Nee. En dat weet ik nog, zo'n donkerrode noxer, van die, maar echt van die, als een palen van 5 meter, of weet ik veel, of zes meter, ik weet niet hoe lang ze zijn, maar echt, ja, dat hebben we nog nooit ergens anders gezien. En die gaat, die gaat een pas te vroeg af, dus die landt zo met haar twee voorbenen, juist voor de achterste paal. Oh. jeep alles overkopen. Nee. En ik viel toen met mijn been, dus ik viel met mijn scheenbeen op die paal en zij bovenop mij. Dus mijn been was eigenlijk een tussen haar en die paal. Ja, ik dacht mijn been is in tien stukken van één. Toen voelde dat. Ja. En toen was de Simon van, C de, ja, de mond, dat ja. we zeggen van CWD. De Simon uh, Knops was toen mee. Die was toen eigenlijk chef de kip. Ja, ja klopt, ja. ja. Omdat ja, de, onze de chef de kip kon toen niet mee of ik weet niet. En uh, hij was toen een de de zei. Oh, ik, ik weet dat nog niet. Ik kwam met een golfkaart de piste in gereden. ja, ik dacht dat mijn been kapot was echt. Mooi, oh, gaat het gaat? Ja, ik zeg: Jong, het is niet, het is niet oké. Okay. Mijn been is direk helemaal dik en alles. Wij s'avonds naar, naar de kliniek gegaan, daar van de kliniek van de paarden gaan, want ja, we gingen, dat was allemaal het gedoe om naar de kliniek te gaan voor foto's te pakken. Ik zeg: kom, jong, we gaan hier eerst naar de kliniek van de paarden. daar een foto gepakt. Ay, het was niet gebroken. Gelukkig. Maar ja, dan rijden we daar op de eerste keer op zo'n concours. dan hadden we daar een crash tegen, 500 per uur. En dan de dag erna, ja, we moeten we dan terug die dikke proef rijden. Want ik had geen ander paar bij voor die dikke proef. Dus ja, en dan nog landenwedstrijd. Om dan hopelijk ooit een keer kunnen grote prijs te rijden. Nee. Dat was een schrik begin, En ik kon de dag erna niet rijden. Dat deed zo'n pijn. Omdat die beugelriem, ja. die zat juist op mijn in, Waar dat die, ja, blauw plek. Ay, dat was een hele ja, bloeduitstorting. Was een bloeduitstorting. Ja. Die zat daar zo juist. Dat is een heel stomme anekdote. Het is allemaal van die watten gepakt rond die stijbelriem, daar vet rond. Ik had zo'n stijbelriem, die, ja, die was diameter 10 centimeter, om dat zogezegd te verzachten. En dan kon ik enigszins wel rijden. En dan ook weer om aan te geven, die MERIA, die een dag erna of dat er niks gebeurd was, die sprong ja, ja. gewoon rond. En dan landenwedstrijd, uh, ik denk 0 en 4 of 4 en 1. Ja, ja. 4 en 1 ja. Maar toen landenwedstrijd had, had ze wel wat gegeven. Toen voelde ik de combinaties, moesten zo'n paar keer echt rijken. En dat uh, zal ik ook nooit vergeten, toen gingen we s'avonds na de landenwedstrijd. Wij waren derde doen of zo, denk ik? Tweede. Ja. Of tweede, dat was goed geweest. We waren heel blij, ik was natuurlijk ook blij. in eerste keer in Calgary, alleen tweede in een landenwedstrijd. En toen gingen we s'avonds wat eten. En uh, toen uh, gegeten, enige gedronken en geslaagd. En de Ludo, Ludo, zei, Ludo was er toen bij, dat was toen een beetje. Dat was toen, op die concours met een mentor, want ja, Ludo was toen. Hij, uh, dat was daar de, de, de. hoe moet ik zeggen? De ster de mannen. Ja, de vedette, man. En, en oké, okay, die kende die concours dat door en door en alles. En oké, okay, ik kende Ludo dan ook natuurlijk al lang door de jaren heen en ik heb ook altijd wel heel veel naar Ludo opgekeken. Dus... En Ludo zei tegen mij: Piet, jongen, jij moet gaan slapen, want morgen is al een dag. zei hij echt tegen mij. Ik voel het zeer. Maar zei hem. Je moet een mooie vroeg, want ik heb gezien, die combinatie was toch wat, moest ze wat rekken. Dus je morgen moet morgen grote prijs rijden. Dat zal hij altijd zo hoog zetten. Um, je moet nog even mooie vroeg, ik zal meegaan. En onze Nicola gaat ook mee. Of Olive, ik weet niet wie dat toen was, of allebei. We gaan nog even een combinatie springen in de paddock. Gewoon laag voor het vertrouwen. Ik zeg, ja, jongen, dat heb ik nog nooit niet gedaan. Ja, je moet dat doen. Dus ja, ik natuurlijk, ja, die grote Ludo Filippa, dus ik volg. Ik zeg, ja, dat zal dan wel zeker. Dus wij... Ik had er alle vertrouwen in. Dus wij morgens vroeg. Allee, dat combinatie gesprongen. En een keer, uh, een keer een beetje been. Dat ze er schoon goed uit sprongen Luchtig alles. Allee, goed. Allee, je zet er klaar voor. Ja, nooit gedacht natuurlijk. Oh, verhaal een halve eerste winnen ja te winnen, hè, ja. Allee, Nul de eerste ronde. Oh, abnormaal. Merkt... Zeg maar, verkennen. Ver... Eh? Je gaat dan ja, die wel, goed. Verkennen, ja, dan, dan denk je ja, dat gaat niet. Hè. Moet ik hier overjagen? Dat is echt hoog hè. Ik heb nu toch al veel gereden, maar dat, dat, was daar, dat, ja, dat, is, dat is daar gewoon echt hoog. En dan, uh, ja, nul. Dat was wel echt een openbaring. En dan, uh, ja, nog een ronde, hè? dus we zijn er nog niet. Het ja, is al vijf rond. Ja, die was die, al in die bloed. Dat, dat, dat bedoel ik, dat is dan juist zot. Dat die twee kwalificaties, landenprijs en dan nog eens. Ja, Ongelooflijk. Ik weet niet wat hij die daar die echt een. Uh... Het weekend van haar leven. Ja, ja echt, maar 100%. En dan de tweede ronde, maar en dat weet ik niet, een driesprong met die, die, een trein, zo die rode drie. Ja? Uh, met, moest ik mijn zwipje nog bovenaan voor een klein tikje te geven dat ze eruit sprong, want ik kon er bijna niet meer uit. En dan, zie je ook op, dan zie je ook op de foto zo dat met, met een beugel, ik, zo met, met dat dik ding aan die beugelriem, kon ik geen goede positie ja? houden. Hoop, met een beugel kwijt, moest ik die laatste rij met één een beugel. Ik weet dat nog goed, dat was een plankje. En dan, ik weet het nu niet, vijf of zes gelopen iedereen in en ik kreeg ineens een ingeving en ik zag de vijf. Wat? Ik, ja. ik kreeg een ingeving en ik zag de vijf. En ik kreeg met één een beugel in vijf gelopen als naar die laatste. <laughs> en die een tijd, dat was een toegestaande tijd, 97 seconden of 93. Of twee, het was in de 90. En mijn tijd springt op 92.00. En dan ging die naar 0, .99. Okay, Klopt, inderdaad. 70.99. Ja, die, die nog ging en dan ging die terug. Want ik, ik zal het nooit vergeten dat beeld. Dus ik... Juist binnen de tijd. Dubbel nul. Als ik niet met een beugel kwijtgereden had, dan had ik waarschijnlijk nooit een minder gereden naar de laatste. Dan had ik punt tijd. Gehad. Dan had ik hetzelfde als Steve Gerdin, dan had ik punt tijd. Dan was ja, ik de barrage ja. ja. Dus nu won ik de dubbel, enigste dubbel nuller. Ja, dat was een openbaring, hè. Uh, welke, welke hindernis is de laatste hindernis? Kun je nog herinneren hoe dat eruit zag? Nee. Was die geen plank? Nee. Ik weet niet. Ik heb hier wel... Um, ik zal, deze zal, van, ik zal van, van van de CN. Ah ja, maar dat was, de, wow. dat was de dingen, hè? Dat was waar ik met een burger verloor. Dat was de. Macht, ik ga hem proberen op, op Nee, dat was de laatste denk ik. Zou zo kunnen. Oh, Als ik hem groot kan hebben. Ja, maar nee, want, uh, laat het nu maar zijn, want. Nee, jongen, <laughs> de mensen willen dat weten, man. Ah, ja. Hey, dat is wel legendarisch. Zie je nog erop hangt. Dat is wel legendarisch. Maar ze was erover, hè? Ja, ja. <laughs> ik weet niet. Ja, Oei, we gaan hem. Die mensen vliegen. Dat was de laatste, 100%. procent. Ja in vijf rennen. Dus dat heb ik ooit een keer met haar ook niet in, in, in Miami in die dat kunnen ook eigenlijk niet inbeelden hè? Dat team in Miami in in. Ik vind er nog steeds een grote prijs ja. in Miami in die, een, klein, een van de kleinste. Kun je kunt het niet verder op gedaan. elkaar leggen als Daan, voilà. als in en Miami? Ja. Toen was ze ook nul en toen reikte Dat was vier al oppassen. Na de laatste en ik kreeg een drie. Dat heb ik ook nog nooit nee. eerder in mijn carrière gedaan, vier en dan drie rijden. Poep, poep, poep. En die je zag dat er niet, die had zo erg En dat was ook soms de enige manier om binnen de tijd te raken, hè? want ja, die was ja, zo traag voor de rest. Ja. Dat zei wel veel over die Mary. Dat je in Spruce en in Miami. Ja. ja maar ja, daarom absoluut. die Mary is echt. Dat, dat was wel echt. Als die een beetje meer bloed, had, dat was een fenomeen. Echt waar. Terwijl dat je eigenlijk. Zoveel... Maar dit Palmer is al moeilijk. kunt zeggen dat ze niet? Ah, ja, ja. 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 Maar dat is... En dan hoe vaak dat allee, mensen die dan met ons vroeger kwamen rijden en zo. Die, iedereen denkt, oh, pff, weet je wel, die merrie is net is niet scherp genoeg. Dit en dan zie je die thuis... Ik, ik sprong daar niet veel mee. Als ik mijn sprong, was Cavaletticus of heel kleine indertjes gewoon om, om veel... Veel... Uh, um, allez, voor voor dat conditiewerk te krijgen. Niet hoog, maar goed, ja. 90 centimeter. Die kwam thuis nooit of nooit of nooit aan een paal. Nooit. Ik bedoel, ik kon me aangeven hoe, hoe voorzichtig dat die was. Ja. Die moesten geen slaap laten vallen over een rechten. Die ging er niet tegen springen. Hm. Dus dat zijn nieuws ook wel. Over Candy, over ja. hoe uitzonderlijk scherp dat die Marie was. Ja, die was ja. zo scherp. Ja. Knapp, hè? Ja. ja. Dilano komt op. Uh... Oh, nog zo in het ja. ja, maar want allee, ik, ik heb mijn apparaat hier. Ja, maar, <laughs> ja, maar, maar ja, oké, okay, Dilano was toch ook wel een hele rare kwispel? Ja, ja, dat was een raar peert. Dat was een helikopter met een staart aan het quiz, Ja, met maar, die maar is haar roodbroekje tegen zijn goesting, eigenlijk, zou ze zeggen. Ja. Heb ooit is met Tom Sunt over de moeder van dingen gesproken? Ja. Ik denk dat Tom die... Coralie, een atleet zet, dat Tom die ooit heeft gehad. En dat was ook een heel speciale train. En als je Mike buschop ziet, moet je hem dat ook eens vragen. Want ik, er staat mij iets voor de geest dat hij toen in Tildong stond. En dat de Mike die moest scheren. En dat was... Hij was gewoon niet te scheren. En die... Um, dat was bij hem ook, hè. Dus speciale... Die, die sliep. Wow. Die was in slaap gedaan. De Mike begon die te scheren. Maar ik... alleen dus... Ik ondervolbouw dat zij het is, maar ik ben er 99% zeker van. Die kwam recht in de, in de wasbox, die trok haar Alster kapot en die kwam zo achter Mike Buschops aan. En na, en na drie stallen kwam hij haar een box tegen en die liep een box in. Ja, maar ik kan... En daar ging hij weer terug in slaap. Ja, maar die was ook zo'n zo karakter dat hij had. Maar dan ook weer... Ja, goed natuurlijk, hè, maar dat was ook een hele speciale. Hè. En die moesten ook gewoon pakken like een was en, en proberen gelukkig te houden. Of die, je kon er niks mee, hè. Thuis ook, als je daar merrie, je kon je je benen er niet aan leggen. Dat, dat was precies, eigenlijk... sorry om de hoortjes, van een pismerrie. Ja. Je kon niet denken dat dat een ruin was. Je was altijd tegen je benen en die trok niet aan. En die, 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 als je daar begon te galopperen, die galopeerde zo ter plaatse, die pakte geen meters. Die was zo t... Dus dat was echt de kunst om die. Ik heb dit thuis ook altijd in, bij ons in de, in de plantages gereden, voor, vooruit in de galop. Om te proberen, proberen zo verbinding te krijgen en, 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 en ja, galop te krijgen. En dan heb ik die hebben ook. De eerste jaar na Kenny in Calgary grijen, was oké, okay, maar niet super. En dan het jaar daarna was hij ook, die was tweede in de Calgary ja, maar. voor de prijs. Dus daar had ik al niet meer op mijn, op mijn radar staan. Ja. Na Scott Bresh met Sanktos. Ja, ja. Toen had ik een punt tijd. Als ik geen punt tijd had, ik zeg niet dat ik gewonnen had, waarschijnlijk niet, nee. maar moest ik baratje schrijven met Scott. Hè. Toen kon ik Scott van de Grand Slam ja. houden. Wat zijn niet daarvoor? lano die, oh, die from ook, waver, ah, no, is van Sint waver of hij zat no, ergens over dat moet niet over zit dat was ook zo dat was ook dat weet ik nog zo goed die tweede ronde daar die was eigenlijk gewoon niet te springen dat was gewoon niet te springen die laatste dat was een lijn daar aan de, aan de, aan de uitgang met, met die Bides daar Ze ah, ja. je daar zo schuin aan in en dat was dan eigenlijk ja. vergoedte ze moesten ene minder doen maar als je een minder doet hadden sowieso die een dubbel af en ene meer ging niet want dan ga ik dit er niet uit Ay, dat was eigenlijk niet te springen eigenlijk is dat ja maar goed die is... Er dan wel uit, maar ik had dan, moest ik een beetje met een tijd pakken en dan was er, had ik één punt tijd. Dat is trouwens wel een interessant lijstje. Uh, Eén Scott Bresch bij Santos. De Vos, Dilano. Pedro Venice, Cabril Lille. Mm -hmm. Toen toch al, eigenlijk? Nee. Dat is al vroeg, hè? Oh. Uh, want dat een lange is carrière, 2015. Um, en Cabri was toen elf. Een ja. lange carrière gehad, ja. Dat toch nog maar zo lang geleden, Dilano. Ja. maar acht jaar geleden. Ja, 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 eigenlijk is dat niet zo lang. Nee. Hè? Richard Spooner, Cristallo, McLean Azur toen al. Amai. Wat lijkt Conrad, Bizimedden Cortez. Gooi, dat is een paard. Oké, okay, dus zo'n Dilano ook. Hey, iedereen kan ervan zeggen wat een wil, maar dat, 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 dat was eigenlijk toch een, was een wereldpaard. Hè? Als je daar kunt tussen staan op dat Amai. niveau, ja. toch? Ja, mei. Ik in Aken ook een keer heel goed gesprongen. Um, Louis, uh, de naam is heel even gevallen en ik ga u um, zien dat ik juist ben. Ja. Wat Dilano en Cortés zijn elkaar nog eens tegengekomen op het hoogste niveau, op het scherpst van de snee. Waar? Oh, ja. Bij mij? Ja. In Aken? Nee. Dilano en Cortés, en er was toch één ander paard. In een barrage? Ja. Mechelen of zo? Nee. Wacht, hè. En ah Hickstead, ja. Wat een verhaal is dat manneke. Dus Cup Hickstead, oh, ja. <laughs> Alleen oh, dat, weet dat weet ik nog. <laughs> Milliarden, zeg. Goh. Ja. Dus Cup Hickstead. Ja. Uh, even het Belgische resultaat. <laughs> uh, Olivier Philippearts en Armstrong dubbel nul. Gudrun Pateet en Seacoast Pebbles 0 en vier. Julian Melchior met As cold as ice dubbel nul. Pieter de Vos met Dilano, 4-12. en twaalf. Twee keer een schrappresultaat. En wie moet, er wie moet er barrage rijden? Wie mocht er barage rijden? Ja. ja, dat weet ik niet. Vertel. Ja. Dat was, uh, ik moet zeggen, dat had ik toen wel echt te danken aan, 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 uh, ja, uh, aan Dirk. Omdat, ik weet dat niet, op een of andere manier was dat niet goed. De eerste ronde was oké, okay, maar de tweede ronde sprong ook niet goed. En... Uh, ik was er zo ziek van, want die allerrest was zo goed. En ik was zo... Meestal was ik toch ook, was ik niet het schaapresultaat En toen was ik echt het schaapresultaat En ik was, er, ik, ik was er echt niet goed van. Ik was er zo van in de put. En uh, ik, we moesten barrage rijden. Ja, wie gaat barrage rijden? En uh, Dirk zei... Ga jij rijden? Ja, want je wist gewoon dat ik zo... <laughs> ik, ik wou dat goed maken, hè. Ik zeg... Ja, ik ga, ik wil, als, ik, als ik mag, wil ik rijden. En oké, okay, dat was dan... Ja, hij kende mij, ik kende hem en wij wisten van elkaar. Doordat hij mij liet rijden, was ik zo hyper gemotiveerd. En uh, hij wist dat waarschijnlijk ook. En oké, okay, ook super knap dat hij me dat vertrouwen toegegeven heeft. Maar um, als iemand mij dan zo op die momenten vertrouwen geeft, dan kan ik ook wel, denk ik, net iets meer dan anders waarschijnlijk. En toen moest ik barrage rijden en toen wonen we, of tweede? Gewoon? Wonnen, wonnen, ja, ja. Eerste keer dat België de Nations Cup ja, van Hicks Ja, toen wonen we, ja. Ja. Toen, toen, toen moest het wel gebeuren, hè. Ja. Want toen, ja, toen, was dat toch nog voor, de, voor mijn, waren dat toch een paar die dat nog niet zo interessant vonden dat ik bij huis ging rijden. Ja, maar oké, okay, maar ja, 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 logisch hè? Je er daar ik drie, moet die toch allemaal zouden kunnen zeggen, ja, ik ja. of ik. Nee, ja, ja, maar dat was het ook hè? Direct zijn in de Piet gaan rijden. Ik, oké. Okay. <laughs> ik Wat, was super blij dat ik mocht rijden, maar aan de andere kant wist ik ook van shit, nu moet ik het wel echt doen hè? Maar, um, je waard dan, waren de eerste tour of derde starten we er nog? Want we waren met drie. Het was Bizi met Cortez. Het was Jannica met Bonchance. Ja. En ik Bizi ga. reed 8. Jannica reed 04417. En jij met Ilano. toch anderhalve seconde grappig. <laughs> ja. ja, dat was oké. Okay. Dirk was... ja, wist dat ik daar zo slecht van was. En die wist gewoon, ja, die gaat nu wel alles op alles. Oké, okay, dat was natuurlijk een groot risico dat hij hem nam. Hè? Maar het nee, was dan wel leuk dat dat dan lukte. Cool, hè? een zijn mooie momenten ja, dat wil ik wel geloven. Dat is echt zo'n uh, Netflix-docu-moment. Zo, ja. ja, echt. Ja. Echt wel. Echt wel. Uh, dat is 2015. Het um, jaar ook trouwt. Het jaar inderdaad ook uh, een aken springt. Ja. Het ja, dat ook trouwt. Staat ja. dat ook op FI of zo? <laughs> nee, dat staat wel in mijn, uh, uh, okay. in mijn documentje. 2015, nee, ook, ook, getrouwd. Dat heb al in mijn leven, hè? pas op. En, Met de vrouw van uh, mijn leven. Ja, gelukkig. Ja, stel je oh, voor. Oh, oh. Ja. Um, en een van de beste trouwfeesten aller tijden. Ja, dat was wel top. Ja. Zonder dat jij dat werd toen nog niet... want Dat was wel, dat was, was dat wel een feest. Een brute trouwfeest. Oh, um, dan is het, dat is het jaar voordat je Belgisch kampioen wordt. Dat is Espoir. Mm -hmm. Is Espoir er dan al? Espoir is gekomen de, de, de week na Lanaken, hè Dus waarschijnlijk dat jaar is hij gekomen, ja is gekomen na Lanaken 2015 hm. ja. ja en dat jaar daarna word ik in Belgisch campion mee kan ja ja zo is het gegaan um, ik, ik bel... Ja, sorry en hij was toen ook op BKL die sprong goed toen hè met Olivier ja, Stainavan hè die reed er heel was goed mee hè. top top tien toch of zo ja, of uh, finale reden ik denk ja. heel goed en dan ik denk in de laatste ah, ja, iets minder is. of zo maar, ja. toen die, maar die sprong nog wel heel goed ja, ja. 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 Belde Christophe de Raad <laughs> En die reed Espoir als jongpaard. Ah, ja. Had hem gezien daar op de, op de stage bij Part van de Castelen. Mm -hmm. Zei drie sprongen over 70 centimeter en wat verkocht. Is geniaal. Mm -hmm. Hoe dat dan mogelijk is. Dat was ook zo. En dan heeft Linda V er even mee gereden. Dan, ah, ja, Lin nee, Linda V. Linda V. Okay. Niet Linda nee, nee. V. Ja, ik denk al wie is Linda dat nou weer v. Um, <laughs> Linda V. Um, naar Mexico gegaan. En dan... Dan is hij eerst even bij Ludo terechtgekomen. Ah, oh, dat weet ik niet. Ja. En dan, um, uh, ja, om gezondheidsredenen, is hij daar niet gebleven. En dan heeft Bart hem teruggepakt bij hem. Want Bart heeft hem initieel verkocht naar Mexico. Um, en dan heeft Bart hem terug bij hem genomen. En dan hebben ze dat heel rustig aangepakt. En gezondheidswijs terug wat tijd gegeven, terug rustig opgebouwd. En dan zo met Olivier. En toen had Caroline, eerlijk gezegd, Caroline heeft hem gezien. Want ik, moet, ik heb veel te danken aan... De spot, het spottersoog van mijn vrouw. Caroline volgens mij voor het eerst gezien in Gent. Een een concours ja. binnen. Die sprong toen een drie zo zodat je denkt van wow. Je vloog zo. Je kon dat ook, hè? Oh, ja. ja. Die kon zo'n paar sprongen geven, dat je zegt van wow, wat is dat? En toen heb ik hem de rest van het weekend ook bekeken. En toen was ik ook direct verkocht. Toen zei: wow, dat is een pert. Dat was ineens dat ik al eens tegen Bart zei, hé, hey, wat is dat? En, dit en dan Bart zei, ja, maar nee, Olivier gaat er nu mee rijden. En voorlopig gaan we daar niks mee doen. Ja. En dan... Uiteindelijk is dat hij hem dan wel ja, naar Lanaken toen gebracht. Ja, Bart had toen tegen mij gezegd, en daar apprecieer ik Bart van de Kasteel nog altijd enorm voor, want er gaan er niet veel zijn. Het jaar ervoor, of het was, was het jaar ervoor, of twee jaar ervoor dat hij naar mij kwam. Hè. Toen zei Bart, luisterbieder, ik geef je mijn woord. Als ik ooit met dat paard iets doe, dan zet ik je de eerste dat ik bel. En hij heeft echt zijn woord nagekomen. Ja. Dat was wel echt mooi. Wat knap. Ja. Er is dan die film gemaakt over Espoir. Uh... Dat is wel een heel bijzonder paard voor u. Ja, dat was, ja. was me echt met een maat, hè. Dat was... Ja, dat was... Ik, zeg, ik heb dat toen in die, in die film ook gezegd, maar dat is ook voor mij echt zo. En ik heb het net ook al gezegd, voor mij was dat nog wel eens echt nog eens de next level horse. Op het gebied van kwaliteit, slimmigheid. Hey, ik zeg het, Candy en Dilano en, en Tequila, zelfs Utopia, die waren ook allemaal voorzichtig, hè. Maar Spa was nog net dat Tiksje meer. En die was zo hypercompetitief. Ja. En dadelijk tot dan toe nog niet echt gehad. Ik had goede paarden gehad, denk ik. Maar geen echte competitie. Tequila wel, maar dan daarna. Hè, ze spreken over Utopia, Candy. We zijn wel nog één een, een hele belangrijke vergeten: Dream of India. Um, maar um, uh, Spa was dan wel echt mega competitief. Je die, die, die kon een barrage lezen, je die, 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 ja, die viel in de bochten, je wist waar je naartoe wou. Je dacht met je mee, dat was ongelooflijk, dat paard. die dat is die. die elk was een komisch of atypisch paard om te zien ook ergens wel hè. Die kon soms sprongen geven die wonderbaarlijk waren. Yeah. Maar dat als in een barage of een schuifel die deed soms ook ja, 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 ja. Overal waar rond zo. Dat, dat was een heel komisch. En zo. We speciaal voorbeen. En dan en dan heel veel naar rechts springen altijd. Het altijd gedaan. Want de een bocht, dat heb ik me altijd herinnerd... Ja, naar rechts. Een bocht naar rechts was ja, ja. altijd moeilijk, hè? Zijn altijd Als er een maar... barrage was, ja, ja, ja. Daar en je ik moest ik altijd mee opletten, een, ja. een rollback of zo naar rechts, dan weet ik dat je altijd zei... Dat was moeilijk altijd, ja. Ja. Dat, moest ik altijd... dat was eigenlijk het enige wat ik altijd moest mee opletten. Maar dat was... Dat, 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 ja. dat ben ik ook zo Ai, een combinatie mee geworden. En dat was ook wat ik straks vertelde, echt wel de eerste paarden waar ik zo echt kon mee rijden. Ik kon vertrouwen op de kwaliteit van het paard. Echt zo van... Gewoon stilzitten, het goed doen en dan springt hij nul. Niet meer denken van ik moet nog dit en ik moet nog dat en, en ik moet daarop letten, ik moet daar, nee, nee gewoon goed rijden. En, 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 ja, en dan heb ik wel natuurlijk hey, enorm combinatie met hem geworden, hè? want we kenden elkaar door en door. Ik moest daar ook niet veel mee springen of zo, want ik wist gewoon perfect wanneer hij zijn eigen goed voelde en niet goed voelde en kenden elkaar zo goed. Maar die, die kon er zo snel mee rijden. En die, ja, die was gewoon zo slim. Die was altijd... Weet je wel, die dacht mee. Ja. En vandaag gaat het allemaal zo snel. De paarden moeten gewoon meedenken met je. Als jij moet denken voor hun, ben het te laat. Ja. Moet je moet met twee denken, hè. Toch? Ja. En dat kon, hè. Um, het is een, een must-watch, die, die film die toegemaakt is. Maar mm -hmm. um, denk wel eens nog een keer mee. Uh, wat wat hebben we met hem zoal bij elkaar gereden? Ja, denk ik, uh, de eerste ay, wapenfeit was de Grote Prijs van Luik. Dat was toen, nou, had ik hem nog niet zo lang. Toen won ik de Grote Prijs van Luik. Dat was voor mij wel echt zo het gevoel van, yes, zo, oh, deze paard, hier ga ik echt ruige dingen mee doen voor mijn gevoel toen. En dan, uh, Belgisch kampioen ben ik er daarmee geworden. Uh, en dan, uh, de Grote Prijs van Doha mee gewonnen. En dan verschillende keren wel in, in vijf zeer grote prijzen bij de 45 eerste geweest. Uh, en dan waren natuurlijk ook heel veel landenwedstrijden dubbel nul gesprongen met hem. En dan uh, een van de mooiste momenten denk ik dat toch ook het EK was in uh, Göteborg. toen was ook dubbel nul landenwedstrijd op DK. Wat hem daar toen deed. Ja, dat typeert dat paard echt vind ik die toen, hè, want hij durfden alles te struikelen. Dat had hem altijd van als ik hem kreeg. En uh, toen struikelde hem ook, dat heb ik ook in de video toen gezegd. Die struikelde na hindernis 6. Als je dat terug ziet, kun je ook gewoon niet denken dat een paard dan nog kan verder springen. Want dat was het maar na, na hindernis 6 al, hè? Het, al. Het moeilijke moest nog komen. Die struikelde en we lagen gewoon zo goed als op de grond. Drie, vier passen op zijn knieën verder. Allee, terug recht. Hup, concentratie. Hup, twee sprongen. En dan moest ik de drie sprongen, En de drie sprong was toen heel moeilijk. En die, ja, die finished gewoon op dat er niks gebeurd was. Een andere zou altijd opgegeven hebben. Of, of je zou op de volgende sprong een fout gekregen hebben. Oké, okay, ook natuurlijk omdat we elkaar zo goed kenden. En even dat gebeurde. En je zei verder focus En alsof er niks gebeurd is. Maar ja, hoe dat paard toen voor mij... Eh, ik vond dat echt... Die ging, die ging door het vuur voor mij. En een andere, wat ik zeg, die geeft op. Maar deze bleef gewoon... Die wou gewoon nul springen tot aan de meet. Je wou gewoon alles geven. Die deed alles voor mij. Dat was... Ja... Het gevoel gewoon dat, dat ik ergens in dat paard iets losgemaakt had, dat hij voor mij gewoon echt door een vuur wou gaan. Dat, dat voelde ik echt. Als ik hem goed voor mekaar had en hij, hij voelde zijn eigen goed dan prr, had het gevoel dat je met hem de wereld aan kon. Echt. Ja. Dat is ongelooflijk. Enigszins belangrijk. En je spreekt heel even al links en rechts over gezondheid. Mensen vinden altijd een interessant verhaal als het over gezondheid gaat. Eh, het gaat er over keuring en dergelijke meer. Ja. Dit was. Uh, op het gebied van keuring, zelfs voor een beginnende veearts, mm -hmm. no go, toch? Ja, dat was, dat was die, ja, goed. Die heeft dus, ik denk dat als je nu ah ja, als, als dierenarts, als assistent zou moeten meegaan, dan konden we dus op dat paard konden dus alles zien wat er mis kan zijn aan een paard. Hè. Dat kon allemaal perfect laten zien. Dus die had eigenlijk alles op radiologisch, had hij alles tegen, of heel veel tegen. Uh, kissing Spine, uh, ja, volgens mij had hij een siest een normale straalbeen, een uh, volledig spat op zijn beide sprongen. Uh. <laughs> ja, die, die had ja, wel wat chipjes hier en daar. Ja. Allee goed, heel slecht. En dan, ook, uh, dan, dan was hij ook nog een keer op de pezen, had hij uh, zo twee schoon banaantjes staan, van letsels van vroeger. Dus ja, oké, okay, met een dierenarts, uh, ja Pieter, dat moet je echt niet doen, hè? Dat, ga, dat, dat is gewoon, ja, dat is niet oké okay, hè. Maar ik heb daarmee gesprongen en. Pff, ja. Ik was gewoon zo verkocht. Verliefd. Dat, ik gewoon niet, ja, verliefd. dat ik gewoon niet, meer, gewoon niet geluisterd heb. Want eigenlijk snap ik nog altijd niet waarom dat ik hem heb laten keuren, want ik wist toch dat ik hem ging kopen. <laughs> um, en dan hebben, maar ik heb hem wel, dat met Bart ook wel, om, door dat feit wel een heel goede afspraak gemaakt. Want dat was natuurlijk wel een risico en dat wist Bart ook. Dus we hebben elkaar heel goed daarin kunnen vinden, want we hebben ook maar half gekocht dan. Um, en um, dan hebben we eigenlijk het verhaal samen met. Bart gedaan en Carol. Um, maar uh, ja, die, die, die gezondheid was. Maar die hebben dan toch. Ay, toen zei iedereen op tegen me: wat ga met een paard doen en die is niet gezond en dit en dat. En heeft, ik bij mij gekomen vanaf zijn elfde, denk ik. En heeft gesprongen tot zijn, ze tot zijn zeventiende. Dus die en ervoor ook al eens een carrière gehad, heel, eigenlijk. Ja, heel goed gemanaged, denk ik, dat ik wel mag zeggen. Nooit ay, op het juiste moment even gas teruggepakt. Nooit in het rood gegaan. Altijd ja. De juiste zorgen op het juiste moment. Toch altijd gedacht op, met een lange termijn visie. Nooit gedacht van: Oké, dit is het laatste jaar dat hij gaat springen. Maar altijd gedacht van: Oké, okay, dat is uh, voor, voor nog een paar jaar. Uh, ja. <laughs> Allee, uh, met mijn eerste paard te zijn. We hebben die altijd zo benaderd. Ik heb die altijd zo met respect, denk ik, wel uh, behandeld. Op alle gebieden. Zowel op het gebied van inzetten in de sport als zijn de, uh, um, medische. Begeleiding. En ik denk wel dat dat een succesverhaal geweest is. Ja. Um, om even een, keer een zijsprong te maken, daar zit er redelijk maniacaal in um, in uh, veterinaire en medische begeleiding. Niet zozeer maniacaal uh, dat alles uh, spuitjes en, der en dergelijke moet krijgen, maar uh, je... hoe moet ik dat zeggen? Kunnen kun we daar eens wat over vertellen hoe dat gij naar medische begeleiding kijkt? Hoe dat, dat bij u uh, uh, in de stal gaat en gebeurt? Vraag? Ja, uh, ik denk dat ik wel altijd geprobeerd heb om met heel goede mensen samen te werken daarin. Uh, en mensen waarvan ik ook het gevoel heb, die ook willen eraan werken zoals ik het ook voel en zie. Uh, en echt als een samenwerking. En ik denk dat dat wel voor mij uh, een cruciale rol daarin speelt. Is dat je als ruiter, ja, niemand kent het paard. Niemand kent je paard zo goed als jijzelf. Je kunt er nog zeven of tien specialisten bij halen. Jij voelt wat je voelt. Ik ah, denk toch op ons niveau. Je zou dat toch moeten? Voelen wat er mis is. Of voelen ja, wanneer er iets mis is of iets aan het misgaan is. En ik denk dat ik altijd geprobeerd heb of nog altijd probeer om zo goed mogelijk proberen de grote problemen voor te zijn. Door, door ja, als ik iets voel, direct te schakelen en dan direct uh, te kijken, oké, okay, wat is er mis? Uh, de juiste, de juiste persoon erbij te halen om, om na te kijken. En, en, en daar ook echt niet toegeven op, 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 ja, op, op, op iets. Gewoon echt voor het beste gaan. Um, maar wel altijd met een allez, denk ik mag zeggen, met boerenverstand. Niet zomaar beginnen. Allez, alles te volgen wat, wat iedereen zegt en zomaar gewoon uh, allee, uh, de, de, de klassieke dingen te doen, maar wel echt gewoon met boerenverstand dat te benaderen. En ik heb thuis, ik denk niet dat er ooit al een paard behandeld is van mijn paarden wat ik zelf niet bij was. Ik wil er al, ja, als mijn dierenartsen komen, um, ik wil ik er altijd zelf bij zijn, omdat ik Bevestig. zelf wil weten. En oké, okay, daar steek ik heel veel tijd in. En soms ook. Mij ja, uh... interesseert u ook wel. Ja, ja, echt wel. Ik. ik... Is, als ik tijd had, als ik dan eerst wat ik zou doen, is dat echt bestuderen. Dan zou ik echt, echt graag een keer een, een keer een jaar met, met zo'n top dierenarts gewoon een keer meegaan. Mm -hmm. Om dat gewoon te leren en te weten hoe dat, dat werkt en die producten en alles en wat er, hoe dat je dat perfect kunt begeleiden en doen en alles. Omdat dat me echt triggert. Ik wil dat echt weten hoe dat, dat in elkaar zit, mm -hmm. dat bij mij een paar behandeld wordt. Ik wil weten waarom, met wat, hoe, wij. Allez, ik wil dat allemaal en ik bespreek dat dan ook samen. Want ondertussen heb ik daar ook wel wat kennis in opgebouwd, denk ik. En ja, dat is telkens een, 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 een gesprek van, van best een overleg tussen niet alleen mijn dierenarts, maar soms tussen mijn twee of drie dierenartsen. Om te weten: oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we, gaan, we, gaan, we, uh, gaan we iets aan een paard helpen of niet? Of wel? Of hoe gaan we het doen? Of, of gaan we toch gewoon voor rust, Of gaan we hem toch. Dat zijn toch altijd wel overwogen keuzes. Heel, heel wel overwogen, ja. En ik zeg het, dat interesseert mij echt. Om te weten wat en hoe en... Want je geeft het aan. Je hebt hè, meer dan één dierenarts. Kun je eens, kun je eens inzicht geven van, van wie dat... Ik zal dat, dat, dat je een naam noemen als je dat niet wilt. Maar wie is... Hoeveel mensen zijn betrokken in de uh, gezondheidsopvolging van je paarden? Eén uh, hoofddierenarts en dan... Ik heb een, een, een dierenarts die meer het, het pitje van een, van, van een andere kant bekijkt, eerder homeopathisch gezien. Heb ik iemand dat al heel veel jaren bij mij komt, waar ik ook heel sterk in geloof. Um, en dan, dus dat is één, twee, drie, vier. Vier, vijf dierenartsen waar ik toch wel echt allee, op, op kan bouwen en waar ik mee kan overleggen en kan doen. Ik zeg niet dat die alle weken bij mij zijn, hè? maar wel mensen waar ik echt vertrouwen in heb en waarvan ik weet, als ik daar iets aan vraag, dan. En dan krijg ik het juiste antwoord of dan um, en dan heb ik ook wel een hele goede um, osteopaat een vrouw uh, Christel, die komt uh, van Zwitser, uh, noorden, het zuiden van Duitsland Zwitserland um, die is ook al in de zeventig maar echt een vrouw met echte pure kennis en, en door echt een doorwinterde paardenvrouw die weet wat ze doet en, en, en Ah, ik, ik vind wel, ik moet echt het gevoel hebben als we met mensen komen en die beginnen te praten over iets, dat ze echt weten wat ze over praten, dat ze die ervaring hebben, dat ze weten wat ze aan het doen zijn. En dat gevoel moet ik wel echt hebben. Want... Um, en ik denk wel dat we daar, ja, de juiste. Als ik me niet vergis. Um, hè, er, is, er is een standaard mengeling. Of een standaard cocktail, of een standaard samenstelling van een bepaald product dat bij heel veel paarden toegediend wordt om uh -huh. gewichten te ondersteunen uh -huh. waar je je dan in verdiept hebt en dat je dan zegt van nee, niet bij die van mij uh -huh. ja ja goed, oké okay. dat, dat is ik ben uh... bij mij wordt er geen paan op stal behandeld met cortisone en dat is iets wat vaak gebruikt wordt maar ja, bij mij, ik, ben... ik heb me daar echt in verdiept en ik denk dat dat echt heel nefast is misschien in sommige gevallen zal dat niet anders kunnen dat zeg ik niet, en zal dat zeker ook goed zijn maar ik probeer dat echt tot een absoluut minimum te beperken. Dat is één voorbeeld. Um, de mensen die bij mij werken, weten dat ook, en we gaan altijd oplossing, ay, zoeken naar oplossingen. Ay, andere oplossingen eigenlijk. En, en, en ik, heb, ja, ik heb ook mee al dingen uitgeprobeerd en experimenten. Ay, toch wel echt laten voelen van dat ik daarvoor open sta voor andere dingen, op meer natuurlijke basis en zo. En, en ja, we hebben daar toch al goede alternatieven gevonden. Ja, en ik denk dat dat op lange termijn toch wel echt een, een, een voordeel dan heeft. De wie daar staat dan in mijn ogen de, de, het detail waarop dat Pieter dat beschrijft, um, de diepte van de kennis daarover, los van het talent als dat er zou zijn, los van de scholingskwaliteit die andere mensen hem toedichten en de resultaten die je op papier ziet staan. Um, moet jij mij dan maar eens inzicht geven? En daar hebben heel veel mensen gevraagd, kunnen u niet inbeelden. Um, hè, we weten allemaal, Pieter de Vos doet iets met fruit. En jij zit er ook in betrokken. Tom Lemmens is nu sinds kort ook. Um, wat is, hoe hoe ziet jij Pieter de Vos op het bedrijf en die paarden? Geef mensen een keer inzicht in hoe dat die dagen eruit zien. Uh, nou. Pieter kan het straks, kan het straks toelichten. Ja. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben heel blij dat ik het zelf eens niet moet toelichten, want dat is ook een vraag die ik heel vaak zelf krijg. En ik ben dus blij dat ik ze zelf niet moet beantwoorden. W wanneer wanneer uh, begint de dag? Uh, ja. Ik ben daar heel dikwijls, maar we slapen niet hetzelfde. Uh, of zo, uh. hey, ik weet niet wanneer de dag begint. Ah, uh, uh. omdat je altijd zegt dat je een slaaf bent? Oh, dat is hier, uh. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Ja, jong. Um, dus... Uh, wanneer begint de dag? De, de, de dag begint uh, ja, onze, onze kantooruren. Hè? Uh, wij openen vanaf acht uur, laten ons zeggen. Uh, dus rond de klok van acht, uh, dat kan eens half acht zijn, dat kan eens half negen zijn, um, beginnen wij uh, aan onze dag, uh, zowel hij als ik. Um, maar om uh, terug naar de uh, kern van de zaak te gaan. Um, hoe moet ik dat omschrijven? Wat, wat Pieter de Vos doet of hoe zijn dagen eruit zien. Uh, ik denk dat dat doorheen de jaren um, constant um, geëvolueerd is. Uh, ik ben vijf jaar geleden uh, beginnen werken bij, bij Pieter. En um, toen was het al een groot bedrijf met een aanzienlijke omzet. Uh, maar door, tijdens die vijf jaar uh, is dat door wel van verschillende. Uh, uh, gebeurtenissen en door uh, dankzij verschillende mensen is dat bedrijf eigenlijk verdubbeld in grootte, in omzet, in, in alles. Uh, dus zijn leven is op die tijd ook, uh, denk ik, heel fel geëvolueerd en veranderd. Vroeger deed hij nog um, veel meer in het fruit, denk ik, op een andere manier. Uh, er is... In onze fruitsector of in ons bedrijfscentrale. Jong, heel Wil nu je je eens eindelijk vertellen, alsjeblieft, ja, maar ja, <laughs> ja, dat is zo groot, wat een hoeveel, ja, dat uitleg. Hoeveel? En om dat ja, maar hoeveel uren? Eh, als, als, eh, nee, maar dat kunnen niet zeggen. Hoe dat, ik kan hoe niet dat... zeggen hoeveel uren dat hij op de bureau is. Dat kan zijn dat ik die op een heel week. Dat, is echt, ik kan, dat kan zijn dat ik hem op een heel week één keer of twee keer zie. Dat kan. Maar oh, dat kan ook een zijn. Hij neemt telefoon hè? Ah, ja, maar dat kan ook perfect zijn. Dat hij van maandag tot vrijdag, als hij een week niet op chumping is, dat hij vijf uur per dag op een bureau is. Dat kan ook. Ja, maar, en, en maar, maar er is geen, geen constante in. De, de, de verhouding paardrijden, aardappel, uh, aardappelen. <laughs> Appelen en peren en fruit. Ja, maar je kunt dat niet echt zeggen, die verhouding. Nee, dat, gaat... dat, dat is echt een verweven, dat is helemaal verweven. Ja. Dat is zo moeilijk. Ay, dat ligt ook is... puur. Uh, de, de, de bedrijven liggen vlak langs elkaar, dus als hij de bureau uitstapt van het fruit, dan zit hij bij wijze van spreken al op zijn paard. Um, hij zat misschien al op zijn paard op de bureau. Ja. Um, maar um, ik doe er alles aan om dat te vermijden. Uh, en dat, is zo, dat gaat zo snel. Uh, dat kan zijn dat we een vergadering hebben en, en jongens, ik moet gaan, dus ik kom met mijn paard. Uh, of de de is er, of, uh, of ik moet nog de rijden. Of ik moet. De proef beginnen opgelopen op om drie uur. Uh, het is half drie. Uh, ik moet er hebben een auto schieten. Dus dat is, dat is zo verweven, dat gaat zo snel. Ik kan dat niet zeggen. Mensen vragen dat ook altijd aan mij. Hoe, hoeveel paarden rijdt die man dan op een dag? Dit, dat. Ja? Dus, Kun je daar een, een getal op plakken? Nee. Wat gaat dat gemiddeld zijn? Ja, als je daar nu echt statistisch gemiddelde gemiddeld van hebt. Je maar pakken. drie. Ja, voilà. Ik ja. wou zeggen. Een keer drie, een keer vier, een keer twee. Ik bedoel dan de dagen dat ik thuis ben in een gewoon fulltime wedstrijdseizoen. Ja. Ik bedoel, als ik echt op vijf sterren concours ga, dan heb ik drie dagen de week ben ik thuis. En die drie dagen reik ik maar drie paden per dag. Drie, vier. Maar als ik nu bijvoorbeeld, like deze week, ben ik niet op internationaal concours. En nu, vandaag heb ik er bijvoorbeeld wel uh, zes gereden. Of vijf, een keer. Vandaag ben ik bijvoorbeeld heel nacht met de paden bezig geweest. Gisteren ben ik bijna heel de nacht op de bureau geweest. Um, maar wat wel het grote verschil met vroeger is, vroeger deed ik echt een dagelijks een handel met het fruit, de klanten, 10, 20, 30 klanten per dag aan het telefoon, het fruit echt verkopen. Deed ik dat echt zelf en dat doet Louis nu eigenlijk allemaal. Die heeft dat echt commercieel gedeelte wel echt uh, mijn hand getrokken. Ik doe nog wel mee de grote lijnen uitzetten en, en de, 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 de prijzen zetten en, en met de grote supermarkten wel nog de, de vaste dingen. De vaste programma's en zo mee, mee bespreken en doen. Maar voor de rest doe ik nu ook meer iets mee, mee, meer management. Uh, aansturing van, van, van wat richting gaan we uit. Uh, soms een keer meer marketing, mee, soms meer personeel mee bekijken. Wie wat doet, wie hebben we nodig, wat, hoe moeten we ons team, team vergroten? Uh, tegen echt dat dagelijks handel gebeuren. Dat doe ik minder nu. Maar als er bijvoorbeeld. Een actie is en we hebben fruit tekort. Ja, dan zal ik alle ook even een, keer een, uur, een paar uur mee zoeken dat we alles hebben wat we moeten hebben. Dat we even samen eraan werken. Maar het is heel volatiel. Het is heel moeilijk om te omschrijven. Omdat, ik, ik vind nog altijd een van de meest fascinerende momenten, of, of toch niet een van de meest, maar wel een zeer fascinerend moment, was in Miami. We waren aan het losrijden, was waren nu ochtends voor een proef, dat weet ik niet meer. Maar je hebben een telefoon tussen een uh, tok geklemd. Mm -hmm. En dan waren je op die moment aan iemand fruit aan het verkopen. Ja, maar dat. dat... Dat is altijd zo geweest. Hè? Dat, is niet, dat was nu al geen apart moment. Misschien is dat mensen toch ja. echt niet beseffen nee, dat, dat mee, het er zo ver reikt. Er zijn ook heel veel mensen die op concours denken: oh ja, want we gaan te zaken, dat is echt nooit geen goede dag. Maar ja, ik ben vaak met, met mijn hoofd ay, echt met zoveel dingen bezig. Of ben ik echt hmm. met mijn hoofd bij ons in het fruitbedrijf. En dan als ik dan gewoon in België, in Lier of in Opklabeek of waar dan ook gewoon. Uh, die, ietske, die, die twee sterrenwedstrijden aan het rijden zijn, als trainingsconcours voor mij eigenlijk op die moment, Ja, dan zit ik met mijn hoofd wel thuis bij de zaak. En als Louis dan belt, of dat belt een klant, of dit of dat, ben ik daarmee bezig. En dan heb ik niet zoveel oog voor al de rest. Tot frustratie van sommige mensen misschien. Dus bij deze, sorry daarvoor. <lacht> <lacht> um, <lacht> maar als dat is dan niet mijn opzet, weet je. Um... Ik dacht, ik, ik, als, ik, als ik hem niet kende vroeger, dan, ja, ik weet dat niet, ik had daar ook een heel ander beeld van. Maar omdat ik hem nu heel goed ken... Uh, ja, ja. <laughs> ja dan veel meer. Uh, ja. Allee, weet je wat er gebeurt? Hè? En, en... Is er in de, in de afgelopen tien jaar ooit een moment geweest dat je dacht: Oh, kut, ik moet hier kiezen? Of uh... Uh, Nee, want nee. Want, je weet, het is heel moeilijk, omdat, dat is iets waar je ingroeit. Hè. Ik ben met de padensport begonnen van nul eigenlijk. En ik ben aan de andere kant, bij ons fruitbedrijf, ook, als ik en mijn broer in de zaak komen zijn, wij deden geen handel. En vandaag zijn we in bij de grotere handelsbedrijven in België. Dat hebben we ook van nul opgebouwd. Dus in het begin was het allemaal heel klein. En doordat het allebei klein begonnen is en in elkaar verweven was van in het begin, dat wordt stilletjes groter en groter en groter. Maar dat blijft in dat elkaar verweven. Allemaal, ja. En dat, 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 voilà, dat rijkt en dat groeit samen mee. Ik heb nooit uh, het gevoel gehad dat ik moest kiezen, omdat ik ook het heel boeiend vind om allebei te doen. Uh, om in twee werelden actief te zijn, omdat dat zijn ook nog eens twee uiterste werelden. Ja. Um, je krijgt heel veel inzicht en er is ook nog zoveel meer dan alleen paardensport. Um, hoewel dat mijn hart daar wel echt ligt en ik ben echt, welle, echt een paardenliefhebber en ik doe dat ook echt graag. Niet alleen om te winnen, maar ook omdat ik echt graag met die paarden werk en iets opbouw. Um, maar aan de andere kant doe ik dat zakelijke ook heel graag en dat boeit mij ook enorm. Ik denk dat ik ook echt enorm ook ondernemer ben en dat dat ook iets is waar, waar ik heel veel energie uit put. Dus dat ik daar ook niet hoef in te kiezen. Om, ik denk dat het geluk is dat, wij, dat ik de juiste mensen, hè, waaronder Louis en, en nog vele anderen natuurlijk bij ons in de zaak um, en in het padenbedrijf, de juiste mensen heb, proberen bij elkaar te krijgen. Waardoor dat je aan twee kanten kunt vertrouwen op een heel goed team van mensen. ...en Waardoor dat je kunt van het een naar het ander gaan. En dat je wel als je vertrekt op het een, dat je wel weet dat het geregeld wordt. En ay, sowieso samen met mijn familie natuurlijk, hè, daar is natuurlijk ook de grootste leider door, doorheen alles. Uh, mijn, mijn broer, mijn, mijn schoonzus, ay, uh, mijn ouders die ook nog mee volledig in de zaak zitten. En natuurlijk mijn vrouw, die het heel paardenbedrijf managt en regelt en doet. Waar ik, waar ik ja, zoveel aan heb uh, als ik in het vrouwbedrijf ben, weet ik dat alles gewoon doorgaat. En als er een probleem is, gaan ze naar haar. En als het probleem te groot wordt, zal zij wel bij mij terugkoppelen. Maar er is nooit een moment dat, dat, dat er ergens iets niet onder, con ay, niet onder controle is, groot woord, maar dat er iets. Ja, echt mis kan gaan. Hè? Ja. Je hebt altijd eigen mensen. En, en, en... Je weet dat als hij op jumping gaat, dat hij wel... Als er echt een probleem is, dan zal ik hem wel bellen. Ja. Maar voor de rest... Ja. Hey, is het mijn job dat hij niet moet gestoord worden? Hè? Ja. En oké, okay, dat is gegroeid. Hè? Je geeft ja, ja, meer en tuurlijk. meer allee, verantwoordelijkheid af. En ik denk... Ik heb, wij zijn wel als altijd... Ik heb met mijn broer en ik zijn altijd... Van mijn, uit mijn ouders uit heel losgelaten. We hebben altijd heel snel heel veel... Verantwoordelijkheid gekregen en losheid gekregen in van: Doe maar, probeer maar, kijk maar, handel ook. We zijn met, ik ben met nul begonnen, maar ei, probeer maar, doe maar. Verkoop maar eens wat fruit en zie maar eens wat dat geeft. En ik denk dat wij heel losgelaten zijn en direct heel veel verantwoordelijkheid gekregen hebben. En dat proberen wij ook. Ik probeer dat nu ook te doen met mijn team langs me. Ik denk dat Louis ook op korte tijd heel veel verantwoordelijkheid gegeven heeft. En ei, mijn vrouw heeft heel veel verantwoordelijkheid van de stal en bepaalde mensen in het stal en in het bedrijf hebben ook heel veel verantwoordelijkheid. We proberen dat wel heel snel. De Mensen veel, uh, ja, oh, natuurlijk, die moeten veel op hooi op hun vork nemen, maar aan de andere kant is dat ook wel leuk, denk ik, dat je dat, ook wel, dat beslissingsrecht al krijgt heel ja. snel. Ja. Dat lijkt dan zo, um, boeksgespraat, maar ik kan dat wel ey, onderschrijven. Dat, dat ja, je dan net zegt: een goed team thuis en zo, dat is dat zo cliché. Hè? Ja, ja, dat is ja. cliche, Als je ja. wint, ey, bedankt aan mijn team, maar ik ja. weet wel dat dat echt. Allee, uh, wat we wat allemaal doen of wat er allemaal gebeurt in Bekkenvoort, Dat is wel echt groot en dat wordt altijd maar groter. En dat is wel echt zo dat die mensen, dat er bepaalde mensen zijn bij ons op bedrijf, die, ja, als je die niet hebt, dat gaat echt niet hè, zonder die mensen. Mm. Allee. Ja. Ja, ja, ja. En dat is een Om, om ja. dat cliché even, ah ja, ik bedoel echt over paarden ja, en ja, uh, fruit. Er zijn bepaalde mensen, bepaalde mensen zijn veel mensen, ja, dat is gewoon. Iedereen is uh, te missen. Maar er zijn wel veel mensen die. Uh... Ja. En ja, voilà, als je die, als je, en da, daarmee is dat misschien ook niet cliché, dat team. Want de, zonder die mensen kunnen die twee dingen niet combineren. Dat is onmogelijk. Mm. Het enige wat ik me wel al afgevraagd heb, om even op je vraag terug te komen, is van oké, okay, stel nu dat ik alleen paarden zou doen. Ja. Zou ik dan verder staan? Of zou ik dan meer, nog, ay, meer prestaties mee? En dat denk ik wel. Dat moet ik ook toegeven, dat denk ik wel, maar dat is een bewuste keuze. Allee. Ik bedoel, ik, ik, ik ga daar niet... Uh, ik vind dat ook niet erg, omdat ik de ander ook heel fel apprecieer en dat daar ook mijn hart ligt in dat bedrijf. Maar als ik nu enkel alleen maar een focus op de paarden zou hebben, denk ik wel dat ik, uh, denk wel dat ik nog meer prestaties zou kunnen doen. Omdat ik nu toch vaak ja, toch de focus voor 90% en niet 100% heb. Ja. ja, ik kan, uh, kan me dat inbeelden. Ik, ja, ik denk dat het aan een uh, voor veel mensen... Een, uh, een, een uh, helder antwoord is. Je... Aan de andere kant gaat daar ook, je, uh, denk ik, uw sterkte liggen. Ik denk dat je soms ook beter presteert uh, door het feit dat je. Niet in de mallenmolen van. Ja, niet, niet in, uh, in die enge wereld zit. Ja, en kunt... Dat je geen oogkleppen op hebt en dat je. Uh, Sommige dingen kunt dat je mentaal. Helpen. Ja, denk ja. dat wel gesprek over familie. Wouter. Wouter was op een gegeven moment, in zeker in zijn juniorperiode, was eigenlijk een betere ruiter. Of was er hem misschien wel eens een grotere toekomst toegedicht dan, uh, dan u? Um, hoe is hij daarmee omgegaan met die veranderingen in uw familie, in uw gezin, in, in uw carrière, in dat bedrijf? Um, ja? Ja, goeie vraag. Ja, goede vraag. Hij heeft dan uiteindelijk ook gekozen echt voor het bedrijf. Hij heeft dan ook niet, uh, niet verder gestudeerd. Dat is ook een bewuste keuze geweest. Alhoewel dat je vandaag... Als je met mijn broer praat of weet wat hij allemaal doet. Nee. Dat je zeker niet zou denken dat hij niet gestudeerd is, want dan denk je dat hij zeven diploma's heeft. Uh, maar uh, hij, uh, hij heeft wel echt bewust voor het bedrijf gekozen. En ik denk dat hij ook heel erg rijdt, ook heel graag. En hij zou echt doodgraag één goede paard hebben en elke maand één en vijf sterren. Ja, dat zou deze, denk ik zijn een droom zijn. Maar dat weten we allemaal vandaag in onze wereld. Dat is, dat, dat is gewoon niet meer haalbaar om een één paard vandaag ja Elk ja, heeft hem dat wel gedaan hè, tot ja, ja. drie jaar ja, ja, klopt. Met Tonic, met, met tonic ja. was dat wel echt zo. Maar dat is heel moeilijk om daar een opvolger voor te vinden. Um, maar hij, ik denk wel niet dat hij zo, dat denk ik toch, als ik dat mag zeggen, niet het leven zou willen van mij om zo alle weken op wedstrijd te zijn en daar ook wel toch heel veel voor hem op moet geven, hè, sociaal gezien, familie. Ik denk dat hij dat wel ook niet zou willen. Dat denk ik niet. Is het zwaar? wat je nu vertelt alle week nog concours zijn. Ja, ja zwaar. Ja. Ik vind dat ook zo cliché. Ja, wat moet nu zeggen? Um, ja. ja, dat is zwaar. Maar ja, je doet het hè. Dus je, je kiest er zelf voor. Ja. Maar het is wel veel, ja. Ik vind het, ja, ik vind het gewoon mentaal heel zwaar omdat. Je, 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 je kunt niet van iemand verwachten, en dat zie je ook in heel veel andere sporten, om 45 weken van de 52 top te zijn. Hey. We moeten misschien fysiek niet, ik denk ook, het wordt ook alsmaar belangrijker, maar fysiek moet je misschien niet mega-mega uh, zijn, maar mentaal moet je wel altijd uw eigen opladen en het wordt altijd van u verwacht en, en, en je moet altijd uh, nul rijden, je moet altijd van voor staan en alle weken opnieuw u opladen om dat te doen en, en niet in het automatische pilootverhaal uh, te komen, dat is toch niet evident. Hè. Vind ik. Dat is het ja. risico dat er in sleutel denken ja. voor veel ja. ruiters. Ja. Ja. En opnieuw op wedstrijd, want uh, het staat gepland en we gaan Aan de andere kant, als het dan niet goed gaat, ook weer elke keer een herkansing. Dat is ook weer mooi. Want oké, okay, het gaat niet goed deze week, volgende week is een nieuwe week. Proberen we het dan wel weer. Maar we zien toch bij iedereen dat je altijd flow zet, op ja, bepaalde momenten gaat het mega. En, en Ik heb die flow ook echt gehad, zeker in 2019. En nu heb ik die flow weer wat minder. Dat zal ook wel weer terugkomen. Maar toch, om je alle weken zo op te laden, dat is toch, ik vind dat niet evident. 2019, hoeveel ruiters hebben, Belgische ruiters hebben in de top 5 van de wereld gestaan? Sinds wanneer? Sinds aller tijden. Ja. Ludo heel lang, hè? Uh, wie nog? Is er ooit een Belg nummer 1 van de wereld geweest? Ludo. Nummer 1? Ja, lang. Ja. Dat was wel ja. Geloven. ja, lang. Ja. Dat was, okay, dat was wel, dat tijd van Parco en Tauber en zo hè was dat niet in ja. die periode mm, ik denk winning moet zelfs nog um, en Voorts was dat uh, tijd dat om zo met die domo met domo uh, ja 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 nog nog Reuters? Gregory ja Manierde top vier, vier. Dat is ook, top vier he? geweest ja ik denk ook Gregory ja. en jij Strava? Nee, nee maar ja maar straf dat is zoiets uh, 2019. vierde en eigenlijk, ai, ik had wel echt het gevoel dat ik toen ook nog echt aan het gaan was richting misschien niet één, maar twee, drie. Omdat toen had ik zo'n groep paarden en het, ik zat zo in die flow. En, en, en... Dat was echt extreem toen, dan nog. Ai, ik bedoel, maar je altijd, ja. Toen werd je echt altijd weg. Ja. Toen. toen was ik nog meer weg en, ja. en toen had ik ook ja, ongelooflijk resultaten. Met zoveel paarden dat ik zo kon afwisselen. En dan is corona gekomen, jammer genoeg. Just. Maar dan heb ik, dat is een beetje dan een buffer geweest op mijn, op mijn uh, ja, perioden op die momenten. Ja, yeah. Want dan heb ik even moeten... Ja, dan is stilletjes Espoir is dan uh, wat, uitge yeah. wat, wat stilletjes uitgevallen. En dan, um, maar toen heb... hadden we ook wel een uitzonderlijk peloton aan yeah. paarden. Ja, wie, wie... Maar toen hadden... Espoir Bo was toen eigenlijk een beetje mijn nummer één paard. Claire was er toen aan het... Die was toen in de schaduw van Espoir de nummer 1 aan het worden. Dus dat waren mijn twee koplopers, zal ik zeggen. En dan had ik daar langs stel ik eens een mega tweede. Hè. Ik had dan Apart en Jade. En ik wisselde die af. Ik had Espoir en Apart of Espoir en Jade. En Claire en Jade of Claire en Apart. Dus ik had twee groepen van twee Grand Prix-paarden eigenlijk. Dat was, ja. Ja. En die waren dan nog eens alle vier topcompetitief. Ja. Het is lang geleden aan een Belgische ruiter Thucour. ...zo'n kwartet ja. paarden gehad ja. heeft, hè? Ja. En niet competitief, maar competitief op het allerhoogste niveau. Ja. Ja, ja want ik denk, allee, als ik die groep had, dan ben ik toch, ik denk ik dat ik toch een jaar of vijf in de top 20 dan gestaan heb. Ja. En dan nu dit jaar ben ik een beetje naar het geduikeld. Ja. Ook een beetje door de keuze van vorig jaar, omdat ik me toen echt gefocust heb op de global. En dat weten we allemaal, de global... Heb ik heb veel de nulrondes gereden, maar ik kon er geen rankingpunten halen. Um, en dan ben ik op de ranking wel, heeft me dat wel uh, parten gespeeld. Ja. Want als je het puur op grote prijzen ziet, had ik vorig jaar wel een heel goed jaar. Ja. Um, en zou ik eigenlijk, ai, aan de, op 61 niveau, zou ik wel veel hoger moeten gestaan hebben. Maar ja. algemene ranking ben ja. ik dan uit een top 20 gegaan. Hè. Denk je dat mensen zich bewust zijn van hoe goed dat uw jaar 2019 was? Pff, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik, ik, eh... ik denk dat niet, omdat ik daar zelf, zelf niet. Allez, op die moment zit het zo in die flow en dan lijkt alles zo normaal dat het allemaal zo lukt. Dat ik nu soms denk, allee jong, toen, toen, ja, toen was het bijna elke week gewoon nul in die grote prijs. Elke ja. week. Heel eerlijk, als ik dat nu allemaal op een rijke zet, beseffen mensen überhaupt wel hoe goed de ruiter Pieter de Vos is nee. en al geweest is. Alleen als je dat allemaal op een rijke ziet, ik verschiet daar nu zelf van, ik zit daar zelf ook altijd maar mee in en tussen. En ja, dat valt me nu op ja. met allemaal op een rijke. Toen we nou bij Niels zaten, of zo, dan had ik dat ook van: amai, wat heeft die kerel eigenlijk al gewonnen? Dan met dat, allemaal, okay, dat is ook de bedoeling van deze mm -hmm. gegeven. Maar het is toch wel extreem, ja. eigenlijk. Ja, ik vind het mooi dat we dat. Dat heb ik hem al vaker tegen u gezegd. Allee, de manier waarop dat we dat bereikt hebben, we hebben nooit. Allee, we hebben als familie daar hard aan gewerkt en altijd. Allee, en ik ook, denk ik. Um, maar nooit echt uh, met sponsors en met, met veel geld, duur uh, duurpaden en, 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 ay, We zijn er echt gewoon als boeren mensen op een simpel, goede manier tussen gekomen En zo toch die weg naar de top eigenlijk uh, bewandeld En dat vind ik wel, ay, dat we dat allemaal samen zo gedaan hebben Dat vind ik wel. Ay, dat geeft met mensen voldoening eigenlijk wel Maar dat wil dan zeggen dat het wel kan? Ja, daar ben ik van overtuigd Pas op, het zal zeker niet makkelijker worden want de competitiviteit onder elkaar. Je ziet ook hoeveel talent dat er nu vandaag is. Het is niet makkelijk om ertussen te. Maar ik ben ik, ik, In mijn tijd was dat ook, hè? Ik zit ook met die generatie van die vijf toppers. Ik ben daar toch ook tussen gesukkeld? Nou ja, dus ja. Waarom, als je goed rijdt en. Je, pff, denk ik dat dat nee, maar ja, maar hoort. ik vind dat wel. Hè, het, uh, als je dat dan in, in, in vanuit de helikopter bekijkt, je uh, uh, talent bij de ponies... Een kutperiode, sorry. Voor mm. bij, de, mm. uh, bij de juniors. Um, Tequila tegengekomen, um, paardengevoel, uh, ergens toch in dan nog eens twee atypische paarden als Candy en Utopia het beste naar boven gehaald en Dream, want eigenlijk hebben we echt vergeten, ja. want dat is ook een paard wat toch wel echt veel nee. mee gedaan ja. had, hè. Uh, Vertel me. Nee, ja, ik vind dat wel een belangrijk paard, omdat Dream of India was ook weer zo'n speciaal verhaal. Uh, mm. Ja, die stopte, die sprong heel goed bij Kevin Pieces. dat was goed, maar die durfde af en toe te stoppen. En dat was dan op ja, twee ster niveau. Dus ja, maar dat paard had wel meer in zich. Dus, uh, um, Familie Stampaard. Nee. Familie Stampaard mij hem toevertrouwd. Um, En um, ik weet dan ook, de eerste keer dat ik die Red stopte die bij mij ook. Dat was in Bondenheid op een 130 proefje En die stopte op een 4 of zo. Ik dacht, wat moet ik nu doen? Want ja, ik dacht, dat is, dat is wel niet goed. En dan heb ik die beloond en teruggekomen. En daarna heeft hij nooit of nooit nog bij mij gestopt. En ik vraag me ook niet waarom, hè? want hij heeft nooit meer gestopt bij mij. Eén keer nog of zo, maar niet. En met dat paard ja, heb ik dan toch ook wel. Ja, die heeft ook veel voor mij gedaan. Hè? We hebben dubbel nul in Aken. Shanghai. Shanghai gro uh, Global Grote Prijs gewonnen. En dus het zijn toch ook momenten. Het is een mega cool verhaal. Uh, Niels, hey, vertel dan. Zegt, ja, van het wijk, Niels Bruinshels, oppergod Niels Bruinshels, zegt, ja, ik reed um, nationale concours, um, noemt dat, de groentenjumping bij Patrick Spitz En daar stond op grootscherm um, Shanghai op. We spreken dus nu over negen jaar geleden. Uh, 2018, nee. 9, uh, nee? Nee, Shanghai. Langer. Zeker. Shanghai, nee. oh, veertien. Ja, sorry, 14. Ja. Ja. Um, 1 miljoen en 100.000 dollar in de grote prijs. Ja. En daar komt Pieter de Vos. Heet <laughs> hij een droom, zeg. Oh, dat was ook mooi. Hè. Ja. Hij zei, hij zei, ja, dat was toen, dat was toen gigantisch veel geld. Ah, ja, want dat was, toen, toen nu zijn er meerdere grote prijzen met die dotatie, maar dat was toen. Nee, toen had ik Calgary. En dan had ik die had ik dan gewonnen en dan tweede nog eens geweest. En dan was dat terug eigenlijk de volgende van 1 miljoen. Want toen was dat niet. Ja. Dat was toen in Shanghai. Oh, dat was. En dan lukte het nog eens, dat was wel leuk natuurlijk. Ja, mei. Weet, weet je daar nog van die proef? Ik weet dat ja, in de barrage naar de laatste. Charbatli, die reed toen. Die, 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 die dacht dat hij gewonnen had en die reed naar de laatste. Maar echt, ja, die had geen afstand of zo, weet ik nog. Die nee. volledig erdoor of niet? Um, die kwam aan 41.79 met vier punten. Veel sneller, of niet? Ja, ja maar die wordt wel vierde. Ja. Ja, die was veel sneller, maar die reed gewoon, like, ja. Gek. Die, uh, ja, ietsje like, gek. Na de laatste was voor niks niet nodig geweest en die hij miste. Ja. ja. Nee, ik, kon dat toch, ik vond dat paard toch wel. En Familie Stambaard was ook wel toen. Mm -hmm. Dat was ook een heel mooi verhaal samen. Dat was echt wel. Ik heb wel. Ik heb niet veel paarden voor eigenaars gereden, maar de eigenaars waar ik het mee gedaan heb, heb ik wel altijd een goede. Ik was toen met, 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 met tequila met Pitu, dat was echt. Dat was een, Mega verhaal en dan met Bart van de Kastelen bij Espoir en mijn met, met en met de familie Stampart, dat waren wel echt goede verhalen. Ja. Mooie, fijne, ja, leuke verhalen. Ja. ja, Pitou, Pierre, voor de mensen die ja. zullen zichzelf zullen ja. afvragen wie noemt het noemt, een kleine Pitou en de Pierre. Ja. Ja, maar ja, ja, dat is toch zo. Pitouke, inderdaad. Je um, zei daar net iets over het, uh, over het mentale. Is bent toch nog niet moe, hè? het. Ja, wat het probleem ja? is. Ik zou gruwelijk moeten plassen. Meen je dat nu? Echt waar? Um, dat is nieuw even in de podcast. Dat toch niet. Ja. Um, hoe gaan we dat oplossen? Um, ja, er zijn oplossingen. Nu, ik ben maar in beeld tot mijn midden, maar ik ga dat. Er <laughs> ja, zijn nieuwe stoelen man. Oké, okay, um, zo gaan we dat hier oplossen. Um, dat kan heel snel gaan hè? Ja, uh, dat kan hier bovenop verdiep. Dus je doet voorzichtig die microfoon weg. Ja, uh, Pieter, tot straks. Kom, snelle man en doortrekken hè. Ja, we kunnen, um, we ja. kunnen daar zo'n dingetje, nu, een reclameblokje van maken. Ja, ja. Uh, hoor eens, de mensen die nog altijd aan het luisteren zijn. En Henders en Hezel. Henders en Hezel, ja, dat moet ik dus wel zeggen. Dat viel mij 200% mee. En Pieter kwam, kwam beneden en zegt, Oh, jongen, wat een schone tafel. Hier staan beneden in de, in de eetkamer ook Henders en Hezel. Maar dat hebben ze hier mega mooi in elkaar gestoken. Trouwens, hier staat een, uh, een gigantische paardenkop. Twee man en één paardenkop. Mm -hmm. um, die gaan we. Atsju, waar is die alcoholstift? We, die ligt daar nog ergens. Um, die gaan we straks laten handtekenen door Pieter en uh, al onze gasten gaan we doen. Hé, hey, trouwens, um, even belangrijk nu al. Kaarten voor Jumping Mechelen en Jumping Amst Amsterdam zijn in de voorverkoop gegaan. Uh, Mechelen nog maar net en Amsterdam ook nog maar net, denk ik. Dus dat is toch wel even belangrijk om te, um, nu al aan te geven. En vooral, ja, nu al even te mikken op onze... <laughs> daar komt trouwens ook de alcoholstift um, om ook even te mikken ja, dankjewel Piet en ben, ben ik nu de officiële eerste wildplasser officiële pauze hebben de gast in de podcast of? ja, uh, ja denk ik wel okay, ja, ja, nee. ik was net even aan het zeggen dat uh, Jumping Mechelen de kaarten in voorverkoop zijn gegaan, ook voor Jumping Amsterdam okay. um, twee ongo's waar ik heel graag zeer graag rij ja, ja. Alhoewel Amsterdam ik is een groot succes geboekt Nee, maar wel een. Dat is mijn apart ook niet? Een, ja, toch wel. Als, mijn Dream, een keer in de wereldbeker, nul. Mijn Jaden is uh, die ja. grote prijs, een keer tweede denk ik, of gewonnen zelfs. Ja. Uh, en mijn Claire ook een keer in de wereldbeker, een vierde of zo, of derde. Maar wel een vaste gast in Amsterdam. Ja. Ik vind ook wel een concours met heel veel sfeer een echt ja. goede concours. Ja. prachtig concours. Ja. Een Claire. Jullie hebben zelf wel een, een, een fokkerij um, en daarvan stroomt er regelmatig wel eens iets door. Claire is daar niet van. Um, op welke leeftijd ontdekken jullie Claire? Um, Claire uh, ontdek ik samen met mijn schoonvader. Um, uh, ook echt een paardenman, René Poels. Uh, die ook al veel paarden voor ons uh, gespot heeft en gezien heeft. En uh, die ook echt een goed oog heeft voor een goed paard. Je zag, ben ik met hem naar de fokker gereden van Claire en hij wist dat dan, dat die merrie eventueel te koop was. En die liep in de wei dat was twee jaar toen. Ah, oh, oké. Okay. En uh, dus ik kom, we Kom, ik zeg: Ja, we gaan samen kijken. En toen hebben we die Mary in de wei gezien en die kon ongelooflijk bewegen. En ja, dat paard had iets, ik had daar ook direct, ja, weet Je, je ziet dat in die ogen, die merrie had, uh, had echt wat. En, uh, maar ja, dat was in een wei met, met een vrouw. Die had geen pisten of kon die niet laten springen of zo. En die vroeg toen toch netjes geld. Ja, mijn schoor was ook, ja, maar ja, we gaan die toch niet kopen zonder te springen. Uh, allee, hij goed, allee, wij daar dan, oké, okay, ik heb dat nog wel eens verteld in een interview, dan echt waar gebeurt. Zo'n zo een of andere stok of iets van, van een boom dat daar lag, op een ton gezet. Echt zo'n prehistorische sprong gemaakt. En die daar drie of vier keer laten overspringen in de wei. En die, die deed ook gewoon. En uh, ja, die sprong. Toen in de wei gewoon, echt ja, toen hebben we ze gewoon, we hebben die gelijk gekocht. Dat was zo. Dat ik was nog ben... niet bij de familie Hamas? De... Nee, de familie Hamas had, had Claire toen verkocht als veulen op de veiling in Zangers. Ah. En die vrouw die haar gekocht had als veulen, ja. verkocht haar dan als twee jaar. Maar ik vraag je wat dat was? Die vrouw? Ja. Ik weet haar naam niet. Nee, nee ik weet het niet. Ja. En dan, dus uh, op jonge ja. leeftijd, bij jullie gekomen? Ja. Nee, eerst, uh, eerst heeft dan mijn uh, schoonzus, Annemarie, ja? haar gereden tot als ze zeven was. Veel mee afgezien, denk ik, want ja, het was geen makkelijke merrie, ook weer niet, met heel veel bloed. Um, ze heeft het heel goed gedaan daarmee. En dan als ze zeven jaar was, hebben we eigenlijk ja, beslist dat ze naar ons kwam. En toen heb ik ze beginnen te rijden. En dat is ook weer zo'n verhaal, die heeft dan veel rondjes gelopen, maar nooit geen een twee ster grote prijs, of nooit geen 1,45 gelopen, altijd 1,40, 30 om maar gewoon te proberen toch een beetje vat te krijgen op haar, want die was zo onstuimig. Ze had gewoon echt extreem veel bloed. En dan clearwee van achteren, galop, zo heel hoog galopperen, en een heel moeilijk vat op te krijgen op dat paard, om die, ja, die energie eigenlijk ergens een beetje te, te sturen. Of... En dan op een keer, als ze negen was, uh, in Göteborg, de Wereldbeker, uh, reed ik haar als tweede paard. Uh, in, 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 in de eerste dagen in een 1,50 of zo, en dat was eigenlijk heel goed. Ik zeg, ja, ik ga die meer in de grote prijs gaan, want ik voel dat ze er klaar voor is. En dat was toen nog maar in maart, als ze 9 was. En toen was ik meteen nul bij haar in de grote prijs. Dat was eigenlijk, die sprong eigenlijk direct naar een 5 grote prijs. Net eigenlijk nooit naar een twee ster of een drie ster gesprongen. Maar wel altijd rustig ja, geprobeerd om. En, en toen voelde ik van: oké, okay, nu, nu denk ik, dat, ik iets, dat, dat het gaat lukken. En dan was er nul in de grote prijs. En vanaf dan is het eigenlijk wel crescendo gegaan. Ah, met ups en downs, ja. hè? maar. Dat dus, uh... klinkt als een van de weinige paarden bij u die zo vroeg een grote prijs springen, Want je zei eigenlijk, ja. al uw paarden komen heel laat boven water. Hè? Klopt, maar zij had dan wel bij Anne-Marie in, in Nederland toch wel echt heel veel kleine wedstrijden gedaan. Dus die had wel echt veel uh, concourservaring. Niet hoog, maar wel veel. Dus het gevoel dat die Mary daar wel echt klaar voor was. Maar in principe ben ik hier iemand die... Met jonge paarden doen wij zeker niet te veel. Eerder misschien te weinig. Um, die springen wel veel rondjes, maar eigenlijk gaat lager dan dat hun leeftijdscategorie eigenlijk is. Um, en, uh, dus ja, wij zijn eerder iets later met ons jonge paarden. Dat geef ik toe. Ja. Maar Claire was dan wel op die moment gevoeld dat die merrie matuur was. Die was er klaar voor. Oké, okay, negen jaar is nu ook niet. Ja. Um, en dan is dan ook wel het begin geweest van een heel mooi... Verhaal, denk ik. Ook een verhaal van combinatie worden en elkaar begrijpen en uren en uren. Daar heb ik nu wel echt uren en uren op gezeten. In de zin van, ik, ik krijg niet zoveel thuis, maar met zo'n paard was dat ook wel de enige manier om echt combinatie te worden, was door er uren op te zitten en ze te begrijpen en te weten hoe ze daar goed voelden. En... Toch op een einde als ik die dan zoiets zag lopen, met u of met Karen, dat was wel. Presurmatig leek dat wel een trein ja, ja. en zo. Hè? Ja, die. was die wel echt voor elkaar. Elkaar uh, net er ook heel goed werk aan gedaan. Um, en uh, ja, wij samen. Oké. Okay. Um, als je ze ziet in de pist zou dat niet zeggen dat ze er zo goed voor ja. elkaar is. Maar als, ik, als ze het nee ik neem, kan maar Als bevestigen, ze maar wel. Als ja. ze thuis. Ik weet dat ook dat jij toen zei, maar ik had dat nooit verwacht. Dat die Mary zo. Ja. Dat je dat ook schakelen en alles. Thuis. Ja, dat is dat normaal. En thuis, en zo, op ja. een ping te rijden en zo is. Ja, het tegen is, als hij begint te springen, wordt hij zo heet. Ik spring daar thuis ook niet mee. Dat kunnen niet meer springen. Pff, dat is gewoon, ja, die, 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 die wordt zo heet en zo moeilijk. En dus ja, Laat ze maar het maar, doen. in het in parcours. Ja, in, in, op concours kent hij haar een job ondertussen. En ik heb altijd proberen ja nog eens compromissen te zoeken. En ja, zo toch wel heel goede dingen mee gedaan, denk ik. Zij heeft ook echt meegemaakt bijgedragen aan, 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 aan die vierde plaats op de wereldranglijst. Daar heeft zij ook echt heel veel aan bijgedragen. Dat jaar van 2019, denk ik, op de global heeft zij heel veel... Als dus eens, veel... ja, dus eens doorgaat, is wel inderdaad indrukwekkend waar die Mary heeft gesprongen. Ja. Vo, ja. Um, natuurlijk, Claire heeft twee... Bijzondere momenten in haar carrière. Mm -hmm. um, de eerste is Rotterdam mm -hmm. eh, 2019, EK, ja. Team Goud. Ja. Eerste ja. Team Goud in ik weet niet hoe lang. Ja, dat was wel. Ja, weten, wij waren zo na de generatie Ludo, Dirk, uh, nog eens Lejeune, ja. Jos, uh, Jos uh, Stani. Wij waren zo de nieuwe generatie met dan, uh, ik, uh, Gregory Niels, Jerome. En Nicola, Olivier, de Filipaardse mannen, Joske. Ay, wij allemaal waren de nieuwe generatie. En, en wij moesten het dan maar eens gaan waarmaken. En dan is dat ook twee keer in het begin met heel hoge hopen, heel veel hoop en heel veel trommeroffel. Naar Kentucky gegaan, waar het dan niet goed afgelopen was. En dan was van: Ah, zie je wel die Trial. jonge uh, triant, sorry. Ja, ja, ja. Zie je wel die jonge mannen en, en, en ze, 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 je ziet nu wel dat ze er niet klaar voor zijn. En kampioenschap is toch nog wat anders en dit en dat. Want dan wordt dan gezegd natuurlijk: Wat ik ook niet, wat ja. Die perceptie zal misschien ook wel juist geweest zijn. Maar, Denk je uh, dat mensen dat toen zeiden, nadien? Dat voelde toch zo, ja. Heel fel. Oh ja. Omdat ook toen, hadden toen, toen hadden wij ook twee jaar of zo als eerste geëindigd in, in de overal renging van de landenwedstrijden. En dan hadden we eigenlijk als favoriet toch wel ergens, ja. als België naar hè, Trajan. En dan wij zelf niet, maar dan mensen rondom ons gingen dan toch onze een beetje als, afstempelen als favoriet. Zelf vind, ik vind dat zelf ook niet fijn, maar goed, dat was toen wel zo. En dan zouden we misschien ook met een hoge druk naar daar gaan en is dat daar dan uiteindelijk uiteindelijk ja, misgegaan. Uh, maar goed, daar hebben we dan ook alweer van geleerd, denk ik. En ondertussen, ja, dan Rotterdam was dan. Nee, dan was eerst Herning. Waar we dan... Sorry, is dat dan ook mee door die, heb je dat. Ervaart je het, uh, het uh, falen, een heel fout woord, mm -hmm. maar het uh, niet lopen zoals je wou in trainen. Ervaart je dat dan door de druk dat dat komt? Ah, of onbewust misschien wel. Misschien niet bewust zo gevoeld, maar. Want ik had ook al, ik had dan al een paar kampioenschappen meegemaakt en zo. Het is niet dat, dat voor mij de eerste keer was en ik zat toen op Espoir, dus voor mij was dat. Mm. Maar ja, misschien juist daarom, je hebt dan zoveel goede dingen gedaan met Spa. En dan denk je, ja, nu gaat moet het, het anders nu moet het gebeuren moet het... en je moet het anders. Ja, het moet natuurlijk niet anders. Je moet hetzelfde rijden als, mm. als, 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 als een andere wedstrijd. Maar, um... En dan is het eigenlijk nog maar, met alle respect in ons klein wereldje paardensport. stel je voor dat je in grotere mondiale sporten en ja. al die zoals, hoeveel meer druk dat je dan ah, hebt ja, 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 ervaren, dat... dat moet toch. Ja. Maar om, om een kat een kat te noemen... Uh, Jos met Igor um, in de eerste ronde... Allee, ik ben, te, kom dat ik het juist zeg. 4,6. Filippaerts. Uh, Nicola met Chili Willy 2,2. Uh, Niels met Kas 5,28. Gij met 6,42. En best grappig, het volgende land is Egypte. Maar daar staat nu Abdel Said, mijn Belgisch vlagstafel. Ja. Ja, we <laughs> ja, ja. um, ja, willen eigenlijk zeggen dat Pieter de Vos daar de minste Belg is. Ja, ja, dat was ook... Oké, okay, ik, ik heb toen... Uh... Hij kreeg het water en de spa was altijd op water, ging hij altijd heel heel hoog, want hij oversprong zijn eigen altijd op het water. En dat was daar dus ook het geval, hij oversprong zijn eigen en die trapte ook nog eens zijn ijzer af. En dat was wel echt een mega voorzichtig gevoelig paard, dus daar had hij natuurlijk ook geen goed aan gedaan. Die trapte in de landing of in de afstand van het water zijn ijzer af, die ging super hoog, die kreeg een mega slechte landing. Ik verloor met een beugel, omdat die, zo, die ging zo hoog en die, ik weet dat niet, die deed iets raar. Ik verloor met een beugel, ik, dat, was, dat liep allemaal mis en dan de volgende sprong kreeg ik een fout. En dan werd hem nog banger van die fout. En het, ons ons vertrouwenssysteem was even weg. Um, en dan kreeg ik nog ik denk dan ook een fout. Of zo ja, Dan was ja. even alles weg. Hè. Maar dan, in, 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 dan is Herming gekomen. Ja, Geutenborg, sorry. Ja. Ja, en dan, daar was eigenlijk wel al dan. Want dan was ik, toen, dat was voor mij wel mijn eerste kampioenschap uit dubbel-nul in de landenwedstrijd. Toen was ik echt ay, een bijdrage voor het team. Ay, de koptrekker mee van het team. Um, nu Rotterdam komt na. En dan Rotterdam daarna. Ja, ja sorry. Ja. Um, maar in. in Gutenberg. Hey, toen... was 18, hè? Ja. Dus Göteborg... Was er voor? Ja. Echt? Ja. Mm. Ah, oei. Ja, Göteborg was 17. Oké, okay, toen waren we vierde hè? Ja. Met punt tijd van het podium. Um, Oké, okay, en dan Rotterdam, ja, voilà. Maar ik denk dat daarmee dan natuurlijk in Herning... Hij was dan echt heel goed, ja. toch wel. Die combinatie, toch, die dan daarna naar het trein En dan daar met de hoge verwachtingen, waarschijnlijk. En dan was het, ja, zie je de jeugd en de nieuwe generatie. Het is toch niet wat moet zijn. Ze bevestigen niet. Dat is wel wat je dan voelt. Oh, ja. Ja, dat is gewoon zo. Um, en dan in Rotterdam, ja, herkansing. Hè? Want dan was ook nog een keer. Moest, uh, uh, dat was onze laatste kans voor de Olympische Spelen toen. Te, dus daar was wel wat druk mee gemoeid. En dat was dan wel het jaar dat Claire ook in de Global echt uh, heel consistent was. Dus toen had ik wel heel veel vertrouwen ook. En toen winnen we. Ja, dat was wel een moment natuurlijk. Ja. Dat was... Zeker ook... Al... Toen hadden wij ook echt het gevoel van, als, als nieuwe generatie, van oh, nee. kijk nu, we staan er. Beetje wij te tegen de rest. Ja, toen was het wel zo van, zie je nu wel, met de commentaar allemaal. Dat voelde wel een beetje zo. Dat was wel sterk. Ja, dat ja, kan ik geloven. Ja. Um, dus we gaan, van, we gaan dan naar Rotterdam. En uh, in Rotterdam. Uh, mega goed één jaar tot de Spelen. Mm -hmm. klaar, blijkbaar, in vorm van haar leven, alles, alles wat het moet zijn. Uh, tweede worden in de Global Tour in de reeks net achter ben meer. Mm -hmm. um, los van het feit dat je van die Global Champions League, wedstrijden geen punten kunt trekken, er eigenlijk een van de beste jockeys van de wereld op dat moment. Ja, staat toen was ik veerder, nou. toen ja. ik kon, heb ik ook top tien kunnen rijden in Genève, dat ja. was ook een mega moment. Ja. Um, dus dan gaat het er ook vanuit. Ay, dan maakt het dan eigenlijk al in je hoofd wel een beetje een plan richting spelen. Ja. Want dat is dan het jaar daarna, je is in bloedvorm. Ja. Dat was wel. Toen is, je en, toen is je en dan komen. zitten we in Doha, in maart ja. 2020, zitten we in Doha. wordt er gesproken van, uh, van een vleermuis die in een soep is gevallen. Ja, juist. En, en uh, vliegen we lachende naar huis. En een paar weken later is het, is het klaar: lockdown. Ja. Voor u meer dan voor welke andere ruiter, is dat een, bijzonder, een bijzondere situatie? Want... En heb je dan meer op uw, op uw fruit gefocust? Ja. Volgend mij. al. Ja, want... Oké, okay, voor mij was dat echt moeilijk toen, omdat ik echt in die flow zat en alles liep en ik ging naar de spelen. En dat was echt voor mij toen een... een, een ja, een verlengstuk van het jaar ervoor. En, en ja, ik, ik zat... Eh, dan je, als je veerder staat, krijg je ook zicht op de eerste plaats, hè? Ik zeg niet dat dat... Ik, ik, nog eens, ik hol dat niet achterna, maar op die moment is dat wel leuk dat je daar ja. staat en dat geeft wel een, een soort van toch wel bekroning op, op wat je die jaren gedaan hebt. Um, en dan ineens is dat lockdown en dan, ja, ik wou dan niet stilzitten en ik denk: oké, okay, even de focus, omdat ik het zo moeilijk vond, heb ik dan echt me echt gestort op dit andere. Toen wel, ja, en dat is dan misschien wel ergens ook een voordeel dat je dat dan kunt, want ja, als je dan alleen de paarden doet, kun je niks, hè. Ja. En toen was het vooruit, dat boomde toen, hè. Nee. Toen gingen onze omzetten ineens uh, 30, 40 omhoog. Omdat er toen ja, lockdown, iedereen bleef thuis, uh, supermarkten. Die omzetten gingen met 30 omhoog. Ja. Dat maar was... je het daar doorgestort naar de doelen. volksgezondheid en zo? Mm. Ja, 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 ja. oké. Okay, is goed. Ja. Um, en dan <laughs> vervolgens komt de uit-lockdown. Um, de wedstrijden beginnen weer. Is dat, was dat dan voor u moeilijk om... Um, Vanuit je volle focus naar fruit terug focus te verleggen? O, het was vooral moeilijk omdat, ik, omdat, omdat mijn paarden. Eigenlijk, ja, Espoir was dan dat jaar 16, denk ik, ja. ja. En gevoelde, oké, okay, dat was eigenlijk voor mij, in mijn hoofd was dat zijn laatste seizoen. Wat nog eens echt een seizoen, echt. En als dat dan goed was, dan had ik ook voor hem ik het gevoel van, oké, okay, dan is het goed geweest voor hem. Het is over mij gedaan en gegeven. Ik ga hem niet rijden omdat ze hem. Dus ik wou ja. dat seizoen nog eens echt gaan, maar ja, dat seizoen wilde dan in het water. Dat vond ik echt jammer en ik voelde ook aan hem. Ja, hij was ondertussen toch ook 16 en, en gevoel dan, ja, dat paard dat die wedstrijdritme nodig en, en die, ja, dat ritme was maar weg. Dus er was dan wel een zekerheid van, oké, okay, ga ik hem nog rijden of ga ik hem niet meer rijden in 2000, als hij 17 is? Of, en dan, uh, daar langs, Claire was ook een paard dat wel in dat ritme moet zitten. Uh, op, 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 wedstrijd en zo. Dus ja, die heeft dan eigenlijk een hele zomer stilgezeten om die dan terug op gang te krijgen, dat was niet zo evident. Om die terug echt in, in die focus te krijgen, um, het was meer eigenlijk om een paden terug op, op, op de rit te krijgen dan mezelf. Ik was zelf al snel terug met, ja. met de focus op de juiste plaats, maar dan begin je te twijfelen van ja, oké, okay, en en nu in en de spelen en dan ga ik ze. Ja. ja, het was toch een onzekere tijd, echt wel. Ja. Omdat je uit de, de high komt, die oh, wordt ja. stilgezet voilà. door de corona Helemaal. en plotseling hebben je datzelfde gevoel niet meer. Nee, nee dat is gewoon zo. Hè. Omdat je daar even zit. je zit zo in je flow en dan zet je eruit, en dan is het heel moeilijk om dat terug op te pakken, omdat je paarden. Ja, je bent niet alleen, hè? Paarden moeten ook terug mee in dat ritme komen, en dan zouden we daar wel in centropeen en alles gaan rijden om die terug in het ritme te krijgen en zo, Maar dat was toch wat gebroken. Hè. Ja. Als je dan jong paarden hebt, oké, okay, dat maakt niet uit, je wacht wel langer, maar mijn paarden zaten in echt op hun. Uh, op hun top op die momenten. En toen kon ik ook... Nee, was dat het jaar daarna? Wereldbeker, was, kon ik wereldbekerfinale rijden. Toen stond ik tweede in het klassement van de wereldbeker. voor naar de finale te gaan. Toen werd de finale nog eens afgelast. Dat was dat het jaar daarna, denk ik zelfs. Dat was 21. Ja. ja. Dus stond Ay, toen stond ik mij Toen ik Nee, nee, nee. 20. 20? Ja. Het jaar van de Spelen kon ik ja. naar de wereldbekerfinale gaan. Toen eindigde ik tweede in de overal. Ook ja. jammer dat ik dat niet kon gaan, want toen had ik ook echt ja, het gevoel dat ik daar wat kon gaan, gaan doen. Maar dan had ik wel mij ingesteld voor naar de Spelen te gaan. Hè. Maar, maar, dat, dat, was een, was, maar dat... dat leek dan ook geen evidentie. Ja, ja. Dat had niet, niet iedereen zo, uh, zo begrepen. begrepen. Kunnen we ons eens, uh, eens meenemen terug naar... Uh... Ja, ik wil dat wel zeker. Uh, in grote lijnen wil ik dat zeker nog eens... Uh... Maar dus, ja... 20, uh, was dat was 2020 dan? Hè? Nee, 21. 21 ja. Oké, okay. ergens hebben we dan het gevoel: oké, okay, ik moet Claire terug optimaal krijgen tegen de Spelen. Maar ouais, Claire is even uitgeweest door corona. Maar voor mijn beleving was die wel, ging die wel terug klaarkrijgen, tegen, op, eigenlijk op het juiste punt krijgen tegen de Spelen. Maar goed, dat had wat tijd nodig en dat wist ik ook. Omdat ik wist hoe ze was en ik wist dat ze dat beetje daarin moet komen en bla bla bla. Maar ik had echt het gevoel van de bondscoach dat ik het vertrouwen had om, om rustig mijn plan te maken en te doen. Dus ik begin in Doha en Doha was goed, maar matig. Was niet, ja, dat was nu niet dat hij daar in het oog sprong. Uh, ik weet dan ook bijvoorbeeld Niels toen met Deluxe, die sprong wel in het oog, die sprong toen die won toen zeker? Ja. Dus ja, weet je, mijn Mary sprong goed, maar dat was nu niet dat je zegt van wow. Dat was niet zoals uh, als 2019. Um, maar ik had wel het gevoel natuurlijk dat dat kon. Hè. Dus ik heb dan rustig mijn plannen gedaan. En, en ja, heel eerlijk, ik ging er ook gewoon echt vanuit dat ik... Uh, als zij als zo zou door evolueren, dan ging ik in mijn hoofd ervan uit dat ik naar de Spelen ging gaan. Um, zeker als je van, van daar komt, van waar ik kwam, weet je wel. Um, en ook omdat ik het gevoel had van, van, van de bondscoach, dat ik wel echt gewoon mijn ding mocht doen. En dan uh, moest ik... Dan mijn eerste echte goede resultaat was terug in saint -Tropez, op de Global. Was het tweede of derde in de grote prijs? Of vierde? Ik weet het niet, maar in ieder geval nul. Heel goed. Ja. Fout in barrage. Zesde? Zesde, ja, fout in ja. barrage. Just. Maar wel heel goed gevoel. Terug op schema, terug de goede richting. Um, Oké, okay, goed. En dan moest ik één eh, keer landenwedstrijd rijden. En dat zou ik dan, hadden ze mij dan gevraagd, voor soppel te doen. Omdat dat ook op zand was. Spelen ja. was ook op zand. Moet eerlijk zeggen, dat weten we allemaal. Sopot is van de, van, de, van de league is dat de minste. Op het gebied van aankleding, van alles. en klei was. ondertussen ook een paard op leeftijd. Je had toch heel veel concours gezien over de wereld. Um, en die, die in Sopot was alles materiaal normaal genoeg. Weet je dat? Maar dat was ook niet erg voor mij, want het was toch voor mij een voorbereidingswedstrijd. Voor mij was dat geen selectiewedstrijd, Politieke, dat was ja. een voorbereidingswedstrijd. En toen kreeg ik vier en vier in de landenwedstrijd. De laatste nou, dat was een plank met er een teen aan en die lag op de grond. Dus 4 en 4, maar voor mij was er niks aan de hand. Dat was allemaal oké. Okay. Uh, maar zo was, die was toen op 80%, maar nog niet op 100%, dat weet ik. Maar oké, okay, ik had nog twee maanden. En dan daarna, twee weken daarna zo, moest beslist worden wie dat er ging. Um, oké, okay, alle details ga ik nu niet meer allemaal bovenhalen. Maar om een lang verhaal kort te maken. Je weet dat er dat de kans, ik wist, ik had voor het gevoel dat de kans toch echt groot was dat ik ging gaan, of dat vertrouwen hadden ze mij toch gegeven. Maar uh, oké, okay, dat moet ik ook toegeven. Bijvoorbeeld Yves Mijonès, die was op dit moment ook heel goed aan het springen. Dus ja, je, houdt, je denkt dan ook ja, oké, okay, die zal misschien ook wel kans maken. Maar ik had dan nu niet gedacht hè, dat. Ik... Yves van Drasselt voor de mensen die uh, Yves man niet man rustelt, meteen. Ja, ja. Uh, op die moment net zo goed als ik het jaar ervoor, de absolute zekerheid was was op die moment. Niels met de uh, Gregory en Gerol, dat waren wel zekerheden. De vierde was zo wat een twijfelgeval. Dus ik wist ook op dat moment, ik waande mijn eigen zeker niet om in die drie te staan, want dat waren gewoon drie zekerheden op dat moment in vorm. Maar ik had wel het gevoel dat ik toch altijd als vierde mee kon gaan, zeker ook ay, ja, een beetje naar het naar het afgelopen jaar gezien. Allee goed, ik krijg telefoon en dan wordt mij gewoon gezegd van, oké, okay, uh, goed uh, dat ik er niet bij ben, dat ik vijfde ben. Dat was voor mij wel echt een, 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 ja, een donderslag bij. Hoe zeggen ze dat? Elder hemel. Eldere hemel. Uh, daar was ik wel even niet goed van. Maar goed, ja, oké. Okay. Ik, ik heb al. Ik heb, ondertussen had ik ook al veel kampioenschappen gereden en selecties meegemaakt en oké, okay, op een bepaald moment, de bondscoach beslist en je moet het daar toch bij neerleggen, want je kunt er wel tegenin gaan, maar dat heeft toch geen zin. Dat heb ik altijd, zo heb ik altijd erin gestaan. Ik ben nooit iemand geweest die. die druk gezet heeft om in een ploeg te zijn, of dit of dat. Ik heb altijd gedacht, oké, okay, als ik goed genoeg ben, dan pakken ze me automatisch mee. Um, en nu was ik er dus niet bij. Uh, dus ja, dat was, dat, was, dat was wel echt heel zwaar, emotioneel. Dat was voor mij wel echt een klop. Um, dat was vooral een klop voor mij, omdat ik niet de juiste verklaring kreeg waarom. Als mij iemand dan op die moment met gezond verstand zou gezegd hebben, kijk, daarom en daarom en daarom, Um, vind ik dat jij vandaag niet in die vier staat, dan had ik me dat ook. Oké, okay, ik had daar heel moeilijk mee gehad, maar dan had ik dat wel makkelijker kunnen plaatsen op die moment. Maar die verklaring kreeg ik toen niet en dat vond ik heel zwaar en heel moeilijk, omdat ik denk dat ik mag zeggen dat ik iemand ben dat heel rechtdoor is en, en oprecht en ik wil altijd wel, denk ik, um, allee, moet ik zeggen, eerlijkheid en, en, en respect, denk ik dat heel belangrijke waarden zijn en oké, okay, ik. Ik ging me daarbij neerleggen, sowieso, maar ik wil wel een uitleg. Um, dus dat was moeilijk. Die en die kreeg het ik... niet of die was nee, er niet, naar je gevoel? kreeg ik niet. Maar die was er wel? Of, 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 ik weet niet. We, we... Maar ik moet natuurlijk ook de vraag stellen... Ze dus kunnen maar proberen het onderbouwen. Hè? Nee, ja, maar ik moet natuurlijk ook de vraag stellen... Um... Had Yves zijn plaats? Dat ja. Vond ik wel. Dat vond ik wel. Ik zeg ook niet dat... Ik, ik zeg ook niet, hey, luister, in die drie eerste moest ik, vond, had ik op die moment zeker mijn plaats niet... In die vier vond ik dan persoonlijk dat mijn ervaring ging boven de vorm op dit moment van Yves. Maar ik, vind ook, ik vond ook dat Yves zeker zijn plaats had. Hè. Daar ga ik zeker niet over betwisten. Mm -hmm. En alle respect voor Yves en Jeunesse, dat was ja. een mega combinatie op dit moment. Maar oké, okay, en ik snap dan ook dat een, een bondskans moet dan wel beslissen. Maar ik, kreeg, maar ik kreeg gewoon geen verklaring. Dat vond ik zo moeilijk te plaatsen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat ja. is zo. En dan. Uh, zij vroeg, vroeg de federatie. Eerst Peter. En dan de federatie wel: van of ik toch wel als vijfde man mee naar de quarantaine zou gaan in Aken. Maar dat was wel een heel opdracht. Want ja, je moest daar dan toch tien dagen elke dag naar Aken rijden om te rijden. En je moest dan ook twee, drie concours missen en zo. Ik denk: ja, goed, oké, niet naar de spelen kan gaan. Ga ik wel mijn, mijn seizoen verder zetten, want dan had we concours in Berlijn en overal nog. Um, maar goed, ik heb er eigenlijk nooit één seconde aan getwijfeld om dat niet te doen. Ik zelf persoonlijk. Hè? Ik heb altijd gedacht: ja, ik ga dat doen. Ja. Ja, je kunt nooit niet weten. Hè? We zullen wel zien. Ik ga dat doen. Hoewel ik dan heel veel mensen in mijn entourage en ook verder weg tegen mij allemaal gezegd heb: je mag dat niet doen. Ga nu toch niet... Je gaat toch niet. Je gaat toch uh... niet. iets dichterbij, denk ik. Je gaat toch niet. Uh... Je gaat toch niet in die quarantaine staan als we er zo uitgezet hebben. Jij moest er altijd in zitten en bla bla bla. Goed. Ik ben daar gewoon heen gegaan met een open mind en ik ga in quarantaine, we zien wel. Allee, dan goed, na een paar dagen uh, wordt mij verteld, ja goed, Genes uh, is niet fit to compete, dus jij moet toch mee als vierde man naar Tokio. Oké, okay. goed, hè. gemotiveerd, want ja, ik denk, ja oké. Okay. Super. Dan nog mensen die tegen mij dacht, maar je gaat toch niet meegaan als reserve, wat ga ik dan nu gaan doen? Ze hebben nu de eerst uitgezet, maar ik heb dat allemaal langs mij laten liggen. Ik heb dat allemaal over mij laten gaan. Ik ben echt met een open mind er naartoe gegaan. Ik denk dat dat ook mijn geluk geweest is. En dan ben ik naar daar gegaan. En dan, oké, okay, um, dan uh, dacht ik ergens, hey, wat mij het meeste bijbleef, daar is: je komt dan daar een week van tevoren en je moet alle dagen in je paard gaan rijden en je rijdt dan je paard daar. Tussen iedereen, tussen Scott Brash, tussen al die ruiters van het allerhoogste niveau waar je alle weken tegen rijdt. Alle weken, op de Global, overal, op, kampio ay, op, op vorige kampioenschappen, op landenwedstrijden. Dat zijn diezelfde groep ruiters die daar is en jij bent er dan en je weet dat jij niet gaat kunnen rijden. Dat vond ik heel moeilijk op die moment te plaatsen. Omdat je eigenlijk vindt van oké, okay, hey, ik rij hier alle weken mee tegen nullen en nu mag ik hier niet meer rijden. Ik weet dat nog zo als ik daar alle dagen aan het rijden was... Ik dacht, maar alleen nu, de Scots... De stappen en die hij kan rijden, en ik niet dat, is toch niet. dat is toch niet logisch? En je hebt dan ruiters uit andere landen, met alle respect... Maar die dan... Die daar dan rijden, en, en, en jij mocht daar niet aan de start komen. Dat is zo moeilijk op dit moment, vind ik. Hij vond ik. Hm. Maar goed. Ik heb mijn ding gedaan, en ik heb mijn merrie gereden, Alsof, dat ik, alsof dat ik moest rijden in mijn hoofd. En ik dacht, ja, je weet het nooit... Er is misschien toch nog een kleine kans dat ik moet rijden. Je weet het nooit, we zullen zien. Hè? Er kan altijd iets gebeuren of dit of dat. Je hoopt, je wenst daar niemand niet toe. Voor al, al, al het begrip van iedereen. Maar um, ik ga me toch zo goed mogelijk voorbereiden. En in de aanloop naar de Spelen, de week voor de quarantaine werd ik ook nog tweede in de Grote Prijs in Valkenswaard. En toen had ik echt Claire. En toen had ik zoiets van: poeh, zie je wel? Ik... ik ai. Toen had ik echt het gevoel van. Ik ben toch op het juiste moment klaar was, het probleem weet je wel. Ja. Dat voelde toen zo, wat, weet je. En, uh, okay. en dan de eerste dag uh, moet iedereen rijden. En oké, okay, die drie paden sprongen fenomenaal goed. Alle drie. Uh, zowel uh, zowel Nevados als Keloma als Deluxe. Wow, die, die paden vlogen echt. Die, dus op die moment, s'avonds, heb ik ook gewoon in mijn hoofd echt gezegd van, kijk, oké, okay, hier het is het verhaal voor Pieter de Vos. Ik heb altijd nog een sprankeltje hoop gehad, maar hier stopt het. Um, die paden springen geweldig. Dat gaat hier niet meer zijn voor nog te veranderen. Dat was ronde één van de individuele. Ja. ja. Dus ik ben toen ook gaan slapen met het echt het idee van ja, um, natuurlijk blijven hun, want dat meen ik. Maar ergens individueel zet je dan wel ergens teleurgesteld dat je het weet dat je een droom ergens opgeboren wordt, hè? Allee, goed, en dan ja, natuurlijk gebeurt het wat niemand verwacht had uh, met Niels, Maar dat was dan ook nog eens een mega moeilijk moment, omdat, ja dan, goed, dat weten we allemaal, Niels een goede kameraad is van mij en dat wenste zeker en vast niemand niet toe wat daar gebeurd is. En toen stond ik op het podium, was over te kijken naast de camera en, en ja, toen gebeurde dat met Niels en toen, toen kreeg ik echt de rilling van, oh shit, en nu. Uh, en diep in mij wist ik ook van, oké, okay, nu is de kans natuurlijk heel groot dat ik ga moeten rijden. Want ja, wat dat daar gebeurde, dat weet iedereen dat dat niet evident is. Om dan met een paard een dag erna de andere mensen te gaan rijden. Allee, goed, lang ik vooral kort. Um, ik vond dat mega moeilijk naar Niels toe, hè, in, die, in die situatie. Maar dan, uiteindelijk... Wanneer heb je Niels voor het eerst gezien dan? Drek ernaar. Drek ernaar en dan stal. Ja. Wat wordt er dan gezegd? Ja, wat moet er dan zeggen? Dat is mega moeilijk hè. Nog eens, omdat, dat was er zo intens, omdat ook nog eens, daar was niemand van onze familie, niemand, je, je zit daar met vier, met elkaar, dat is, dat is oké, okay, dan wel echt die druk van heel de wereld dat je voelt daar, want dat is wat ik nog eens zeg, die spelen, dat is cliché, maar dat is wel echt zo. Dat is, dat is een heel andere wedstrijd, dat is een ander. Ik heb EK en WK en alles gereden, maar dat heeft niks te maken met de Olympische Spelen, niks. En leg dat maar eens uit, je, maar nog eens. Je kunt dat niet uitleggen. Maar dan daar was dat zo intens, omdat er niemand was. Om, dus je ja, probeert ergens de zuste woorden te vinden. om ergens ja, iets, iets, iets te zeggen en, en ondersteunen. En, en, en als kameraad ook ja, een hart onder de riem te steken. Maar ja, het best is om niet te veel te zeggen. Hè? Ja. Dat heb ik ook niet gedaan dan. Maar Niels zei toen wel direct tegen mij: trek de botten maar aan. Ik hem zo zeggen: trek de botten maar aan, ja ja dat was dan oké okay, dan s avonds, toen, ay, uh, toen had de bondscoach ook nog altijd niks gezegd. want die zei ja we zullen morgen wel zien laten we maar een achterover slapen. maar ik wist ook wat er aan hoe dat er ging gebeuren mm. goed en dan was het nog twee lange dagen want ja dan was het, door al die eenhijzen natuurlijk komt er wel kwam er wel extra druk op mijn schouders want je voelt dan van oké okay, ja nu moet ik het ook gaan doen ook hè ja, ja. Dus dat was echt wel mega druk, vond ik, voor mij. Oeh, um, hoe reageerden nu twee andere ploegmaats? Op een goede manier, ja. Allee, ik bedoel, we waren er met vier, we waren er voor elkaar. Alleen, dat was wel, ik denk wel, dat we het daar goed gedaan hebben samen. Um, enerzijds naar Niels toe, anderzijds naar mij toe. Dat was, ja, dat was heel dat was speciaal, hè. Dat was heel veel emotie, hè. Want het hoogste naar het laagste, dat was echt moeilijk. Maar dat hebben we wel goed gedaan, denk ik. Um... Maar ik, voordat we, voordat we verder gaan, um, op die moment is de Belgische delegatie daar en um, is er ook de mogelijkheid om met Jeff Brouwers te gaan praten? Mm -hmm. Wie heeft dat ook gedaan? Wie ja. neemt daar het initiatief toe? Is Ikzelf. Wie zegt u? Ikzelf. Die, dus, de, de sportpsycholoog was van de Belgische Olympische ploeg. Uh, Jeff. Ja. Ja, 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 ja. Of heeft Jeff me toen een bericht gestuurd? Dat kan ook. Van oké, okay, Pieter, als je mij nodig hebt, je weet mij te vinden dat, kan en dat ook, was he? dus na Niels en voor de, de teamfinale. Ja, ja. Ja. De, 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 ja, want dat was s'avonds, de, de, de ochtend erna. Hè. Neem ons eens mee in, in zo'n gesprek. Wat, wat wordt er dan gezegd? Wat, wat zegt die mens? Want die is, die is gewend van Manina der Waalste de, en, en de broers de Borlé en Navi Thiam, En dan komt daar uh, de Spiering van, uh, van Bekkevoort bij hem in, in, in kantoortjes of z'n gezitten. en moet hij over het wat, wat, wat brengt hij nu dan bij? Wat vertelt hij? Ja, wat brengt je? Ik denk dat het zonder die mens heel moeilijk zou geweest zijn voor mij. Dat geef ik ook heel toe. Die heeft me daar echt, echt enorme, enorme meerwaarde gegeven. Door de juiste dingen te zeggen. Kleine dingen, maar de juiste. En uh, oké, okay, dat was voor mij echt. Allee, dat is al een paar keer geschreven en zo. Een emotionele rollercoaster, bla 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 dat was ook wel echt zo, dat was van echt van hoop naar niks, naar hoop, naar niks, en dan uiteindelijk niks, en dan uiteindelijk toch alles dat was best moeilijk te plaatsen, want omdat je dan weet van oké okay, nu moet ik het echt gaan doen, en dan wordt van mij verwacht dat ik het echt, dat ik nul ga rijden ja, jongen, dan een chef, dus, Ja, die mensen, dat is, die, die kan dat, Dat is ongelooflijk. Die kan... Oké, okay, ik heb ook een heel goed gevoel bij hem, direct. En een goede klik en, en die kan me... Die, 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 dat is niet te ingewikkeld allemaal, maar gewoon de juiste dingen zeggen op het juiste moment. Kun je ons iets vertellen? Ja. Hey, dat, is, dat is wel... Dat is wel deze gesprekken hebben we natuurlijk met we heel weinig mensen. Als het gaat over um, mm. sportpsychologie en mentale kracht, als je op Olympische Spelen in zo'n situatie tegenkomt, niemand komt die tegen, hè? Nee, op die moment, wat dat die gedaan heeft, is eigenlijk ervoor gezorgd van... Oké, okay, um, je, 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 je moet eigenlijk geen indruk hebben, want je zet hier niet... Hoe moet ik zeggen? Je bent hier omdat je hier bent. Hè? Omdat je, doordat je wat je gedaan hebt, zet je hier. Dus doe gewoon je ding verder, wat je gewoon zet te doen. Dat is hier in principe een wedstrijd zoals een ander. Dat sowieso al. En daarbij, ik was dan aan het speculeren, te veel al van... Oké, okay, en wat moet ik nu doen? En... en en ik was, ik was al heel de nacht met wijze van spreken al video's aan het bekijken geweest. Omdat, dat doe ik wel. En ik vind dat ook goed. En, en, dat vindt hij ook wel goed. Maar op die moment was dat bij mij te veel. Ik was mijn eigen zoon aan het voorbereiden. Want ja, dat is lang. Hè? Dat is, dat was bijna, ik denk dat er twee dagen tussen waren. Mm. Dat je daar zit en dat je wachten, moet wachten, wachten, wachten op die moment. En zij uh, zei ook: ja, zei, stop met die video's te bekijken en zo. Je kent je ken uw job, je uw paard springt goed. Je moet vertrouwen in wat jij zei en wat jij doet. En, 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 en ja, denk aan leuke momenten en goede momenten. En, en stop en focus je op het moment als je in de paddock zit, als je je moet focussen in je zoon. Doe dat dan. Maar daarbuiten stop met daar aan, 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 aan te speculeren en te doen. En, en denk aan je familie thuis. En, en bekijkt, in plaats van je video's te bekijken, bekijkt wat. Je kijkt wat foto's van je kinderen en je vrouwen en je vrienden en, en, en dat. In plaats van... En, en dat geeft dan blijkbaar toch die positieve positiviteit. Dat is nu maar een ja. voorbeeld. Hè? Want je vraagt me, zeg eens iets. Hè? Dat is iets. Um, maar dat heeft mij wel echt enorm gesterkt daar. Dat heeft me echt enorm... Wat dat wel super interessant is, want anderzijds krijg je toch ook, of je toch ook het advies gekregen op andere momenten... Mm -hmm. hè? Um, als het moeilijk gaat, en denk, mm. kijk dan die goede ja, rondes terug. Want dat, is, dat zijn wat uw collega's je ook zeggen, ja. eh, of ook zeggen over u, dat jij um, in de momenten voor een wedstrijd enorm in je zone kunt mm. gaan kruipen. Mm. Door eh, mm. te, te gaan kijken naar een goede ronde die je kunt herinneren mm. van vier maanden of al. Ja, maar dat doe ik leven. altijd. Ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook altijd. Gedaan. Dat doe ik nog. ...maar op die moment was ik dat misschien aan het overdoen, weet je wel... ...en, en, en je kunt ik, op een andere wedstrijd, goed, dat is ook zo, voor een grote prijs... ...omdat, goed, ik denk dat ik dat ook doe... ...omdat ik met mijn hoofd dan ook vaak met fruit nog zit... ...en dit en dat, om dan in die zone te komen... ...en omdat je dan ook met veel verschillende paarden rijdt... ...en verschillende types paarden... ...en dan bijvoorbeeld, ik rijd dan een grote prijs met bijvoorbeeld, zeg maar iets... ...een Claire, maar die heb ik al drie weken niet gereden... ...dus dan heb ik mijn sporen apart een grote prijs gereden... ...en klaar is dan toch weer helemaal anders... Om dan even terug dat gevoel uh, ge op te, te krijgen en op te zoeken. En dan kijkt hij naar je beste video. En dan, dan ah ja, zo was dat gevoel. En daar moet ik op letten. En dat moet ik doen. En dan springt ze goed. En... Dus doe ik dat wel altijd. Maar dat is dan één keer of twee keer kijken. Ja. Maar daarop spelen was ik daar ja, uren aan bekijken. Hè? dat is natuurlijk niet oké. Okay, Want dan, dan. En als je dan begint te denken wat er mis kan gaan. En ja, je moet natuurlijk alleen maar aan de positieve dingen denken. En... en... Belief instead of disbelief. Je huh? moet erin geloven. Ja. Oké, okay, en, en ik heb daar echt heel veel langer. En, aan. En, en dan eigenlijk, en dan moet ik u misschien nog voor bedanken. Um, ik heb weet je wat video ik bekeken heb, in plaats van ik ben gestopt met de video's te bekijken van Claire, en ik heb naar mijn video gekeken die we gemaakt hebben over het afscheid van Espoir. Ja. Omdat dat een heel emotionele video was, en heel ja, op, op ja, de core van, het, van waar het om gaat hè. Combinaties zijn met je paard, je paard vertrouwen dicht bij je paard en, en, en geloven in je paard. En... en uiteindelijk gaat het daarover, hè? Aye, vind ik. En door die video dan te bekijken, krijg je, kom je in die zone en krijg je dat gevoel en, en dat. En, en die video heb ik gekeken, ik, zelfs juist voordat ik erop ging. Cool, hè? Je zit er ook altijd weer iets tussen. Hè? Ja, is niet het geval. En deze keer eindelijk voor iets goed. <laughs> Oh Dus ja, Jeff heeft me daar, heel, heeft daar echt, een, echt enorm in bijgedragen toen. Ja. En ik denk dat dat. Oh ja, Belangrijk is dat er op dit moment iemand is nee. die daar kan. Dat klinkt nogal logisch, maar je hebt wel iemand nodig die je op dat moment. Ja. Uh, op een onderlegde manier kan. Uh, ja. kan ja, ja, en hè? niet zomaar, een eh, jong, stop nee, nee. ja. ja, ja, daar is mee, jong. Ja, 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 voilà. Ja. En ook waar je een klik mee hebt, want je kunt dan ook iemand hebben die het van ja. een heel andere kant benadert. en waar je denkt, oh nee, jong, maar ze er de Gameland vertellen, ja. dat kan allemaal geen zin. Je kan dan zomaar nog eens tegenovergestelde voilà. uh, teweeg brengen. Voilà. Voilà. Um, ja, en dat psychologische is wel mega boeiend, hè? Absoluut. Op dat niveau. Allee, dat dat in ons, in ons niveau, het management van de paarden en het mentale... Of de, 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 het ja, allerbelangrijkste. dat zijn he? de, de twee belangrijkste factoren, denk ik. Mm. Dan... Um, hoe, reden... moet, hoe moet de men, Heel even, Hoe ja? moet de mentaal, Hoe moet een ruiter mentaal zijn? Of wat, wie vind jij bijvoorbeeld dat je denkt van... Goh, dat vind ik mentaal zo'n krak. Zo en, en om welke reden? Oh, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet, ik, ik, omdat ik, ja, wat we zeggen: die mannen moeten alle weken, hmm. jij ook alle weken op concours gaan. Uh, dan moet het dan toch mentaal, moet het echt, ja. Ieder ja. Heeft er, iedereen heeft daar wel zin Elke week staan is, is echt. Ja. Marlon is er ook veel mee bezig, hè? Ja, ja denk ik wel. Iedereen heeft een zijn manier om dat ook aan te pakken. Hè? Bijvoorbeeld ja, Hendrik van Eckerman vandaag, die zit ook echt in zijn zone. Hè? Die, die laatste uur voor die wedstrijd, dat is gewoon... Die, die, dat is een muur waar je tegen praat. Hè? Die zit zo in zijn kokon, dat is ongelooflijk. Hè? Ja. Dat is ook een kunst. Dat is ook... Zo moet het ook, Het is wel mega interessant, bijvoorbeeld Peter Fredriksson. Mm -hmm. Die kunde in een parcoursverkenning ook amper iets vragen. Mm -hmm. Daar kunde niet naartoe gaan. Mm. Maar onze anotellen, die zitten aan de kant staan. En... Die gaat echt achteraf, die gaat, die gaat wegstaan en die bekijkt alles van vijftien van mm -hmm. meter verder dat is al de rest. Mm -hmm. Spencer Smith, die staat met zijn ogen toe, mm -hmm. alles te visualiseren. Zo fascinerend om dat te zien. Mm -hmm. Dat is echt, uh, echt heel bijzonder. Um, de teamonderdeel van de spel was ook over twee dagen. Hè? Ja. ja. De eerste dag was ik dan nul. Dus dat was natuurlijk wel... Oké, okay. dat geeft dan ook wel een mega boost na dag twee. Ja. Dat was wel een enorme, enorme, enorme ontlading. Amai. Goh. Um... Ja, ik moet zeggen, allez, pff, eigenlijk alle credits naar mijn paard daar. Hè. Dat is heel simpel. Hè? Want ja, het is zij dat erover gesprongen is. Hè. En zij, zij is zo'n speciaal sensibel paard, en als hij haar niet goed voelt, springt hij ook minder. Um, en, en die heeft ik weet dat niet. Ergens vind ik dat dat zo voel, precies dat hij daar tegen mij gezegd heeft van oké, okay, jij hebt echt geduld gehad met mijn kameraad, want dat is ook wel echt zo. Want veel mensen kennen mij als een heel ongeduldige mens, en dat ben ik ook. Um, maar ik ben wel allee, op paarden waar ik in geloof en waar ik de klik mee heb, heb ik echt mega veel geduld. Dat, zelfs als Carolien soms ook zegt, maar ik snap niet dat je daar zo geduld kunt in blijven. Dan heb ik zoiets dat maakt me niks. Ik doe gewoon mijn ding en ik voel dat het erin zit. En dan wacht ik en dan doe ik mijn ding. En dan, prf, geef, ik, allez, dan geef ik voor de rest nergens niks om dat mee te krijgen. Dat was bij Claire ook. Voor mensen mij toen in het begin gezegd die dat pet is veel te moeilijk en daar kunnen niks mee. En uiteindelijk gaat dat niet gaan. En kalm gebleven en uren en uren en uren opgezeten. Hoeveel keer dat ik die naar de sprong gereden heb, stilgezet heb en opnieuw. En opnieuw, en opnieuw, en stil. En dan stopte het. En dan op het einde hadden ze zo rustig dat ze begon te dood, stil te vallen. Weet je wel? Maar dat wilde eigenlijk, maar dan viel ze te rap stil. En dan stonden we weer stil, en konden we weer opnieuw. En dan gaf er we weer iets te veel binnen, dan schoot ze er weer over. En honderden keren en rustig blijven. En dus op een bepaald moment op de speler heb ik echt zo het idee van dat die tegen mij zei: oké, okay, je hebt nu zoveel geduld met mij gehad, nu zal ik u eens helpen. Ze. Zo voelde dat echt. En die sprong nul en dat was gewoon zo van ja. Nu, dat heb ik nu echt voor u gedaan. Ze. Dat voelde echt zo. Heel rare. Ja, chic. Ja. Maar dat is ook, ja, ik denk dat dat ook iets wat in ons sport en wat met die paarden, ja, daar doet het, alle, ik het toch ergens voor, hè? Om dat gevoel te krijgen dat die paarden, als mijn sparen met mijn dat die door dat vuur gaan voor u, hè? Hoe komt dat? Niet, niet door ze gedwongen te hebben, hè? Nooit van zijn leven, hè? Kunnen paard volgens mij niet dwingen. Een keer wel, maar niet op lange termijn, nooit. En uh, dus uh, ja, die moeten dat, dat voor zeker toch... niet op dat niveau. Nee, die dat alle weken doen. Die, die moeten dat toch voor u echt willen doen. En daar was echt voor mij het toppunt van echt het voor mij teruggeven. Dat heeft zij daar echt gedaan. Ja. Dus, mooi. Hè? Ronde twee ja. is dan degene die natuurlijk de beslissing brengt over ja. de medaille. Gelijk komt uit de ronde één is staat tweede, denk ik. Hè? We stonden het tweede, ja. ja. Dus we waren eigenlijk al ja, mega blij dat we zilver hadden. Uh, wat zeg ik nu? Nee, we, hadden, we waren vierde, hè? Na ronde één. Ah ja, na ronde één stonden we tweede, ja, ja maar ja. we stonden vierde dan, hè? Voordat Pindalop gereden had. Ja, 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 ja. klopt. Ja, wil je, wil je, wil. maar na ronde één staat het tweede. tweede ja. En dan begint ronde twee ja. en dan um, zakte eigenlijk van het podium. Ja. Ik kreeg dan één fout, maar was eigenlijk wel een hele goede. Ik ah, ja, mm -hmm. denk dat ik dat mag zeggen: dat was een hele goede ronde. Wat kreeg je de fout je nog uh... Ja, terugdraaien op zo'n bruine Oxer. Um... Met die bloemen. Een uh... uh, bruine Noxer zo. En dan moest ik 90 graden nog terug naar, naar, de, naar de uitgang. Wat voor fout? Hoe? Voor achter, achter denk ik. Was in een dubbel? Nee. En dan daarna die Noxer? Nee, was geen een dubbel. Het was een enkelvallige sprong rechts uit de wending. Ik ja. denk toch voor Paul. Nee, ik denk achterste paal. Iets te. Ik weet dat ik bij haar moet ik altijd stil zitten. Ik mag niet denken aan de achterste paal, want dan begint. Ja, ze iets onder mij uit en ze is gruwelijk voorzichtig. Maar dan schiet zij zoiets onder ja. mij uit. En daar zat ik iets te stil en dat zijn natuurlijk wel toch redelijke sprongjes. <laughs> dus daar heb ik net iets te weinig druk, tik van achter erop, als ik me goed herinner. Ja. En dan. Um... Maar dan, mal als zij dan een fout krijgt, wordt zij heel heet en moeilijk. En, en dan was het laatste lijn eigenlijk de moeilijkste lijn. Dus dan heb ik dat wel, uh, dan hebben we daar heel goed doorgekomen dan nog eigenlijk. En dan met één fout, dus was ik eigenlijk wel heel opgelucht en tevreden. Maar dan, ik denk dat Gregor kreeg dan twee fouten. Hè? Ja. ja. En toen was het wel even van, oh shit. En toen en was het even die met grote ontgoocheling. Uh, ja, toen was het grote ontgoocheling. En dan komt in de ring bij Vancouver. Ja. En My. die, dat was mis. hè? Of een Gaat twee licht, of een drie, al, of zo? In hè? Gaat het licht helemaal uit. Wat een moment voor haar. Uh, maar wat een moment voor jullie. Ja, dat was, dat was mega. Dat was... Oh, ik weet nog niet... Ja, je hebt daar toen ook mee aangedaan, denk ik. De, de terugkomst. Nee, ja. Of, of, ja, woe, woe. Dat was echt... Uh, ja. Dat was een zo zotte dag. Dan, ja, maar dan daar ook. Dat was wel raar. Omdat, ja, want nou, dat echt is een leeg stadion. Ja, natuurlijk. Wat er gebeurt. En dan, hey, wat ik nog zeg... Ongelooflijk, die spelen dat gevoel daar rond en door op alles. Maar ik kan me dat dan inbellen als het dan nog eens vol zat. Nee. Ja, nu was dat niet. Dus je, je kunt dan het enige wat dan het nadeel is: je kunt dat niet delen. Je hebt zoveel vreugde. Je hebt, dat is die, en zeker voor mij, dat was zo'n ontlading van, van niks naar alles. En je kunt dat dan met niemand niet delen, want daar is niemand. Ai, wel, mij als vieren was ook super, maar dat is toch anders ja, dat dan dat ander. je dat... Ja. met een groep mensen die je nou aan het hart liggen kunt delen. Hè? En dat was niet. Hè? Dat was toch speciaal, dus dan ja. Als we dan thuis kwamen, was dat dan wel. Dus dat was wel natuurlijk... Misschien dan ook nog eens extra sterk daardoor. Dat was echt... Dat was wel een mooi... Ik okay, vond magnifiek. Uh, dus als ik op de vlieger zit, dan um, kan ik mijn, uh, mijn fotoroller uh, van mijn telefoon. En nu kwam ik... Um, ja, dat gaat toch heel vroeg in de ochtend geweest zijn. kwam ik u tegen uh, op dat podium... Ja. Met uw witte kleren nog aan. Ja. Dus dat was geland. Eerst nog die speech en die toespraak. Ah, ja, 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 dan. Avond, waar ze hebben we naartoe geweest? Naar De Nikkies? Ja, gaan eten. Ja? eten in de Nikkies. Mm -hmm. En dan weet ik nog dat we zo op, op, op de markt kwamen of zo zeker, of op of, of een plein en dat de mensen dan. Jij ja, gaat je kostuum dan nog aan van, ja. van, van team en die medaille nog. Ja, die medaille. En iedereen ja. begon te applaudisseren. Ja, ja, dat was echt. Vond ik echt ja. waanzin. Ja. Ja. En als ze op de weg bij onze bekken voerden, dat ja. spandoek gangen en dan iedereen stond langs de kant van de baan te applaudisseren, is toch... In Torop, dat is allemaal. Ja. normaal. Kijk. Dat is echt mega. Dat was echt... Daar zie je wat dat, ay, dan zelfs ook gewoon in paas wat dat teweeg brengt. Hè. Ja. Heel was... veel spelen, dat is toch... ja. in, En dan zijn eigenlijk, dat was wel op het einde van de spelen, en dan dat was zo drie, vier dagen na elkaar dat we een medaille hadden, dus dat ging ja. nog iets verloren eigenlijk... In, in, in de massa. In ja. de massa van in de relatieve massa van medailles uh, die België haalde In normaal in België drie of vier ja ja en had daar nog veel meer Sterkig, dus. nu waren ja, ja. er was zeven of acht of acht ja. Yes. ja crazy um, en na de spelen en dat, is, dat vind ik nog altijd komisch en dat lijkt me voor mij twee verschillende jaren meteen na de spelen we nog eens een EK gereden ja zeker oh, met jade ja. Um, over Jade zijn er eigenlijk wel wat vragen binnengekomen. Hoe dat zit met Jade? Voorzichtig, heel, 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 heel voorzichtig positief. Um, Jade, heeft dan eigenlijk... okay, Jade was in principe mijn, mijn opvolger van Claire. Uh, dat was eigenlijk mijn volgende, voor mij gevoel mijn volgende kampioenschapspaard. En dat is dan ook wel bevestigd geweest in Riesenbeek. Um, maar dat was ook een paard waar ik enorm in geloofde. En ook echt, ja, een paard dat alles had voor mij. Heel competitief ook. Um, en dan in Riesenbeek um, ging dan als, ja, met haar mee als eerste kampioenschap. Ook sprongen we dubbel-nul in de landenwedstrijd met haar. Um, nee. En dan hadden we ook, we ook brons. Dus na de spelen, brons, dan toch brons in Riesenbeek. En dan eigenlijk um, heel raar, um, toen in de finale van Riesenbeek, want die Mary sprong toen echt, ja, oké. Okay. Voor mijn gevoel echt um, ook weer zo een paard dat je denkt van ja, hier met deze paard de komende drie jaar uh, niet weten wat ik bij elkaar ga springen. Ja, echt abnormaal. Uh, en uh, dan uh, in de finale, de laatste ronde, gaf hij een beetje op. Ja. Ik kreeg toen twee fouten of zo. Drie, denk ik. Of drie, ik weet niet. Maar dat was heel raar, want dat was niet. Die merrie was zo aan het springen. Dat was heel onlogisch. Ik vond daar toen... Ik denk, ja, oké, okay, ze zal moe zijn en eerste kampioenschap en veel gegeven de eerste twee dagen. En, maar achteraf valt dan de puzzel in elkaar dat dat ook... Toen had ze waarschijnlijk al een beetje last, dan dat ze dat niet echt voelde, maar het zal er toch al wat geweest zijn. Um, dan um, breek ik mijn hand. Um, twee weken daarna, op training gewoon, mijn paard dat stopte en ik breek mijn hand. En toen moest ik, um, toen moest ik naar Aken. Want toen was Aken in september, want dat was van corona uitgesteld naar ja. september. Dus. En toen ging ik in principe drie weken na het EK met uh, Jade naar Aken. En daar uh, had ik ook hoge verwachtingen van, want ja, zoals die sprong op DK. Ja, ik dat weet cool. dan ook, ik sprong toen de, de warming up. Oh, die sprong toen. Oh, wow. en, uh, maar ik kon heel moeilijk rijden met mijn hand, want die was toen de weken voor of zo gebroken. En ik, kon, ik mocht eigenlijk niet gaan, maar dan toch gegaan. Allee, goed, Met zo'n brezen. Maar dan in de grote prijs, reek haar en uh, ik uh, spring in het water en die land. En ik krijg een heel rare landing. En ik denk, oei, dat was speciaal. En dan moest ik naar een dubbelsprong en die stopte op die een dubbel. Maar die merk had nooit gestopt. Dat was echt zo onlogisch. Dus ja, oké, okay, je gaat dan buiten. En ik denk, ja, ik had nooit mogen gaan met mijn hand. En waarschijnlijk toch met mijn hand niet. Niet juist de evenwicht en dan voor een grote prijs van Aken. En dan, dan beginnen dat daar allemaal aan te linken en zo. Niet goed genoeg gereden zelf. Um, maar dan uiteindelijk, ja, twee dagen daarna was hij gewoon van de ene dag op de andere gewoon echt op drie benen, hij was stokkenkreupel. Um, en dan natuurlijk, waarschijnlijk was dat er al ingesluimerd van toen op het EK, denk ik. En dan een heel rare blessure, um, echt in het bot, niks met pezen of ligamenten, gewoon echt bot. En ook niet gevricht, dus ook niet chipachtig. Nee, 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 gewoon echt in het bot, een ontsteking in het bot. Um, ja goed, de juiste zorgen hadden gedaan, ik heb gedacht van oké, okay, Twee maanden rust en, 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 en dan zien we wel weer en dan komt dat wel allemaal goed. Maar dat kwam dus niet goed, dat werd alleen maar erger. En dan op een bepaald moment moeten beslissen, ja, heel veel lang alles aan geprobeerd, maar niks hielp. Dat werd alleen maar erger. En dan hebben we gezegd van kijk, we zetten ze gewoon op de wei. Het is, het gaat, ja, ik wou die merrie ook niet blijven behandelen en, en dat, dat, dat paard ook niet verdienen. Dus oké, de op en dan maar, ja. Dan zullen we maar even kijken en misschien mee gaan fokken. En ja, ja. Voilà. Dat was einde jaren van de bisschop voor mijn gevoel toen. Want we zijn twee, we zijn, dat is nu exact twee jaar geleden. Ja, ja iets meer. Ja. Twee, ja. Ja. Dikke twee jaar. Ja. Klopt. En uh, ja, dat stond, staat altijd in de wei bij mij, in mijn, in mijn huis, voor aan mijn keuken. Omdat het paard heeft me ook nauw aan het hart. En die staat daar voor aan mijn keuken. En die, was, die heeft anderhalf jaar echt gewoon... Echt mank gelopen van voor me. Echt mank, hè? En uh, een, maand of drie, een maand of vier terug nu, zegt Scarlint tegen me, maar je moet dus Nayala zien, die loopt precies goed in de wij. Zeg maar, dat kan niet. En inderdaad, die draafde goed terug. Zodoende zijn we er nu, de trik, we er, staat alle dagen op de wei, maar die wordt drie keer per week gereden. En tot nu al betrengt, sinds deze week vier keer, wordt nu al helemaal normaal gereden en ze blijft gewoon goed en houdt vasthouden. Dus ik heb ergens toch een kleine hoop dat het misschien toch nog zou kunnen, dat hij terugkomt. Maar ik... Zeggen, ik ga er niet van uit. Maar we gaan er wel alles aan doen. Want ja, um, van uw peloton van 2019, ja. gaat Espoir op pensioen. Ja. Apart raakt ernstig geblesseerd in Londen, Londen. einde carrière. Ja. Um, de in 2021, ja. net na de spelen, is dat dan. Ja, dus Apart want... was ook net na de spelen. Ja. Was ik, was Londen was juist na de spelen, de twee weken, een week daarna. Ja, dus jij gaat van, van, van uh, vier naar één. Ja. ja. Hoe ziet de toekomst uh, voor Pieter de Vos eruit? Uh, goed, denk ik. Allee, dat is fijn. Ja. ja? ja. Ik blijf... Allee, ja, goed. Ik heb dat ook altijd gedaan. Ik, ik blijf verder doen. En, en, en dat komt ook wel weer, dat ik de juiste paden op het juiste moment ga hebben. Um, het is nu even moeilijk. Maar aan de andere kant moeilijk en niet. Aan de andere kant blijf ik nog altijd... Niet in de top 10, maar toch nog altijd goed meedraaien. Op het hoogste niveau, denk ik. Um, iets minder in de schijnwerpen misschien op het moment, maar toch denk ik dat ik vorig jaar wel een heel goed seizoen gehad heb met Toetbier met, met Larok. Um, Weer tweede in de Global Tour. Ja, glo tweede in de Overall Ranking. Ja, heeft in de wereldbekers zijn ook heel goed gesprongen. Hij is ook echt een, echt een geweldig paard. Um, maar ook al 16 natuurlijk. Maar voor mijn gevoel wel nog fit en alles om, om nog even door te gaan. Um, en dan heb ik, moet ik even wachten op mijn opvolging. Maar die staan wel aan de deur te kloppen, denk ik, hoop ik. Jarina um, is een paard dat um, uh, ik eigenlijk uh, wat, die nu tweede was in Oslo in de Grote Prijs afgelopen weekend, uh, waar ik ook heel veel van verwacht. Waar ik ook een paard heb, denk ik met heel veel capaciteiten. Oké, okay, gaat ze kampioenspaard worden, dat weet ik niet. Maar wel. Het, voor het hoogste niveau, heel competitief te zijn. heeft het al bewezen. Ze is maar negen jaar, dus dat is ook echt een paard dat nu mijn string gaat versterken. Um, en dan, dus denk ik dat ik, ja, een van de beste paarden die ik ooit gehad heb, ay, op het gebied van dan jonge paarden, aankomende paarden, is Casual. DV, Cornet Mary, uh, Just Me. Dat is toch wel echt een paard met mega potentie, denk ik. Die is maar acht jaar. Um, heeft uh, een maand geleden haar eerste twee grote prijs, dubbel 0 gesprongen. Ook weer hetzelfde, omdat ik voel dat die merrie er gewoon mentaal, die is er zo klaar voor om, om dat al te doen, want anders zou ik ook wachten. Maar... Dus nu moet ik goed opletten dat ik ook niet te snel ga, maar ik heb wel het gevoel dat met haar ietsje sneller kan gaan dan met een, met een, met een uh, normaal paard, zal ik zeggen. Dus dat zijn wel twee paden die nu wel er gaan aankomen. En ik heb denk ik in elke leeftijdscategorie daarna wel één paard die er echt bovenuit steekt. Ja. We zijn tien maanden voor de spelen. Garagij, kun je, denk ik, je medaille mee gaan verdelen? Dat, zal er, ja, dat kan ik vandaag echt heel moeilijk zeggen. Ik wou dat ik kon zeggen, ja, ik heb, ja als, als ik vandaag casual 9 jaar was, dan zou ik zeggen, ja, alles op alles voor mijn casual naar de Spelen te gaan. Maar zij is maar 8, dus ik denk dat dat een moeilijk verhaal zal worden. Maar zeg nooit, nooit. Um, en dan natuurlijk, we zullen zien hoe de, hoe de. Ik heb ook nog altijd NASCAR, die ook uh, goed aan springen is de laatste tijd, uh, die ook een goed jaar gehad heeft. Maar uh, vandaag... Uh, hoe moet ik zeggen? Uh, vandaag zeggen, oké, okay, ik ga daarin staan. Liefst wel. En ik ga daar alles aan doen. Maar het zal geen evidentie zijn. Um, om, om het juiste paard te hebben, dat je juist klaar zou zijn op die moment. Als dat zo is, is, is die er vandaag bij u, dat paard? Hm? Sorry? Als je naar de Spelen gaat, staat dat paard al vandaag bij u? Wie zou dat dan zijn? Ja... Ik vind dat dan heel moeilijk. Hè. Ik denk ja? dat Toopie is uh, limiet te oud en uh, Casual is limiet te jong. Dus. Ja. En dan heb ik nog Nascar. Hoe zal die het volgende maanden uh, verder evolueren? Allee, ik denk niet dat het niet kan, zeker niet. Maar het, 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 zal, het zal niet evident zijn. Maar nog eens, ik, ik, uh, ik, ik, geloof, allee, ik geloof erin dat als ik gewoon blijf doordoen en in mijn paardeloos dat ik nu bezig ben, dat als de momentarissen zullen zien, zal, zal, zal het juiste paard wel naar boven komen. Um, en als dat niet is, dan zullen we vier jaar moeten wachten. Maar ik ga er wel alles aan doen. Dat wel. Ja, uh, ik was even gaan kijken. Toepie 2007, Kalom 2006. Daar willen ze ook nog meer naar de Spelen gaan. Dus dat zou in theorie wel nog kunnen. Hoe? Kalom zou ook nog naar de Spelen ja. willen gaan. Hij is nog een jaar ouder. Ik vind dat allemaal moeilijk om daar nu ja. al zo uitspraken over te doen. En ik, ik wil dat ook niet doen. Maar goed, eh, nog eens. Ik, 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 ja, ik ben natuurlijk super gemotiveerd om dat wel te proberen. En, 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 en ik had liever gehad dat Keizer wel een jaar ouder was. Dat was het allemaal, dan kon ik hier mijn geruststart zeggen: van ja, ik ga met Keizer alles aan doen om er te kraken. Maar vandaag is dat, is dat realist om te zeggen: met een negenjarige te gaan? Ik denk dat niet. Maar aan de andere kant voel ik hoe die mei het laatste half jaar geëvolueerd is. Is ook gewoon echt wel ik wil daar vandaag echt nee. okay. niet mijn eigen zeker al niet in vast gaan zetten, dat het moet en druk gaan zetten en we zullen wel zien wat er komt. Louie, heb jij nog dingen die je wilt aanhalen, die je wilt bespreken? Anders gaan we naar de vragen van de week. Ah, ik heb wel nog één ding. Ja, sorry. Zeg maar. Um, ik heb wel vaak afgevraagd, um, rijdt onwaarschijnlijk veel goede resultaten. Um, ik vraag me af of dat je het jij het killer-instinct hebt. De killer-mentaliteit. Begrijp dat wat ik wil zeggen? Um, je hebt veel grote prijzen gewonnen. Mm -hmm. Maar je hebt heel veel grote prijzen derde, vierde, vijfde en zesde geweest. Mm -hmm. um, en een, er, zijn, er zijn een aantal ruiters die op een bepaald moment... Um, ik kan niet maar zeker niet zeggen over lijken gaan, maar die... Die dan in die barage komen en zeggen: Oké, okay, let's go. En jij lijkt me altijd zo. Iets berekend. Ja. Ja, nee. Ik denk als ik, als ik op het juiste moment het juiste paard heb, doe ik dat ook. Maar. Um, ja. Ik vind ook dat je daar altijd moet mee opletten dat dat ook niet ten koste gaat van. Ja? Um, van je paarden. En. Pff, ja, ik vind dat heel moeilijk om in ons sport. dat. Dat, dat te doen, omdat je moet. Ja, ik vind dat moet een synergie zijn tussen wat je met je paard aan het doen zet. En ik vind niet dat, dat, dat winnen alleen. Hey, bij mij is het niet alleen winnen. Dat, dat, en misschien ben ik dat dan niet, nee, dat klopt. Misschien ben ik dat op andere gebieden wel, maar in dat gebied misschien niet. Omdat ik, ik vind altijd dat mijn paard daarin voorgaat. Dat is ook weer cliché misschien, maar, nee, verder van, zo, maar zo benader ik het wel. Want, want het, ik vind als, ik, als ik het gevoel heb dat ik mijn paard het kan, ga ik het ook altijd doen. Maar als ik voel van. Mm, Ga ik misschien iets te ver duwen, ja dan ga ik doen wat ik denk dat ik ermee kan, maar niet, niet erover gaan. Ja. Hoe... Maar daarom is, daarom is killerinstinct. Is, is, en dat niet hebben is niet noodzakelijk een slechte zaak. Uh, dat staan we niet verkeerd. Nee, nee. Hè? Maar hoeveel, hoeveel, zijn er maar, hoeveel zijn er op deze wereld die dat killerinstinct hebben, zonder een paarden daarmee pijn te doen? Heel weinig. Hè? Ik denk aan de Steve Garda. Uh -huh. uh, maar voor de rest, ay, er zijn ook niet zo heel veel. Dat is, een, ja, dat, is een, dat is een heel, is een heel uh, dunne, dunne lijn. Ja. Heel dunne lijn. En die lijn wil ik ten allen kosten in mijn carrière die wil ik niet overschrijden. Dat vind ik echt. Allee, ik, vind dat, ik, heb, ik draag dat hoog in het vaandel. Ja. Um, ik heb zo altijd mijn paden ook benaderd. Um, ik vind niet dat mijn paarden moeten ten koste gaan van een ranking. Of ten koste gaan van een, uh, winnen, winnen, van een prestatie. Omdat ik denk als je. Hey, goed, datzelfde met ranking, ah, reddiger voor de ranking. Nee, maar ik denk als je, als je het goed doet en je paarden op de respectvolle manier te goed benadert en doet, dan komt dat allemaal vanzelf. Op de juiste moment komt dat dan toch weer. Want waarom ben ik toen veertig geworden? Ja, ik heb dat niet achternageld, dat komt dan. En ik denk als ik zo blijf dooddoen, en zeker de manier waarop we vandaag ook paarden aan het fokken zijn, komt dat ook wel weer. Oké, okay, ik ga dit ook geen veertig jaar doen, maar dat nog doen, maar. Ja, ik heb toch vertrouwen dat dat nog komt en dat er toch nog een keer een, keer een explosie van Pieter de Vos komt. <laughs> dat heb ik. toch nog... Uh... Ik, daar... ik vind dat we daar pas over kunnen oordelen, over uw vraag. Als ze met zijn paard gehad heeft, dat je al je paarden die je tot op heden hebt gehad en waarvan dat jij uh, dat, uh, mega dingen mee gedaan mm -hmm. hebt. Het zijn eigenlijk wel allemaal paarden, vind ik, met een soort handleiding erbij. Of iets ja, atypische paarden. Ik vind dat je dat pas kunt zeggen. Als je een keer mijn casual binnen twee jaar. Mm. Dan. Uh. dan ja, natuurlijk, denk ik... Espoir was. Uh... Ja, en toch, Espaar is fantastisch. Maar... maar dat is ergens niet het. Te... Maar die kon ik ook niet. Die moest ook die lijn niet overgaan. Want dat, dan had ik uh. nooit een carrière gehad van zes jaar. Yeah. Op dat niveau. Maar dat is natuurlijk het. Dat hangt ook zeer sterk aan elkaar. Hè? Mm. Um, er is een verschil tussen in één jaar drie grote prijzen winnen ja. en een carrière hebben van drie jaar. Ja. Of er is um, een carrière hebben van zes jaar, ook drie grote prijzen ja. winnen en nog x aantal ik andere, keer. Ja. Ja. Ik zeg niet, daarom dat ik ook zeg, killerinstinct is niet ja. noodzakelijk slecht, maar ik vind het... Um, dat da, da, da kadert in het, in het bredere verhaal van Pieter De Vos. Valt mij op als je naar resultaten en zo kijkt. Ik, had niet do, ik heb nooit doorgehad dat jij vierde stond op de wereldranglijst, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb wel doorgaat dat je Natupi um, ja, vorig jaar vijf keer dubbel heeft gesprongen in, in, een, in een grote prijs. Mm. Een Global tour, grote prijs. Wat dat, mm. um, in, in 17 jaar Global Tour uh, drie andere paarden hebben gedaan. En dat, is een, en, ja. dat is een totaal andere benadering van yeah. succes en van, van resultaten. Maar daarmee dat een, ja, twee keer in die overhoge ranking van de global, want ja, zo'n ranking zegt wel iets over, over op het hoogste niveau, over, ja, ja. over, over, over een regelmaat, toch? Ja, ik dat was toen met Claire was ik tweede en nu met Toepie tweede. Dus ergens denk ik dat ik dan misschien toch die ruiter ben die dat probeert op regelmatige basis wat jij zegt te doen en niet dat ik killer inspinkt om op één jaar dan alles eruit te halen. En, en... Ja. Nee, dat, dat denk ik niet. En nu vraag ik me eigen wel af, als ik dan... Echt alleen de paarden zou doen, ja, dan denk ik ook. zou ik dat misschien wel iets meer nog hebben. Dat ja. denk ik wel. Ja, denk ik ook. Dus het afstand kunnen nemen is een goede zaak. En dan zou jij ook meer, want oké, okay, uh, misschien als, als we op termijn nog verder evolueren in het bedrijf, dan gaat ook nog, u, nog iets meer op die paarden kunnen toeleggen de komende jaren. Dan gaan er ook betere paarden komen en dan gaat dat killer instinct of gaan we dat misschien ja. ik, denk ik, dat ik, nu, ik praat nu even. Uh, ja. uh, uh, Vanuit het bedrijf. Pardon. Daar mm -hmm. um, is meteen. Um, je zei daarnet: er zijn nog uh, mooie dingen in het verschiet. Uh, NB uit Bonneide vraagt: wat is het doel van Pieter binnen dit en tien jaar? Oh, mooi. Komt nog mooier aan. Ze. Tot nu toe vond ik het heel leuk, maar. Ja. <laughs> um, ja ik zeg het: alleen waar, Dat meen ik echt waar. Ik, ik, wat jij nu zegt is... Um, en, oef, nu ga ik misschien... moet ik dat nu gaan uitleggen? maar Dus wat jij zegt is... Ergens voel ik wel dat ik toch al... Als ik nu de resultaten echt puur cijfermatig, statistisch ga kijken... denk ik, wow, heb ik dat toch al allemaal gedaan? Dat ik dat zelf ook niet echt besef. En dat ik toch nog altijd het gevoel heb dat ik mijn eigen moet blijven bewijzen. zo. is raar, hè? Ja, ja nee. Ja, want zeker als ik nee, like, na dat spelen ook, dan denk ik... De bewijken, maar nu heb ik eigenlijk toch... Misschien mag ik dat niet zeggen, maar misschien eigenlijk niks meer te bewijzen. En toch heb ik dat gevoel dat ik nog altijd mijn eigen moet bewijzen. Um, uh, dat is nu misschien niet het juiste antwoord op je vraag. Maar um, ik, ja, ik weet dat niet. Wat, wat moet ik nu nog doen? Omdat je wel gaat denken van... god, die heeft Pieter de Vosgolverdekker, die heeft echt een killer... Die, wat hij hier gedaan heeft, dat is abnormaal, weet we wel. Terwijl het misschien al wel goed is wat ik gedaan heb. Maar ik, er moeten er nog zo'n paar dingen komen... Dat je echt kunt zeggen van... Wow, nu heb ik echt... Een mega geslaagde carrière gaat, weet je wel. En ik heb wel het gevoel dat dat gaat komen. Maar ik moet daarop wachten en ik mag daar niet achter, ik mag daar niet achterna willen hollen. En dat ga ik ook niet doen. Ik wacht daarop en dat gaat op het juiste moment komen. Maar ik denk echt wel dat dat nog eens gaat komen. Als dus je ziet naar Peter Frederikson. Ja, wanneer ja, je. Ja, ik bedoel. Mag je wel het niet meer tot dan blijven doen? Ja, ik heb ja, ik, vijf jaar terug, zei ik tegen Oscar Carolina ja, nog tien jaar. Hè, maar ik... Ik blijf dat precies alle jaren zeggen. <laughs> ja. Dat vraag me dan ook echt. Wanneer we... Maar ik doe dat toch nog altijd. Ik doe dat toch zo graag. Goh, jongens toch? Ik Maar hey, ik doe het zo graag. Maar aan de andere kant vind ik ook dat ik zeker naar mijn kinderen toe en zo zoveel moet voor laten vallen en opofferen. Dat wel. Dat vind ik het enige nadeel. De. Echt het grote nadeel. Maar aan de andere kant, zoals we het allemaal zo kunnen blijven samen doen, ga ik het ja. toch nog eventjes blijven doen. Een eh, andere vraag van TL uit Geetbets. Nee. Zo binnengestuurd. Hè. Ik heb, en, en hij wil graag anoniem blijven, daar gebruiken we ook TL uit Geetbets. Klaar? Ja. Je sportpaarden hebben vaak het bloed van Cicero Z. Ga je actief op zoek naar dat bloed? Van een koning. is Ja, dus dat is. Eh, Tom, 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 Tom Ja. Er is ook maar één die dat mag vragen aan mij. Ja. Waar ik nog een antwoord ga op geven ook. Ja. <laughs> Als iemand anders was geen kans. Um, ja, dat is eigenlijk wel speciale. Ja. Eigenlijk is dat helemaal mijn bloed Wat niet. In het, ja. Dat is eigenlijk echt mijn bloed niet. Oké, okay, dus zonder af te doen aan dat paard, maar dat is echt mijn bloed niet. En ik, pff, ik weet dat niet. Dat is echt mijn ding niet. En toch heb ik, ja, zeker met Jarina nu, zo'n succesverhaal daarmee. En ik denk, ja. Casual uit een Cicero? -man. Ja, als ze mij zeggen dat is een Cicero, dan ga ik denk, ja, ga ik niet zo snel gaan kijken. Nee, dat klopt echt niet. Maar ja, nu dat de Yarina er weer gekomen is, dan denk ik, ja, ik ga toch maar eens gaan kijken. Yes. Dankzij haar ga ik dat wel doen. Maar ik, ja, ik heb verschillende Ciceros gehad en ik weet ook een beetje de nadelen. En dan, misschien ben ik dan dan ook bevooroordeeld, omdat je een paar keer die nadelen gezien hebt. dat je alleen nog naar de nadelen kijkt. Dat is ook niet goed, hè? Ja. Yeah. Um, over de hengsten gesproken. Um, op welke merrie moet iemand Roprooi van de bisschop gebruiken? Lisa Walraat vraagt. Mm -hmm. Spreek eens over Robrooy. Um, ik, ik ken roprooi natuurlijk. Ik vind dat heel moeilijk om, om, een, om een advies te geven naar de fokkerij toe, omdat ik weet ook niet natuurlijk wat paarden hij gaat fokken. Dat is ook maar in het. Je kunt dat wel allemaal zeggen, maar dat weten we binnen vijf of zes jaar hoe ze gaan springen. Hè? Um, maar ik weet gewoon wel wat ik aan Roppoi heb als, als, als paard of als sportpaard of wat ik op hem voel. En wat ik op hem voel is gewoon heel goed. De voordelen zijn gewoon dat hij heeft ongelooflijk mentaliteit, vind ik. Op de goede manier. Hij is mega, mega voorzichtig. Um, hij heeft heel veel goede dingen. Hij zal natuurlijk ook mindere dingen hebben, maar ik denk. Wat belangrijk is, is dat je een, een merrie hebt met wat lengte. Want hij is zelf niet. Het is geen heel lang paard. Het is een compacter paard. Dus een merrie met wat lengte, denk ik, dat wel goed, beter is voor hem. Um, en voor de rest heeft hij heel veel goede dingen. Ja, Niemand mijn denkst is. Maar nee, dat voelt wel echt zo. Um, het is ook een heel, heel, heel slim paard. Um, dat is ook een beetje. Allee, dat is ook weer iets. Daar wil ik misschien wel eens even over praten. Heel snel. Over het. Uh, ik heb hem gereden in Lannaken en, en, en daar heeft hij mij twee dagen goed gesprongen. was ik in de finale van de zesjarige en dan in de finale was het niet goed. Maar ik vind dat zo jammer, omdat dat heeft niks met dat paard te maken. En ik vind dat eigenlijk... Ja, dat is ook een iets dat ik nu weer beseft heb. En oké, okay, moet er moeten natuurlijk uh, 37 voor worden zijn en zoveel ervaring voor hebben, maar blijkbaar toch nog niet genoeg, want ik had eigenlijk beter nooit de finale gereden, omdat dat paard gewoon... Mentaal daar niet, nog niet klaar voor is. En uh, dat paard heeft, heeft, heeft maar vier concours gedaan, heeft heel het seizoen gedekt bij, bij zangerszijde. Uh, en is naar mij gekomen, ik uh, denk twee maanden voor het WK. Dan ben ik nog eens altijd op wedstrijd. Dus heb ik hem gewoon drie of vier kleine trainingswedstrijd. Ik denk drie keer op trainingswedstrijd gereden en dan twee keer uh, bij de zevenjarigen en dan meepakken naar het WK. Ja, dat is achteraf, ik ga dat niet meer doen zoiets. Ja. Daar heb ik ook van geleerd. Ik heb ook nooit gereden vijf of jaar, alleen maar zevenjarigen in Lannaken en ik heb gevoeld, oké, okay, een paard met die instelling, met die mentaliteit, met die kwaliteit, is dat gewoon was dat is dat niet goed geweest. Oké, okay, dat, dat is geen probleem hè, want ik heb hem ondertussen in, in, nu vandaag zelfs in Lier gereden en was echt heel heel goed. Maar ja, daar heb ik dat paard geen, dat paard geen plezier mee gedaan en daar vind ik dan daar heb ik dan ook echt, ik vind ook erg dat ik dat gedaan heb eigenlijk. Misschien stom om te zeggen, maar een nee. paard dat dat niet verdient, omdat hij zo'n instelling en oké, okay, er is niks gebeurd. Maar daaraan zie je toch dat we daar ons moeten voor behoeden. Ay, mijn paden met zoveel kwaliteit en zoveel instellingen, dat je gewoon ook niet te snel mocht gaan, en moet weten waar ze aan toe zijn. En ik heb eigenlijk altijd mijn paden zo benaderd. En nu wou ik, omdat het lanaken was en het dekt in Zaken, we dan toch rijden, omdat je denkt dat je er goed mee doet. Maar het is niet goed. Je moet het niet doen. Ik moet mijn... En daar heb ik eens even niet mijn eigen ding gevolgd en ik kom mijn eigen tegen. Die lijn, die lijn is ook zo dun want ja. de week ervoor. Maar in het water op gaan springen en wow. trainen. En kijken we samen die video's. Ah, dat was, ja, zo goed. Dat was echt mega dat je denkt, ja, het zal dan toch kunnen? Zeker. Ja. Het zal maar meer, hè, ja. ja. Waarom niet? Ja. Als ze hem zo eh. een training in het Wouter. Geen gezet dan in de finale. Je hebt het ook twee... niet zo slecht gedaan. Hij voilà, ja. springt dan twee ja. dagen nul, dus dat is ja. toch wel echt goed. Ja. Zeker voor een paard ma dat maar zo weinig gedaan heeft. Maar dan de finale was gewoon te hoog op het moment Dat paard is er gewoon niet klaar voor. Ja. Maar ik wat moet hem op wat hem zetten. Ja. Voor de rest denk ik dat hij heel veel goede dingen heeft. Maar ik moet lengte geven. En, 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 ja. okay. um, iedereen vraagt om een tip. Uh, Louis van Tilburg, Sam Malfay. Maar laat het ons anders zeggen. Wat zou vandaag tegen de 16-jarige Pieter De Vos zeggen? Als jij Pieter De Vos tegenkomt en hij is 16 jaar en ziet hem bezig, wat zeg je tegen hem? Dat ik um, mijn voeten op de grond blijven. In ons sport. Zeer belangrijk, want ik denk dat wij een, wel een sport hebben waar je ergens ja, heel snel ook meegaat in de flow. En, 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 en het is wel een, een heel aparte wereld, waar dat je soms denk ik, heel snel hoog vliegt zonder dat je daar bent. Um, dat je, het is niet omdat je ene keer een goede prestatie doet, dat je al moet denken dat je voeten op de grond blijven, je ding doen in je paden geloven. En rust, geduld hebben met je paden en, en, en eraan werken. En ik denk dat je dan heel ver kunt komen. Um, en boeren, paarden, verstand hebben en houden. Een paard, is, eh, eh, paard is, 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 is gemaakt om te om, om grazen in de steppen, bij wijze van spreken. En hem ook zo benaderen. En niet, hem ook niet in, de, in een porseleinen kastje zetten. En eh, zo benader ik mijn paarden toch. Je moet ze toch ja, op een. Op een en daar, wel, daar zijn al zoveel discussies over gegaan, daar gaat zoveel op mij rond. Maar, maar de echte paardenmensen, ja, dat klopt. Hè. Je moet echt het management van je paard is je paard kennen, weten wat je aan het doen bent met je paard. En weten wat je wel en niet kunt doen. En wanneer je te ver gaat en niet te ver gaat. Dat ik nu Ik maak ook fouten. Hè. Dat is een mega grote fout die ik gemaakt heb door hem te rijden. Ik had dat niet mogen doen. Maar goed, iedereen kan fouten maken. Het is nu wel, ik ga dat wel nooit meer doen. Ik ga er wel van leren. En ik denk dat dat wel belangrijk is als je dingen doet. Je in de fout gaan, maar leer daarvan. En, 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 en doe niks ten koste van je paarden, denk ik. Ik hoop oprecht, en meen ik, dat er mensen die nu nog aan het kijken zijn, of gewoon toekoe, als, als we maar uh, één goeie paard zouden uh, kunnen meer tijd geven door wat wij vertellen in de podcast, ja. en niet alleen deze aflevering, maar ook degene daarvoor, dat zou toch al een prachtige... Prachtige ...buiten vraag, wat, we er, ja. wat, wat ik daar zelf van leer, van al deze gesprekken. Zou ik dat echt mega vinden, moest dat de... Allee, we zeggen altijd maar dat boerenverstand dat gaat verloren. Uh, meer en meer besef ik dat we misschien via deze weg, of hoop ik, ja. dat we ook kunnen proberen dat mensen daar toch ja. over, over na... Dat mensen kritisch zijn naar wat we aan het doen zijn. Ja. Door wat we allemaal... Ik vond het ook mega worden. schoon dat je daar straks zei over je ervaring van als vijfde man meegaan. Um, dat je veel hebt kunnen leren met je ogen en kunnen stelen met je nou, ogen. Ja. Ik vraag me af, moest nu... Uh, zijn dat rijden in Lier of wat waren net aan het zeggen? Ja. Moest je een kd die je niet kent aan de kant komen vragen voor advies, zouden we dat geven? Ja, waarom niet? Ja? Nee, om dat, ja, nee, nee, maar ik denk dat sommige mensen dat ook niet durven vragen. Um, ik zou, ik, maar maar, maar ik, er is, ja? Nog eens, ik denk dat ik ook een niet niet zo toegankelijke persoon lijkt naar de buitenwereld, hè, doordat ik altijd toch een beetje in mijn eigen wereld zit en dat is ook zo, maar dat wil niet zeggen dat ik niet toegankelijk ben als mensen mij iets vragen, met alle plezier. Hoe belangrijk is Dirk nog in uw leven? Of is nee, nee sorry, hoe belangrijk is Dirk geweest in uw leven en welke rol speelt hij vandaag? Wie zijn vraag is dat? Uh, een van onze, nee, niet van Dirk zelf trouwens. DB, het is Nee ja, nee het uh, DB. BDB, Bart de Bok, onze vaste, vaste vragensteller. Ik, ik heb er maar één van zijn zeven vragen gesteld. Uh, ik denk dat... Ai, okay. Vanuit zijn en niet voor een toren. <laughs> <laughs> um, ja, ik, ik ga niet ontkennen dat Dirk mega uh, impact gehad heeft over mijn carrière, zeker in mijn beginjaren. Um, ik heb daar ook... Uh, heeft me ook ai, ik heb daar ook heel hard van leren worden. Die heeft me wel een paar keer reëel op de achteruit gezet, als ik het zo mag zeggen. Maar ik ik ...denk wel dat ik daar wel de ruiter van... ...of de persoon ook en de ruiter van geworden ben... ...wie ik vandaag ben. Op die moment was dat wel heel hard... ...maar ik denk dat ik er vandaag wel goed heb... ...dat dat daar zo geweest is. Um, ik heb daar heel veel van geleerd... ...en ik denk dat het vooral... ...hem als basis en natuurlijk de mix... ...van hetgeen dat ik met mijn ogen en mijn oren gestolen heb... ...van andere ruiters... ...door wel op, op, op die grote wedstrijden... ...al actief geweest te zijn als jonge ruiter. Um, maar vandaag is hij nog altijd... geeft mij geen les niet meer. Maar als ik met een dilemma zit, is hij wel degene dat ik bel nog altijd. Ja? Ja. Dat weten weinig mensen, maar dat is wel zo. Als ik echt met een dilemma zit, oké, okay, van oké... Okay, dit of dat, of, of met dat paard, uh, zou ik naar die concours gaan? Of, of, of zou ik beter naar die concours gaan? of? Dan bel ik Dirk. Hey, wat denk jij? En dan weet ik ook dat hij ongezouten zijn mening geeft en, en zegt wat hem denkt. En daar heb ik ook nodig, want... Je kunt op ons niveau ook met weinig mensen praten die niet. Er zijn ook veel mensen die dan op dit moment naar hun mond praten, hè? maar dat is niet nodig. Hè? Je moet weten wat iemand echt. En ik weet ook dat Dirk mij heel goed kent, natuurlijk. Um, die weet ook ja, wie ik ben en wat ik doe en hoe en wat. Die kent mijn paarden. Hij is ook echt padenman. Hij kent ook heel goed mijn paarden. Dus ik heb daar wel iets aan als ik hem bel of iets vraag. Dus dat is nog regelmatig dat ik daar wel met um, overleg, zeker weten. Even kijken, um, wat er ondertussen nog zijn binnengekomen. Jonas Troublein, trouwens, die vraagt: um, Wat is het verhaal van de voorgetten van Toupie? Ja. Of het gebrek aan voorgetten van Toupie? Ja. Goeie vraag. Um, Toupie heeft eigenlijk ook een, 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 een best grote peesblessure gehad. Als ze, denk ik, 10 of 11 jaar was. Ze is twee jaar uit geweest met blessures aan haar pezen. En Julien, een paar jaar heeft haar gereden. En Julia heeft mij gezegd: Kijk, zegt hem, um, sinds dat wij die. Eisers eraf gedaan hebben en die getten gedaan hebben, is dat eigenlijk. Ik moet iets hout vasthouden, dat ga ik nu doen. Is dat niet meer teruggekomen? Heeft het daarmee te maken? Heeft dat niet mee te maken? Dat weet ik ook niet. Mm. Um, ik heb die Mary. Uh, we hebben ze gekocht van uh, Alexander in elkaar, En zij heeft mij ook. Oké, okay, dat was ook een paard dat heel nauw aan die mensen hun hart lag. Dat was als een kind. En zij heeft mij gezegd: Kijk, ik vertrouw me om toe. Omdat ik ook weet dat jij echt. paardenman zet en dat jij die Mary super gaat behandelen. En, maar we doen mijn plezier, probeert ze in hetzelfde systeem te houden als wij ze hadden. Dus die merk het ook van s morgens tot s avonds op de wei En geen voorgetten. Dus ik heb dat ook zo gedaan. En oké, okay, ze heeft altijd super zo gesprongen. Dus waarom zou ik dat anders gaan doen? Ja. Um, maar dat is eigenlijk de reden. Ja. Um, nog twee, leeft de nog? Vraagt Miel de Hey. Nee. Kennen Miel nog? Miel de Hai. Die Heeft ooit nog met u, denk ik, juniors jongrijders gereden? Niet nee, nee. Sorry. Maar dus, tequila? Nee, die is uh, vorig jaar overleden. Hm. Ja, die is nog heel lang bij ons geweest. Maar uh, vorig jaar is... Ja, ik weet niet wat het toen was, maar toen heeft ze... Ja. Ik ben erbij Thé geweest als Toulon. we de. Ze... Te van Toulon, dus hoe is Toulon? 96, dus uh, 27. Ja. ja. 26. Ja. ja. ja dan is uh, gestorven. 27. Nora vraagt, wat is je mooiste overwinning ooit? Zegt zo'n en. Dat is logisch, die vraag. Yeah, yeah. Dat is de moeilijkste om te beantwoorden. Dat is ook supermoeilijk, want ik, ja, ik heb... Ik, het mooiste vind ik, ik heb zoveel mooie overwinning met zoveel verschillende paarden en zo'n verschillende types paarden. Ik vind, dat vind ik eigenlijk uh, nog ook wel het leukste. Eigenlijk, dat, dat, ja, met zo'n uit, uiteenlopend pak I-wire van paarden... Dus dan toch maar mijn vrouw, Carlin. Ja. <laughs> ja. uh, ja. Athene. 20. Maar uh, ik denk... Ja. Oké, okay, sowieso heeft Calgary winnen een enorme impact op mijn carrière gehad. Het heeft heel veel deuren geopend. Het heeft me direct toch op wereldschaal, allee, mag ik zeggen, even nee. op, 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 op wereldniveau gezet. En dat heeft voor mij heel veel, qua netwerk naar andere mensen toe, naar, naar organisators van andere wedstrijden toe, heel veel hm. krediet gegeven. Um, dus dat is misschien een cede overwinning zelf, maar dat heeft me wel heel ver gebracht, die overwinning. Oké. Okay. Um, Iets wat ik nog even moet, moet vertellen. Um, Hij moet is, de, en is, kop ook nog. Ja, ja, maar dat is niet voor jullie eigenlijk. Ik, uh, ik heb gisteren, is het gisteren uh, een webinar gepresenteerd voor Cavalor in het Frans. Je moet hem niet in het Frans herbekijken, maar je kunt hem de Nederlandse versie terugkijken. Over de overgang van, uh, herfst, van, van zomer naar lente, naar godmiljaar. De overgang van zomer naar herfst Herf. naar winter. Dat zijn de vier, van de vier seizoenen. Het um, is echt de moeite om eens te kijken. Okay. Bijvoorbeeld wa, 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 paard zonder deken, paard, niet geschoren. Paard zonder deken, paard met deken. Zelfde paard. Hè? Eerst nemen ze een foto van een thermische foto, zo, met zon, nee, thermische foto zonder deken. Dat is de temperatuur aan de buitenkant. Leggen ze hem een deken op, wachten ze even, halen dat deken eraf, nemen een thermische foto, dat paard heeft het kouder um, zonder deken. Dus even kouder met een deken op. Dan het, dus, ja, en het en verhaal is echt de moeite uh, om die webinar eens even na te kijken. Horse Emo, uh, terwijl dat Kavloff trouwens geen partner is, uh, Horse Emo, um, Kaart-Jumping Mechelen, Kaart-Jumping Amsterdam, uh, boeken opsturen. Eerst even vertellen welk een boek graag, en dan boeken opsturen. En Pieter. Um, en? Ja? Ah ja, sorry. Wil er eens in beide? Wow. Oh, ah, de leen rijden daarom, die je koptelefoon ploft. Mega. Misofonie. Ja, Mis ja, ja amai. AMS, AMSR. Mega. Ja? Goed. Mm -hmm. Oké. Okay. Pieter, um, smakelijk. Dank. Uh, Louis, dankjewel. Pieter, dankjewel. Uh, u thuis, dankjewel. Henders en Hezel. Mega bedankt. We gaan uh, de Jullie paardenkop bedankt. tekenen. En uh, we zien elkaar in elk geval snel terug. Want het is onze ambitie om een regelmaat nu vanuit deze studio podcast te maken. Iedereen, bedankt voor het kijken. Bye bye.